Nederlands onbekendste popster In 2011 verscheen er in Vrij Nederland een artikel van Sander Pleij met de titel Meine talma is meer dan Nederlands onbekendste popster. Pleij schreef Meine Telma behoort tot het beste dat de Nederlandse kunst heeft voortgebracht. Hij is muzikant, dichter, kunstenaar en autonoom genie. In 1998 brak hij definitief door met de cd Verhoerdoeker samen met begeleidingsband De Negro's blij eindigt dus een stuk met de constatering... misschien is Meijner ook de minst begrepen popster van Nederland. Maar Meijner houdt moed, Mijne het gaat door. Meijner kreeg een ingeving. Een roman-albumcyclus over het feit waarom hij tegen wil en dank... Nederlands onbekendste popster is geworden. Beknopte samenvatting van Kerlacoorts, deel 1 van Nederlands onbekendste popster. Naast zijn studie geschiedenis raakt Meijner een werkeloze, verlegen en vrijgezelle slungel die is opgegroeid in het Friese dorpje Veen, bevriend met de hobbyrockers. Een zestal uit Friese dorpjes afkomstige vrijbuiters in de stad Groningen, jonge mannen die in vier verschillende bands spelen en behalve geluidsdragers op hun label Oetstaarekkers het onregelmatige verschijnende blad De Hobbyrocker uitgeven, Super acht speelfilms maken... En op zondagavonden illegale uitzendingen verzorgen met de radiopiraat De Rider. Met Kees, de voorzitter en Jan Pier, de secretaris van de stichting Hobbyrock, begint hij in de zomer van 1995 De Negro's nadat hij Kees een demobandje met zijn nummers heeft laten horen. Ze spreken af om de studio in te gaan om een single op te nemen, maar tot mijn verrassing heeft Oesterrekkers als verjaardagscadeau in november 1995 een vernieuw single met daarop drie nummers van zijn kazettenbaantje laten persen. Op de single staan daarom geen bandliedjes met de bandnaam De Negro's, maar drie krakkermikkige thuisopnames onder zijn eigen naam. Ondanks mijn teleurstelling hierover pakt het initiatief van de stichting Hobby Rock goed uit. het wordt in Groningen opeens een cultfenomeen genoemd een geestverwant van Edestaal. Peter Wening, programmeur van Poppodium Vera uit de Groningen, schrijft in de Veerderkrant dat de single van Minded een regelrechte sensatie is. De reacties op de negros optreden zijn minder enthousiast. Men valt over het nogal massieve rockgeluid en nadat Peter Wening in de Veerderkrant over hun kelderbar optreden eind januari 1996 schrijft, dat hij Meindert veel liever solo zou zien, trekken Jan Pier en Kees hun conclusies en moet hij solo verder. Wel willen ze Minded helpen om met nog een paar hobbyrockers... zijn debuutalbum op te nemen en muzikale bijdragen te leveren. Minded wil niet solo spelen en vraagt zijn huisgenoot en studievriend Nick, met wie hij inmiddels het Friestalige tijdschrift De Blauwe Verder voorschrijft... om samen een muzikaal duo te beginnen. Met de hobbyrockers neemt hij in de zomer van 1996 zijn debuutalbum op. Als Jan-Pier en zijn verloofde Janke... Zich na een optreden van Meinete en Nick begin november 1996 als ritmesectie aanbieden om zo met z'n vieren zijn debuutalbum te kunnen spelen, heeft Meinete zijn gedroomde viermansband. Je denkt dat het komt. Deel 2 van Nederlands onbekendste popster. 100 punten. Al een paar keer had ik moeten uitleggen dat 100 met een T. De Friese spellingswijze was van 100 met een D. 100 punten, de titelsong van mijn debuutalbum... was gebaseerd op een uitspraak van Jaap Krol... die ik kende van Benlef, de Friese studentenvereniging in Groningen... waar ik twee jaar lid van was geweest. Met Hobbe, Jaap, Nico en Niek... waren we in 1996 voor het eerst op geweest... het popfestival in Biddinghuizen... waar we bands als Sonic Youth, Weezer... Supergrass en de posies hadden gezien. De sfeer was uitstekend, mede dankzij de voortdurende grappenstroom van Jaap, die zo nu en dan door hem werd onderbroken met een vier opgestoken duim en de uitspraak 100 punten. Vlak voor de jaarwisseling had ik samen met Hedwig, de vriendin van Hobbyrocker de Daddy Olala, het cd-boekje en de voor- en achterkant van 100 punten gemaakt, als ook gekopieerd en 600 fout. Twee avonden had ik met enkele hobbyrockers volop geknipt, gevouwen en geniet om de 100-punten-CD's enigszins verkoop klaar te maken voor ons optreden op Euroslag de weken na. Hopelijk werden de CD's op tijd geleverd. Hoewel ik de mastertape tape al heel vaak had beluisterd, draaide ik mijn debuutalbum non-stop. 24 liedjes, 55 minuten. We hadden er hard aan gewerkt. Vanaf juni 1996 waren er gedurende vijf maanden elf opnamesessies geweest. Negen keer in de woonkamer van het Scootsje, het huis waar ik met Niek en Henk C. woonde... en twee keer in de woonkamer van jan Pier en Kees. Vaak hoorden de meespelende Hobbyrockers bij een opnamesessie mijn liedjes voor het eerst. Ik nam ze één of twee keer met hen door en daarna werden ze opgenomen. Kees, de voorzitter van de stichting Hobbyrock had het meest achter de vier sportenrecorden gezeten. Deze donkerblonde, melancholiek ogende man met veel haar voor de ogen... kwam vaak moe en humeurig uit zijn werk. Maar als we eenmaal bezig waren, veranderde hij meestal alweer snel... in een vrolijke en infantieve opnameleider. Dat vond ik bijzonder, dat ik een man als Kees... die ik al jaren bewonderde, blij kon maken met mijn muziek. Mijn nieuwe band maakte Kees niet blij. Ik voelde bij hem nog altijd de teleurstelling dat niet hij maar Jan-Pier wel bij mij in de band speelde. Hoewel ik zelf de beslissing had genomen om verder te gaan met Jan-Pier en Janke, nam Kees het vreemd genoeg alleen Jan-Pier kwalijk. Kees vond het niet kunnen dat Jan-Pier zonder zijn medeweten mij had benaderd om mijn band te beginnen en bleef in het standpunt volharden. Op de dag dat Henk Kroes, de voorzitter van de vereniging De Friese Elfsteden, de woorden sprak Het gaat werd een doos met 100 punten CD's en een doos met plastic CD-hoesjes door Vergent en Loos geleverd aan de tweede Hunsenstraat 11, het thuisadres van Jan Pierre Janke. Is mooi geworden, zei Jan Pierre. Het document humain kan thans zijn foto vinden. Hij draaide zijn helblonde hoofd naar achteren. Ja, toch Janke? Heel mooi, antwoordde zijn zwartharige verlode. Echt leuk ook, die teksten van jou bij alle muzikanten, meindert. Ja, zei ik. Ik las net het verhaaltje dat ik had geschreven bij de muzikant die als enige niet op de cd te horen was. Dit is Henk Bies op zijn oude flat. Hij kijkt naar een vogel of een vliegtuig, want als het het buurmeisje van de flat tegenover hem was geweest, had hij wel even gezwaaid of andere gebaren gemaakt. Hoewel Henk veel geluidsoverlast heeft gehad van de opnames, heeft hij hierover bijna nooit geklaagd. Henk kan heel zuiver zingen en ook heel mooi blokfluit spelen... Achteraf gezien zeg ik dat het onbegrijpelijk is dat ik geen gebruik heb gemaakt van deze kwaliteiten van Henk. Maar ja, dat is natuurlijk achteraf gepraat. Tegenslag op Euroslag. Zes dagen na de tocht der tochten. op mijn vriendenclub had alleen Henks, die vroeger bij Niek in de band had gespeeld en ook nog op een paar nummers had gebast op 100 punten, de afstedentocht geschaast en daar ook uitvoerig verslag van gedaan in de Blauwe Vedde. Vond er alweer een groot evenement in Noord-Nederland plaats. Euroslag, het showcase-evenement aan de vooravond van Noorderslag... was in 1997 groter dan ooit. 25 popgroepen uit binnen- en buitenland speelden in zes zalen... verspreid over de Groninger binnenstad. Zo vond er in de uitpeilende Vierenkelderbar een showcase plaats van Oetstar Records en Koger Records, het label van de Twee Jannen van Platenzaak LP. Deze twee kleine Groningse platenlabels hadden voor hun gezamenlijke showcase drie bands uitgenodigd. De hobbyrokken surfformatie De Krondjoen Devils, de gloednieuwe popformatie Maya Thalma en de Negro's en de populaire Brabantse garagepunkformatie Jabberwocky. De twee Groningse bands presenteren er hun cashfest cd's Surfing Sounds en 100 Punten. Jabberwocky, dat twee jaar geleden een single had uitgebracht op Kogel Records, zou de avond besluiten met een feestelijke punkset. Ik liep behoorlijk gespannen rond. Dit werd ons eerste optreden in de nieuwe bezetting met Jan Pier, opbouw en jongerenwerker op gitaar en drums. Janke, secretaresse bij AVG en freelance vertaalster op bas. Nick, werkloos historicus op drums en gitaar. En ik werkloos historicus op toetsen en zang. Je debuut maken op Euroslag, een belangrijk popfestival, überhaupt het eerste festival waar ik zou spelen, dat was toch, zo kwam het mij voor, niet helemaal zoals het horen. Ook omdat Janke hiervoor nooit bas en Nick nooit gitaar drums had gespeeld in de band. En onze band bestond nog maar twee maanden. We hadden weliswaar veel geoefend op onze zolder aan de Barmeheert, maar het samenspel rammelde nog aan alle kanten. Maar als het goed ging, was het ook geweldig. Ik had een duo gehad met Nick, gitaar en keyboard, een trio met Jan-Pier en Kees, bas, drum en keyboard, maar er ging toch niets boven een band met drum, bas, gitaar en keyboard. Ja, misschien twee gitaren, maar ik speelde nu eenmaal geen gitaar. Er hing ook een wat aparte ambiance in de kelderbar. Overal stonden koffiezetapparaten met koude koffie... en levensgrote afbeeldingen van mijn persoon... en de leden van de Stichting Hobby Rock en de Crunchy Devils opgesteld. Over een half uur zou de surf surftrots... de avond in de kelderbar openen... en hierna zou de 100-punten-cd aan mij worden uitgereid... door Adriaan, alias de jonge bosverzand. Deze bril dragende... Immer blijmoedige penningmeester van de Stichting Hobbyrock... nog steeds werkende aan zijn afstudiescriptie over... over zijn Zeit van Martin Heidegger, was een beer van een vent en hij gaf je altijd het gevoel dat alles goed zou komen. Vervolgens zouden de Negro's en ik twee nummers spelen van mijn debuutalbum, dat door Peter Wening meteen op nummer 1 was gezet in zijn Trash the Beat-lijst in de Verenkrant. Gaat dit horen? Gaat dit kopen? 24 nummers van het fenomeen uit de Friese wouden. Prachtige teksten en orgelklanken alle oude Strangers. Indachtig de titel van de cd liep ons euroslag optreden allemaal wat in het honderd. Tijdens de soundcheck van de Crontune viel er een koffiezetapparaat met koude koffie om dat even eerder door Kees op mijn Yamaha elektronen keyboard was neergezet. Met als resultaat dat de helft van de toetsen het niet meer deed. Ik zag het helemaal niet meer zitten, zeker niet toen de CD-uitreiking wreed werd verstoord door fans van Jabberwocky, die dachten dat hun favoriete band na de Country Devils zou spelen en dit daarom ook luidruchtig gingen eisen. Adriaan kon zich niet verstaanbaar maken en de CD-uitreiking werd daarom afgelast. Jelske. Ik was zo opgefokt dat ik mijn liedjes In de Disco en Foster Dina. Zo hoorde ik achteraf van Jelske op maniacale wijze schuimbekkend had gezongen... hetgeen respect afdwong bij het publiek, zelfs bij de Jabberwocky-fans. Met Jelske en Hobbe zat ik aan een tafeltje in de kelderbar aan mijn zoveelste flesje leeuwbier. Er was echt een onheilspellende, weerde sfeer tijdens jullie optreden, zei Jelske. Dat vult er wel een beetje mee, lachte Hobbe, die altijd een nuchtere kijk op de dingen had... Die was ook niet zo verwonderlijk, want mijn oude huisgenoot kwam net als ik uit Seruisteveen. Hij had een mooie bos blond haar en was in het bezit van een fikse neus. Jooske woonde ergens in de Korrewegwijk en was een oude studiegenote van Hobbe. Ik was haar een paar keer in het Groense nachtleven tegengekomen. Ze zag er altijd uit of ze net bij een optreden van de Cure was weggelopen. Zwarte kleren, de nodige eyeliner boven en onder de felblauwe ogen. En het haar 20 centimeter stijf de lucht in. Jaske was constant aan het woord. Ze had een hele luide en hoge stem. Een beetje wat ik mij altijd had voorgesteld bij Bianca Castafiore, de valszingende operazangeres uit de stripalbums van Kuifje. Maar ik vond het wel mooi. Die bedeesde vrouwen met die fluisterstemmetjes, daar zat je als man toch ook niet op te wachten. Opeens werd alles licht in een veren kelderbar. We besloten naar een Nachtcafé Koekoek te gaan, een paar meter verderop. Daar vertelde Jelzke meerdere malen, tot groot ongenoegen van Hobbe, dat David Bowie een paar keer haar leven had gered. Dat staat nergens op, riep Hobbe, die ondanks zijn dronkenschap zijn kenmerkende bijna wetenschappelijke nuchterheid bleef behouden. David Bowie heeft jouw leven niet gered. Een liedje van David Bowie of een LP van David Bowie of duizend songteksten van David Bowie kunnen niemand zijn leven redden. Onmogelijk. Uitgesloten. Toch is het zo, sprak Jelski met een stem waarin geen enkele twijfel te horen was. David Bowie heeft meerdere keren mijn leven gered. De sfeer was dusdanig dat we alle drie wisten dat als Hobbe koekoek zou verlaten, Jelski en ik elkaar binnen de kosten keren. Fysiek zouden benaderen. Het vertrek van Hobbe liet dan ook niet lang op zich wachten. Jaske was behoorlijk verkouden, maar dat belette haar niet om mij steeds te willen zoenen. Het spijt me, want jullie zijn zo lekker bezig, maar uh, de tent gaat hier sluiten, hoorde ik een stem boven mij. Zullen we nog even naar de Santanebar? vroeg Jaske. Het was half zes en eigenlijk had ik wel genoeg bier gehad en wilde ik liever meteen met haar naar huis, maar. Jaske wilde het moment supreme blijkbaar nog even uitstellen. We zwarten over de grote markt naar de bar, die 24 uur per dag open was en waar voorheen pornobioscoop de beurs was gevestigd. Het ochtendlicht deed zeer aan de ogen. Halverwege onze wandeling over de vismarkt werd de, de nachtelijke stilte opeens verstoord door het schelle geluid van Jaske's stem. Ah, nee! Ik heb mijn hart gebroken. Wat heb je, vroeg ik verbaasd. Je hart gebroken? Nee, niet mijn hart, mijn hak. Kijk. Ze pakte mij vast en trok tegelijkertijd haar linkerbeen omhoog. Er ontbrak inderdaad een hak aan de linkerlaas. Wat we ook probeerden, we kregen de hak er niet meer aan. Het hielp ook niet dat we geen tube universele lijn bij ons hadden. Wil je nog wel naar de centanenbouw nu? vroeg ik met lichte hoop in mijn stem. Tuurlijk wel, we zijn er bijna. Als je mij een beetje ondersteunt, gaat het prima. Het was niet druk in de Santana bar. Enkele mannen waren aan het poelen. Nog een paar andere heren en dames van dubieus allooi zaten aan de bar. In een donker hoekje gaf Jelski mij behalve een nieuwe karrenvracht aan Basillen ook steeds vragen en dilemma's op als ''Mijndert, je mag niet verliefd op me worden.'' Beloof je dat je niet vlucht op me zult worden? En, mijndert, we zijn geen soulmates. Zijn we soulmates, mijndert? Ik gaf steeds zo eerlijk mogelijk op al haar vragen een ontkennend antwoord. Om een uur of acht stonden we weer buiten. Mijn fiets stond nog bij Vera. Jelske zei dat ze met de stadsbus naar Vera was gekomen. Ik was s'nachts verkouden geworden en voelde me ontzettend moe. Echt veel zin had ik niet meer in lichamelijke activiteiten met Jelske, maar ze moest sowieso bij me achterop vanwege haar hakloze laars. Er zat weinig anders op dan de woorden van de laatste grote CDA-leider indachtig dit kwei af te maken. Een nogal luidruchtig kwei, want Jelske praatte toen we uiteindelijk in haar bed waren beland de hele tijd maar door met die luide hoge stem van haar. Ze kon maar niet ophouden met vragen stellen. Doe ik het zo goed, meiner? Wat moet ik nu doen, Meiners? Vind je dit lekker, Meiners? Is het voor jou ook lekker, Meiners? Lekker hè, Meiners? Als je het niet lekker vindt, dan moet je het zeggen, hoor. Wat zullen we nu doen, Meiners? Voelt het goed? Vind je het lekker als ik het zo doe, Meiners? Wat moest ik hierop antwoorden? Zo vaak had ik nog niet gesext. Met Marije had ik niet gesproken tijdens mijn vrije partijen. Ik probeerde me te concentreren. Een volledige focus op de job, maar er was met die maar doorratelende Jelske geen sinecure. Dit ging zo niet goed komen. Waarom al die vragen? Een beetje kreunen, een beetje je waardering uitspreken, prima, maar was er was toch ook zoiets als lichaamstaal? Waar ik bang voor was, gebeurde. Mijn pik begon te verslappen. Ik durfde Jelske niet te vragen of ze haar mond ook stil kon houden. Was ze waarschijnlijk ook niet toen in staat? Wat moest ik doen? Jaske begon al met. Of vind je dit niet lekker? Voelt u niet goed, mijner? Opeens wist ik de oplossing. Ik zei tegen Jaske dat ik heel nodig moest pissen, rolde van een verbouwereerde Jaske af en graaide mijn op de grond gesmeten spijkerbroek mee. In de badkamer haalde ik mijn portemonnee tevoorschijn, waarin behalve papiergeld en pasjes ook twee oordopjes zaten. Hele goede oordopjes. Terug in bed besprong ik Jelske. Ik hoorde geen enkele Jelske meer en gaf alles wat mijn intens vermoeide lichaam te bieden had. Pas toen ik was klaargekomen, deed ik de oordopjes, zonder dat Jelske dit merkte, weer uit. Toen we om vijf uur smiddags uit bed stapten, bekende Jelske dat ze had gelogen en dat haar fiets op dit moment gewoon voor veren stond. Ja, ja, lachte ik samper. En dat David Bowie jouw leven heeft gered, was zeker ook niet waar, hè? Ik bracht Jelsken naar de bushalte, waar ze met lijn 6 van bijen naar de grote maat kon rijden om haar fiets op te halen. Oh ja, zei ik. Mag ik je telefoonnummer? Waarom ben je mijn telefoonnummer? vroeg Jaske. Je bent toch niet verliefd op me geworden, mijndert, hè? Je hebt beloofd niet verliefd op mij te worden. Ik ben niet verliefd, zei ik. Mag ik dan nu wel jouw telefoonnummer? Maar wat wil je daarmee bereiken, meindert, vroeg Jaske. Laten we het gewoon bij deze ene keer houden. Het was leuk zo en laten we het dan bij die leuke ene keer houden. Deze CD verkoopt voor geen kwartje. De Noordelijke pers was positief over 100 punten en opvallend was dat ze het album vooral ook zagen als product. Leo de Courant, uiterst sympathiek product. Nieuwsblad van het Noorden. Een bijzonder en opvallend product. Universiteitskrant Groningen met 100 punten heeft muzikaal Groningen eindelijk weer een exportproduct dat meetelt. Ik kreeg mijn eerste landelijke recensies in muziekbladen als Oor. De enige landelijke krant die aandacht aan 100 punten besteedde was Trouw. Sander Rijven had mijn streven om alle nummers in elkaar te laten overlopen om het gevoel van een document humain extra te versterken goed opgepikt. Ik was zo trots op mijn eerste album dat ik tijdens swingavonden in Vera een buideltje om mijn nek en onder mijn blouse had hangen met daarin vijf CD's. Als ik bekenden tegenkwam en hij of zij vertelde dat ze goede dingen hadden gehoord over mijn debuutplaat toverde ik al snel de bewuste cd onder mijn blouse vandaan en voor ik het wist was ik ze alle vijf kwijt. Deze methode had ik afgekeken van Karel ten Haaf, een uit Bloemendaal afkomstige beschaafde en welbespraakte trotskist en dichter. Voor weinig geld liet hij ze nu en dan een bundeltje in een oplage van honderd exemplaren drukken in het handzame A7 meeneemformaat. Vervolgens ging Karel s'avonds de stad in met zijn jaszakken vol bundeltjes en verkocht deze zonder vervelende of opdringerige verkooppraatjes aan argeloze of beschonken cafébezoekers voor een tientje, zodat hij in elk geval die nacht een beetje fatsoenlijk door kon drinken. Op verzoek van Jan-Pier had ik ook een handgeschreven advertentie gemaakt die in een verenkrant werd afgedrukt. Boven een foto uit het cd-boekje waarin ik in onze huiskamer sta te lachen voor een grote Joy Division poster stond: Koop mijn plaat. Onder de foto stond hoe je de cd kon bestellen. Ik zocht ook een muziekliefhebber op die weinig ophad met mijn manier van muziek maken en die nooit een stap had gezet in donkere muziekholen als Vera, de stille genieter. Op 100 punten stonden twee liedjes over hem en zijn protégé Romy, de stem van de Friese Wouden. Als jongetje had ik met Mem vaak afgestemd op de stille genieter. De populairste geheime zender in Friesland en een van de populairste buiten Friesland. Begin jaren 80 had de Stille genieter de garage achter zijn huis in Harkema omgetoverd in een plaatenschuurtje. Wat hij draaide, werd achter in een garage verkocht en omgekeerd. Met de introductie van de Compact Disc kreeg het platenschuurtje de naam CD Speciaalzaak De Stille Genieter. Enkele jaren daarvoor had hij zijn eigen platenlabel STG Records opgericht. Diverse regionale artiesten brachten hier hun singles, LP's en later CD's op uit. De laatste jaren voornamelijk singles en CD's van Romy Stem van de Friese Wouden. Deze plaatjes werden door de Stille Genieter bijna om het uur gedraaid. Wat dat betreft was hij niet dom. Ruim een jaar geleden was ik bij de stilgenieter geweest om hem mijn debutsingel te laten horen met op de B-kant een lied over Romy, de stem van de Friese wouden. Bij mijn binnenkomst was er niemand te bekennen. Wel rinkelde er zodra ik de deur opendeed een belletje waarna er een vrouw de winkel inliep, naar alle waarschijnlijkheid de lady. Ik vertelde dat ik de stilgenieter wilde spreken. Even later stond hij voor me. Een stevige baas van eind veertig met zwart haar en dito bakkenbaren. Om zijn hals droeg hij een gouden ketting met allemaal letters die samen de voor- en achternaam van de stil genieten vormden. Goeiemiddag, zei ik. Ik ben Meinde Talma en ik ga een single maken om Romy. Romy stemt van de Friese Wouden en ik. Waar zei je dat als wie Meinde en jij hebt een single gemaakt over Romy, ja, maar dat mag zomaar niet. Je kunt niet zomaar een liedje over Romy maken. Maar het is een heel positief voor. En het heet Romy Stem van de Friese Wouden, ja, maar uh, de stem van de Friese Wouden is wettelijk door ons vastgelegd. Niemand mag zomaar de naam Romy Stem van de Friese Wouden gebruiken. Uh, nee, maar ik heb een liedje over Rom. Hetzelfde met de naam de Stille Genieter. Niemand mag zomaar de naam De Stille Gnieter gebruiken. Uiteindelijk kreeg ik De Stille Gnieter zover om even naar mijn single te luisteren. Hoewel hij alleen een Mercedes verkocht in zijn winkeltje, had hij nog wel een pick-up op de toonbank staan. Ik had gezegd dat hij kant B moest draaien, waar Rietje van Romy op stond. Maar zonder wat te zeggen legde De Stille Gnieter kant A op de platenspeler. Halverwege 20 jaar, muzikale fruitman, zei ik. Dit duurt hem wel drie minuten. Misschien is het toch verstandig om de B-kant te draaien. Het tweede nummer gaat over Rommy. Oké, okay, jongen, zei de stille genieter. Hij draaide het singeltje om en deed de naald in de groef van het tweede nummer. Dat net als de A-kant was opgenomen met een eenvoudig tweesporend recordje. Aan het begin van het derde couplet, waar de vrouwen niet meer te houden zijn als Rommy toneel verschijnt. Drukte de stilgenieter opeens op het stopknopje van de pick-up. Hij gaf mij een flauwe glimlach en zei: Ik vind het mooi dat je een nummer over Romy maakt. En ik koop het singeltje ook wel, maar ik wil ook eerlijk tegen je zijn. Je hebt al zoveel mensen die andere mensen de grond inslijmen, maar dat doe ik niet. Ik loop al zo'n 30 jaar mee en ik zal je dit vertellen: Dit plaatje zal voor geen kwartje verkopen. Het klinkt misschien hard, maar ik ben gewoon eerlijk. De volgende keer, als je weer wat wilt opnemen, dan moet je even bij mij komen. Ik heb betere microfoons. Romy zit met zo'n microfoon van 10.000 gulden. Dat is gewoon zo'n dikke lamp, ik bedoel maar. Ik heb het nu even beluisterd, maar de teksten zijn niet te verstaan en het geluid komt stukken beter. De volgende keer, als je wat opneemt, dan moet je mij even bellen en dan nemen we het even op in de studio. Ik had de genieter niet opgebeld en we hadden 100 punten opgenomen met de viespoorrecorder in huiskamers en niet in de studio, maar toch was ik benieuwd wat de genieter er deze keer van zou vinden. Op een koude dinsdagmiddag stapte ik de cd-speciaalzaak de stille Genieter binnen waar de lady net binnenkwam. Goedemiddag, zei ik. Is de baas er ook? Hoi meinder. ja hij is wat aan het prutsen in de garage. Roep hem maar even. Ik liep de garage in. De genieter stond op een trap. Ik zag alleen zijn korte, stevige benen. Volk, hier is mij mijn dit, een nieuwe CD. Het was even stil. Kom erom. Even later stonden we beiden in het winkeltje te luisteren naar mijn CD. Ik had gezegd dat het wel aardig zou zijn om even nummer 12 en 19 te draaien omdat die over dikke Paulus, Rommy en hem gingen. Maar zonder wat te zeggen, was de stilgenieter vanaf het eerste nummer begonnen te luisteren. Halverwege het tweede nummer zei ik. De CD duurt zo'n 55 minuten, misschien is het toch verstandig om eerst even nummer 12 te draaien. Oké, okay, jongen, zei de stilgenieter. Hij spoelde de CD door tot aan het nummer dikke Paulus. En begon weer stil te luisteren met de blik op Oneindig. Aan het begin van het derde couplet, waar dikke Paulus de Stilgenieter opbelt met het verzoek om even een liedje van Rommy te draaien, drukte de Stilgenieter opeens op het stopknopje. Hij gaf mij een flauwe glimlach en zei: Mijne jongen, ik vind het mooi dat je een nummer over Romy of mij maakt, en ik koop de CD ook wel, maar ik wil ook eerlijk tegen jou zijn. Je ja, hebt wel zoveel mensen die andere mensen de grond inslijmen, maar dat doe ik niet. Ik loop al zo'n 30 jaar mee en ik zou je dit vertellen: deze CD verkoopt voor geen kwartje. Het klinkt misschien hard, maar ik ben gewoon eerlijk. Waarom ben je niet even bij mij gekomen? Ik heb het bij die single van jou ook al gezegd. Hierna vertelde de stilgieter weer dat Rommy zong met een microfoon van 10.000 gulden en dat mijn teksten niet te verstaan waren en het geluid helemaal knudden was. De stilgenitter liet allemaal artiesten de revue passeren die het volgens hem net als ik helemaal verkeerd hadden aangepakt. Om vervolgens nog even Tango der Liefde, de nieuwe cd van Romy, in de cd-speler te duwen en keihard af te spelen. Het winkeltje trilde ervan. Om nog even het verschil te laten zien in geluidskwaliteit draaide de stilgenitter op hetzelfde geluidsniveau mijn nummer Hobbydrinker. Wat een geweldig storend basgeluid opleverde. Hierna keek hij mij aan met een bedenkelijke blik en zei: Als ik dit zo beluister, Meindert. En heb ik het niet eens over de allerbelabberste kwaliteit van de muziek? Meindert, wie heeft jou ooit wijsgemaakt dat jij een zanger bent? Wat is dit voor uitzending? Wie hebt mij ooit wijsgemaakt. Dat ik een prima figuur zou slaan in de tv-quiz 2 voor 12. Dat was Hermine, de toenmalige vriendin van Hobbe, die Hobbe en mij, zonder ons hiervan op de hoogte te stellen, begin 1995 had opgegeven voor de bekendste Nederlandse kennisquiz. Ze wist dat Hobbe al vanaf zijn jongste jaren een trouwe kijker van deze quiz was, maar dat hij zichzelf nooit zou opgeven. Hermine had mij opgegeven. Vanwege mijn kennis van sport, popmuziek, film en geschiedenis. Op een septemberdag in 1995 werden we uitgenodigd voor de selectiedag in het vadergebouw. Hobbe en ik hadden de avond daarvoor een feestje gehad en we stapten daarom met een beste kater in de trein in Hilversum. naar Hilversum. Na die verse bekers koffie in de trein en op het station waren Hobbe en ik weer het mannetje. En klaar voor een eerlijke strijd met 200 andere kandidaten op de selectiedag. Na een schriftelijke test van 100 vragen volgde een kort gesprek met het productieteam van 2 voor 12. Dat we uit het noorden kwamen en beide werkeloos waren, scheen hen wel te bevallen. Een paar weken later werden we opgebeld. We hadden de test glansrijk doorstaan en konden een formulier verwachten over de opnamedagen. Anderhalf jaar later was het zover. Op een vroege zaterdagochtend eind februari arriveerden Hobbe en ik op het hoofdstation van Groningen. In respectievelijk een blauw en een geel overhemd. De vader had ons in verband met de techniek van het beeld. verzocht geen uitgesproken witte of zwarte kleding en geen kleding met kleine strepen of ruiten aan te trekken. In de trein werden we het trouwens snel over eens. Dat Hobbe de vragenopzoeker zou zijn. Hij was de meest kalme persoon van ons tweeën en het was zaak het hoofd koel cool te houden. bij het doorbladeren van de naslagwerken die we tot onze beschikking hadden. We hadden ook afgesproken dat als Hobbe had gezegd. dat zoeken we op, dat hij dan niet naar presentatrice Astrid Joosten zou luisteren. Luisteren en opzoeken tegelijkertijd was onverstandig, had Astrid zelf onlangs nog verkondigd in de vadergids. Zo had Hobbe gelezen. Als we het wut maar hebben, zei ik terwijl ik uit het raam keek. Ja, dat zei iedereen niet om twee voor twaalf meidocht, wist Hobbe. Wie het woord draait, kan over straat. In Hilversum bleef ik na enkele meter staan. Hé, hey, kijk! Honderd meter verderop stonden Verkoten en de bie met grote zwarte nepsnorren onder hun neus geplakt. Duidelijk zag er stonden ze te wachten op het moment wanneer men weer kon beginnen met filmen. Gearriveerd bij het NOB Actualiteitencentrum aan de Sumatra 45 in Hilversum, kregen we een rondleiding van onze gastvrouw Ria Sluiter. Die vertelde dat ze ooit begonnen was bij de, bij de televisie als plasgeitenbreier bij de film van Ome Willem. En maakten we kennis met onze twee tegenstanders, een 40-jarige antiquaire en een 36-jarige restaurantkok. Ze heten beiden Sees met een C en woonden in Dodrecht. Van de oudste Sees kreeg een geel kaartje waarop stond: Antiquariaat Sees Groesbeek, voorstraat 148 A 3311 ES Dodrecht, telefoon 078 613 71 72. Mocht je met je bent, ooit nog eens in Dodrecht spelen, zei Sees. Na nog een slap handje van Astrid Joosten, die heel klein bleek maar voor haar 38 jaar nog steeds een heel mooie verschijning, werden we geleid naar een grote lege sporthal. Midden in een sporthal stonden een tafel en een paar stoelen. Aan het plafond hingen honderden lampen. Onze verbazing was groot. We hadden een heel knus en sfeervol studiootje verwacht. De seizoen mochten eerst. Nadat Hobbe en ik een twintigtal minuten hadden gewacht in een belendende ruimte, was het uur van de waarheid aangebroken. We werden verzocht om plaats te nemen achter de desk en moesten heel dicht naast elkaar zitten. Omdat ik een kop groter was dan Hobbe, werd mijn stoel omlaag gedraaid zodat onze hoofden even hoog waren voor de cameraman. En ook de volgende spelers zijn hier vandaag voor het eerst. Klikt de Astrid Joosten mij vriendelijk toe. Hallo, ik ben Meine Telma en woon achter te Groningen. Ik ben werkzoekend historicus, maar ik zit momenteel wat in de muziek en in de schrijverij. Een debuutcd is onlangs uitgekomen en uh, daar was het wel zo'n beetje. Daar was het wel zo'n beetje lachte Astrid. En je komt hier spelen met Hobbe van der Velde. Ik woon ook in Groningen en ik werk bij de gemeente Groningen als automatiseringsmedewerker. Jullie hebben 15 minuten speeltijd, zei Astrid, en die gaat nu in. Op 29 januari 1996 nam een Nederlandse zangeres afscheid van haar publiek met een feestelijke avond in het Concertgebouw. In 1953 begon ze als oratoriumzanger. Ze vergaarde internationale roem en behoren tot de groten in de wereld van de klassieke zang. Hobbe en ik keken aandachtig naar het scherm. waarop een in een blauwe jurk getoorde zangeres van 1941. stond te zingen dat het een lieve lust was. 1973: Idomenio W. A. Mozart stond er als onderschrift bij de beelden. Wie is deze Nederlandse zangeres? vroeg Astrid. Was het niet iets met Elisabeth? Verdomme, ik wist het niet. Uh, die moeten we even opzoeken, zei ik. Nadat ik kort met Hobbe had overlegd. Uw muziekvraag en we beginnen meteen al met opzoeken, plaagde Astrid. Uh, ja, lachte ik een beetje beschaamd. Het was volgens mij Elisabeth nog wat, maar ik weet het niet zeker. Een beetje aan de genre, concludeerde Astrid. Vraag 2 ging over een fruitige Indiaanse theesoort met een nasmaak van honing. Tijdens de laatste woorden van Astrid luidde Hobbe de Bel. Een vraag over Indiaarse thee. Hoe krijgen ze in de Hasses? Verdomme ook de tweede vraag wist ik niet. Uh, mompelde ik. Ik ben niet zo'n theedrinker. Ik richt me tot Hobbe. Ben jij het? Ik heb het niet gehoord, Ze Hobbe. Zeg dan eerst maar waar je voor belde, zei Astrid. Het antwoord op vraag 1 is Ellie Ameling, ze hobbe. Ellie Ameling, herhaalde Astrid. Dus geen Elisabeth. Nou, misschien wel, ze Hobbe. Ellie zou haar roepnaam kunnen zijn en Elisabeth haar echte doopnaam. Ja, je weet het niet, zei Astrid. Vraag 2 ligt er ook voor je. En vraag 3 is gemaakt door de studenten van de Hogeschool voor de Kunsten, de HKU. Er werd een filmpje vertoond over glas. De voiceover zei: De aggregatietoestand van glas is bijzonder en wordt wel aangeduid met een woord dat in het Grieks zonder gedaante betekent. Welk woord is dat? vroeg Astrid. Ik stond hier verdomme voor joken. De derde opeenvolgende vraag die ik niet wist: de aggregatietoestand van glas, hoe moest ik dat dan god voor god voor weten? Ik keek Hobbe aan. Hij had twee jaar natuurkunde gestudeerd. Hobbe dacht diep na, maar kon er niet opkomen. Oké, okay, zei Astrid, ik leg me opzij. Vraag vier was de andere naam voor de Distelfink. Ik wilde hier niet zijn in deze afschuwelijke sporthal. O oh God, mag ik hier alsjeblieft weg, bad ik. Waarom had ik niet wat vaker naar de jonge bosversant geluisterd, al die zijn vogelkennis etaleren? Hobbe, die vraag twee over de Indiaanse theesoort aan het opzoeken was, had ook geen idee. Uh, die moeten we ook opzoeken, lachte ik besmuid. Ook opzoeken, lachte Astrid een beetje bezorgd. Hobbe, kijk de druk. Maar vraag vijf is voor jou, het. Ik begon het ontzettend warm te krijgen. Er werd een filmpje vertoond waarna Astrid vroeg. Hoe heette de verzetsgroep waar fotograaf Kars Oorthuis deel van uitmaakte? Oh nee, wat was ik een vieze domme klootzak. Een geschiedenisvraag voor iemand die was afgestudeerd in eigentijdse geschiedenis met als specialisme filmgeschiedenis en ik wist alweer het antwoord niet. Vijf vragen achter elkaar die ik niet wist. Verdomme, verdomme. Bedremmeld bekend ik: Ja, dat weet ik niet. Aster keek me een beetje moedeloos aan en zei: Ja, het gebeld hobben. Uh, ja, die aggregatietoestand is amorf. Vraag 3. En ik denk dat vraag 2 Darjeeling is. Vraag 6 was de eerste die ik wist te beantwoorden: Circusfamilie Rens. Vraag 7. Over een beroemde Belgische surrealistische schilder beantwoordde ik vol overtuiging met Matisse. Vraag 8. Over de hoofdpersoon van het klassieke Zweedse kinderboek van Selma Lagerlöf beantwoordde ik resoluut met Nils Lofgren. Ik had mijn zelfvertrouwen een beetje hervonden en besloot me niet meer druk te maken. Vraag 9. Over de titel van een overbekende song uit de musical Showboat wist ik niet. Hobbe ook niet. Vraag 10. Over een vulkaanuitbarsting op een Caribisch eiland wist ik ook niet. Vraag 11. Over de schrijver van de Vlaamse film De Witte van Ziegen... beantwoordde ik op goed geluk met Stijn Streuvels. Hobbe had het lied van Showboat opgezocht, Old Man River. De laatste vraag over een Engelse comedyserie in het bezette Frankrijk beantwoordde ik enigszins gejeneerd met hallo, hallo. Hobbe had intussen opgezocht dat de antwoorden op vraag 4 en 10 respectievelijk de putter en mateniek waren. Hierna hadden we nog 2,5 minuut om het woord te raden. Dat moest te doen zijn. Het was zeker dat het woord dat we moesten raden begon met de letters para. Parabol, probeerde Hobbe. Parasieten, paranormaal, paragnosten, dacht ik hardop. Wanhopig zochten we naar het juiste woord. Uh, parachute, paradepaadje, prevelde Hobbe. Uh, paradijselijk, paracetamol, smeet ik. Nog vier seconden, nog drie, nog twee, nog één en daar klonk het bekende deuntje dat je altijd hoort als er iets is mislukt. Hé, wat jammer nou, verzuchtte Astrid. Dat is toch. Hobbe was zo teleurgesteld dat hij niet in staat was om zijn zin af te maken. Welk woord? vroeg ik ook zeer teleurgesteld. Jullie zien het nog steeds niet? vroeg Astrid. Nee, ik zie het nog steeds niet, antwoordde Hobbe. Nou, dan gaan wij het maar voor jullie doen, zei Astrid. Paracommando. Paracommando? Nog nooit van gehoord. Maar het was ongetwijfeld een militaire term. Paracommando? Riep Hobbe vertwijfeld. Ik wees naar Hobbe en zei: Hij is een dienstweigeraar. Het is een psychologisch te moeilijk woord voor jullie, lachte Astrid. Erg jammer. Jullie hebben het woord niet geraden en zal ik je nog eens wat anders vertellen? Astrid wees naar Sees en Sees. Zij ook niet. Dit is een dramatische uitzending. Dit is geloof ik nog nooit, nooit eerder gebeurd. Jullie met z'n vieren bij elkaar? Wat is dit voor uitzending? Een slechte dag. Concludeerde Hobbe. Een slechte dag, herhaalde Astrid. Ik zal je nog even zeggen wat je fout had. Het is zo jammer, want als jullie het woord hadden geraden, hadden jullie ook de bonus gekregen, want jullie hebben uiteindelijk maar drie foute antwoorden gegeven. Mathis gaven jullie op zeven. Dat is een Franse schilder en we moesten René Magritte hebben. O oh ja, zei ik. Magritte, dat wist ik wel. Ja, ik hoorde je je vergissen, zei Astrid. Maar goed. Nieuwslofgen op vraag acht. Is dat niet de gitarist van Bruce Springsteen? Ze begon hartelijk te lachen en ook Hobbe en ik konden erom lachen. Maar dan als boeren met kiespijn. Wat dacht je van Niels Holgersen? Lachte Astrid. Oh ja, riep in concert. Ja, lullig is dat, hè? Ik moest een beetje een grijns binnenhouden. En Ernest Klaas is de schrijver van de Witte Versiegen en niet Stijn Streuvels. Oh, dat vond ik wel een mooie naam, reageerde ik. Ja, dat vond je wel een mooie naam, lachte Astrid. Haha. <laughs> ik deed misschien een beetje lacherig, maar de frustratie was groot. Van Sees en Sees hoorde ik dat zij er nog veel minder van gebakken hadden dan wij. Ze hadden maar vijf van de twaalf vragen goed en hadden derhalve te weinig munitie gehad om hun woord soldatentaal te raden. Voordat we het complex verlieten, kregen we van onze gastvrouw nog een boekje met 2 voor 12 vragen. en het wakku wakku boek met de wetenswaardigheden over de dierenwereld. Hebben jullie nog wat te lezen in de trein? zei de gastvrouw. Goeie reis terug, jongens. S'avonds werd ik ontzettend dronken op het trouwfeest van Japiri Janker. Op zich geen probleem, maar ik was even vergeten dat ik met mijn dronken kop ook nog een paar nummers zou spelen. met Niek en het bruispaar. De volgende ochtend werd ik brak wakker. Eén woord spookte voortdurend door mijn hoofd. Para, commando. Vijf jaar. Ik was bij mijn ouders in Veen om onder meer vijf nieuwe blauwe vers af te leveren. Eén voor hij de mem zelf en de vier andere exemplaren zouden ze afgeven bij oma Ari en tante Geertje, oma Hans en tante Witske, beper en mijn zus Marta. De Blauwe verder was het vriestalige tijdschrift dat Niek en ik sinds begin vorig jaar uitbrachten. We hadden al negen nummers gemaakt. Ik schreef elke keer een verhaal, een brievenrubriek met Kees de Kezenova de Vries. En met Niek schreef ik samen lange levensverhalen van eigenzinnige Friesen. Die mochten bekend zijn, maar het liefst interviewde ik obscure figuren die nog nooit waren geïnterviewd. Dat was ons vorig jaar twee keer gelukt: met Sibele Hietkamp, een vrijgevochten boer, die ik via Huid had leren kennen, en met de Friese Heino, een obscure volkszanger uit Koostertille, die ik in een venster had opgespoord, de Wekelusse Streekrand voor veen en omstreken. Ooit wilden Nick en Nick deze levensverhalen, die een mooie mengeling zouden moeten worden van hoge en lagere culturen in Friesland, bundelen in een boek. Op zoek naar een nieuw slachtoffer viel mijn oog op de volgende advertentie in de venster. Johan, helderziend, helderhorend, heldervoelend, kaartlegger, paranormaal genezer. Via mijn gaven mag ik u helpen. Telefonische consulten of per brief. Ik belde meteen naar ons huisnummer. Nick was thuis en had ook wel het idee dat het heldere mannetje een aardig onderwerp zou kunnen zijn voor een interview in de Blauwe Verde. Hierna belde ik het telefoonnummer dat in de advertentie stond. 'Met Johan?' zei een stem aan de andere kant van de lijn. 'Wie ben ik?' vroeg ik. 'Wat?' zei Johan. Hij had een hoge stem. Ah, klein grapje, zei ik. Een paar dagen later vieste ik smiddags vanaf het ouderlijk huis tussen Ruisteveen naar Strobors. Aangekomen bij het huis van Johan zette ik de fiets op het erf. In de achtertuin was het een één grote ratzooi, net zoals bij ons thuis en bij hem. Ik liep naar de voordeur en belde aan. Een bleke, magere jongen van de jaren 15 in een grote strobbenbloes deed de deur open. Een goedemiddag, zei ik, ik kom voor medium Johan. Dat ben ik, zei de jongen. Aha, dacht ik, vandaar die hoge stem. Jouw compaan is er ook al, zei Johan. Nick zat aan een tafel in de woonkamer waar hij de bandrecorder al geïnstalleerd had. Doorgaans zat er een imposant afro-kapsel op zijn hoofd, maar hij was net aan de kappen geweest. Tegenover Nick zat Johans moeder, een veertigjarige vrouw met een vuurrood hoofd waar wel drie Johansen in pasten. In tegenstelling tot haar zoon sprak Johan's moeder Fries. Nadat ze de koffie had ingeschonken begonnen Niek en ik met onze vragen. Johan's moeder meende zich zo nu en dan ook in het gesprek. Johan zat terwijl zijn moeder aan het spreken was voorovergebogen en zei toen dat hij te horen kreeg dat mensen in de toekomst bewuster zouden gaan leven. Over een jaar of vijf zullen er, zo wordt er nu gezegd, meer mensen zijn die begrijpen wat hun weg is. Heel veel mensen begrijpen dat niet. Over een jaar of vijf komt daar een hele verandering in. Want daar heeft David Bowie ook nog een lied over geschreven, zei ik. Oh ja? Vroeg de moeder van Johan. Uh, ja, vijf jaar, zei ik. Maar wat ik je wilde vragen: heb je nu een bepaalde stem in je hoofd? Ik krijg nu gewoon wat te horen en dat geef ik gewoon door. Ik zelf weet natuurlijk niks. Ik ben gewoon een kanaal, als het ware. Een kanaal van God, vroeg ik, of, of misschien van een andere macht. Nee, Bliksem, riep Johans moeder. Niet van de satanskerk of zo wat. Maar je bent wel godsdienstig, vroeg Nick. Ja, knikte Johan. Ook bij een kerk, vroeg ik. Nee, zei Johan. Nee, zei ook Johans moeder. Ik ben wel beleidend lid van de gereorganiseerde kerk van Jezus Christus en de heiligen der laatste dagen in Zwaar Westijnde, maar naar de kerk ga ik niet meer. Dat hoeft ook niet. Johan maakte gebruik van zijn gidsen die veel werk voor hem opknapten. Eén van hen was in een vorig leven bij me, dat was in Egypte, of Egypte bedoel ik. En die andere, ik weet niet of dat van een vorig leven is, maar die is gewoon altijd bij me. En als ik met een healing of genezing bezig ga, dan zijn er altijd bepaalde helpers bij je. Johan vertelde dat hij een eerder leven had gehad. In Egypte, Johan bleef moeite houden met het woord, was ik ook een paranormaal genezer. Ik ben op 16-jarige leeftijd overleden. Nou wel, een gevaarlijke leeftijd, dus, zei ik. Je bent nu zelf toch ook 16 jaar? Heeft dat een betekenis? Nee, dat was in het vorige leven. Is het vorig leven een herinnering of een gevoel? Een herinnering. In de toekomst kun je die ook zien? Van mezelf kan ik het niet zien, van andere mensen wel. Dus zoals wij hier nu zitten, dan weet je meer van ons dan je nu zegt. Johan knikte van ja. Wat zie je bij hen? vroeg de moeder van Johan. Johan keek mijn kant uit en zei: Ik zag bij jou zo net een oudere vrouw. Met wat grijzig, bollig haar, bril nou, Dat zou mijn beppe kunnen zijn, zei ik. Droeg die een gouden ring? vroeg Johan. Ja, dat zou kunnen. Ja, zei Johan met trage stem. Is zij overleden of niet? Zij is tachtig jaar en nog springlevend. Zij heeft last van haar gezondheid. Vooral van de voeten. Ook benauwde luchtwegen. Ook wel ja. Ik kreeg ook wat onder in mijn rug te voelen, zei Johan. Aan de zijkant. Ik voelde het wat steken. Ik heb wel het idee dat ze daarmee naar de, naar de dokter moet. Ik zal het doorgeven. Johan, zijn hoofd hing nu bijna op het tafelkleed. Zijn ogen waren gesloten. Heb jij ergens last van? Nou, je hebt natuurlijk wel, wel bepaalde dingen. Binnenkort wordt er een genezingsproces opgestart. Ik weet nog niet waar je last van hebt, dat krijg ik niet te zien. Johans moeder lachte en zei. Nou neem je die andere knaap even onder de loep. Johann zijn methodiek was simpel. Veel vragen stellen, de ondervraagden, maar laten antwoorden en van daaruit weer verder gaan. Zo kon ik het ook. Maar wat ik Johan moest nageven, hij straalde als 16-jarige geen enkele twijfel uit en leek vastbesloten om het te gaan maken als medium. Vals onschuldig. Begin februari haalde de eekhoorn me op voor ons eerste optreden buiten Groningen en Friesland, in het Svoors-Popfront. Op de poster stond een toetsenbord afgebeeld met erop in grote letters. Mijn uit grun Ultra Er waren vijftien zwollenaren op afgekomen. Onze uitkoopsom was 500 gulden, waarvan 252,33 gulden in het handje terechtkwam van de eekhoorn. Zijn busje was wit en smerig, maar je kon er staan bij de achterbank. De eekhoorn, een brildragende man met slaperig hoofd en dito kapsel reed soms ook voor de vuige rock'n'roll band Green Hornet en de gothic band Dark Mythology. Hij was een goed geluimde chauffeur die altijd een kwinkslag klaar had. Behalve bands heen en weer rijden stond de Eekhoorn voornamelijk bekend om zijn low-budget verhuisbedrijf Eekhoorn Kamerverhuizingen dat zich richtte op studenten en andere minder draagkrachtigen. Voor het verhuizen van de inboedel van een kamer binnen Groningen rekende de eekhoorn 150 gulden, maar wel onder de voorwaarde dat de verhuizer zelf voor voldoende mankracht zouden, zodat alles een beetje vlot verliep. Om zijn verhuisbedrijfje wat meer bekendheid te geven, had de eekhoorn met een paar vrienden de band Eekhoorn Kamerverhuizingen opgericht waarin hij niet onverdienstelijk de basgitaar hanteerde. De songs van dit country gezelschap gingen over het wel en we van een low-budget verhuisbedrijf zoals Dieselbus, Hallo Eekhoorn op de melodie van Hello Dolly, Eekhoorn Speciaal, Verhuisdoos Polka en 5258382, Bel Eekhoorn voor een busje. Na een maand zonder speelminuten had Jan-Pier een serie optredens geregeld die begon op donderdag 6 maart in Nachtcafé Koekoek in Groningen, waar we tussen 1 en 2 uur 's nachts een lange set speelden. en ik meteen mijn ochtends bij muziekhuis De Capo te Leek gekochte hoge keyboardstandaard introduceerde. Voortaan zou ik staand achter mijn Yamaha elektronen mijn nummers zingen, zo was het plan. Een week later speelden we in het Tagrein te Hilversum voor één mens, De Geluidsman. De eekhoorn niet meegerekend. Speel voor de twee mensen die er zijn, niet voor de mensen die er niet zijn, zei een toen we begonnen. Na afloop keken we nog even in de afgeladen grote zaal, waar zo te zien een schoolband stond te spelen. De jonge zanger was zo door emoties overweldigd dat hij in huilen uitbarstte. Drie dagen later speelde ik voor het eerst in de grote zaal van Vera. We waren het voorprogramma van de Amerikaanse band Trans Am, die nogal geschokt reageerden toen ze zagen en hoorden dat mijn begeleidingsband de Negro's heette. Weer drie dagen later debuteerde ik op de Nationale Radio en wel op Radio 5. In studio Amsterdam traden we twintig minuten live op in het VPRO-programma De Avonden. Nadat we hobbydrinker hadden gespeeld, zei de kalme, maar ook krachtige stem van Wim Brands. En dan daalt Maynard Thalma nu even af van de Olympus en gaat hij naast me zitten. We gaan in een olifanten door zijn muzikale loopbaan. het, je hebt ons je debuutalbum 100 punten gestuurd. En er staat een fotootje achterop van een jongetje van... Hoe oud is hij? Ik denk een jaar of zeven. En die zit achter een orgeltje. Wat is het voor een orgeltje? Een oude viscount die bij mijn ouders thuis stond. Mijn moeder speelde er wel eens op, maar ze had er te weinig aardigheid in, en toen heb ik het orgelspelen maar van haar overgenomen. Waar stond het ouderlijk huis? Dat was aan de Vossenpolstraat tussen Veen. Noem het nummer er ook maar even bij gelach bij het publiek. Vospoor 16. Ook de rest van het lange gesprek, ik had maar een paar vragen verwacht, verliep zeer prettig. Want Wim Brands luisterde heel goed en was niet bang om over bepaalde zaken door te vragen. Zijn stofvraag verraste me ook. Nog één ding voordat jullie nog een paar liedjes gaan spelen. Bij het beluisteren van de cd viel me op dat de muziek die jullie maken onschuldig klinkt en vals tegelijkertijd. Ik bedoel niet vals dat je vals klinkt, maar ik bedoel vals onschuldig. Hoe komt dat? Ik bleef het antwoord schuldig, mede omdat ik een dergelijke analyse nog niet eerder had gehoord. Twee dagen later brachten we vanaf zeven uur s'avonds een paar liedjes ten gehoore bij Radio Boonstra, de paardenzaak in Veen, waar ik vroeger vele uren had doorgebracht meestal zonder met de geluidsdrager thuis te komen. Heid en Mem kwamen ook nog even langs. Ze hadden Niek en mij vorig jaar als duo al gezien, maar nu konden ze voor het eerst kennis maken met de nieuwe viermansband. Ze hadden ook de vrijdagbijlage van de Leeuwarden Courant meegenomen, waar een groot interview van Jaap Hellinga met mij in stond onder de kop, gereformeerde Woordpiek als Groninger Papido. Als ik je een advies mag geven, zei hij: altijd de mensen aankijken als je tegen ze praat. En een beetje fleuriger zou misschien ook niet verkeerd zijn. De kop omhoog. Snel nam ik het interview door en zag waar hij het op doelde. De televisie gaat uit, want er is een journalist over de vloer: geen studio sport vanavond. Lichtjes voorovergebogen, zit mijn talma, 28 jaar is een huiskamer in de Groningse Nieuwbouwwijk bij hem. Hij kijkt zwijgend naar de vloer. Huisgenoot Niek de Vries, ooit zanger van de Friese rockband Die Amp, trekt zich terug in de keuken. Talma blikt nog steeds naar de grond. De ruim twee meter lange organist trekt een ernstig gezicht. Dan komen de woorden, langzaam en bedachtzaam. Later op de avond speelden we als voorprogramma van Pickmeet in de Keyhole te Burgum. Een paar jeugdvrienden uit de Ruisteveen waren op en ook om Arie en Tannegeertje, de zus van Mem, waren aanwezig. Wat ze te horen kregen was nogal hard en chaotisch. We hebben vanavond geen naam gemaakt, zei Nick toen we in het busje waren gekropen. Een dag later speelden we in De Storter te Jubbega. We hadden een bandparodist in het voorprogramma die al 25 jaar in de bandparodie bleek te zitten. Ons laatste optreden in maart was vijf dagen later in de Pizel, de kleine Soos van de Friese studentenvereniging van Benlev. We hadden deze maand zeven keer opgetreden, 1210 gulden verdiend en 1255,28 uitgegeven aan de Eekhoorn. 45 gulden verlies, en daar hadden we nog niet eens een eigen geluidsman. Versmobiel Ondernemer. In mijn van de stolter gekregen zwarte Turfpop jubbega t shirt over mijn grijze shirt met lange mouwen, arriveerde ik op het feestje van Ingrid, de vriendin van Henks. Er was nog één zitplek over, op het twee naast een jonge man van mijn leeftijd. Hij had allerlei zwarte kleren aan en een flinke bos haar die recht overeind stond van de zeep. Ik schudde zijn hand en zei hem mijn naam. Hij keek mij een paar seconden aan en opende toen zijn mond, die voor een groot gedeelte bestond uit een onregelmatig gebit, en zei toen zeer zacht en bedachtzaam zijn naam: Hendrik Jan van Telgen. Hendrik Jan vertelde dat hij werkte voor de stadsomroep en ook nog freelancewerk deed. Zo had hij onlangs nog een documentaire gemaakt... over de Zatanskerk in Temboer... voor het SBS6-programma Hart van Nederland. Hij was nu bezig met de voorbereiding... van het maken van clips voor enkele Groningse bands. Ik zei dat ik zelf ook in een Groningse band zat... en dat ik ook wel belangstelling had voor zo'n clip. Hoe heet die band van jou dan? Mijn Talma en de Negro's. Oh... Ben jij der telma? Zei Hendrik Jan enigszins verbaasd. Ik kreeg laatst een bandje van mijn broer. Hij had jouw cd 100 punten voor mij getaped. Ik heb het bandje enkele dagen achter elkaar gedraaid. Nu ik je hier zo tref... Ik zou heel graag een clip willen maken van een van die liedjes. Lijkt je er wat? Dat zou ik heel mooi vinden, zei ik. Heb je al een liedje op het oog voor die clip? Nou zei Hendrik-Jan van Telgen bedachtzaam. Een liedje dat ik maar niet uit mijn hoofd krijg en waar we volgens mij een heel mooi clipje van zouden kunnen maken is Vers Mobiel ondernemer. De ruimhartigheid van deze kleine zelfstandige zouden we heel mooi in beeld kunnen uitbrengen. Met een lage stem begon van Telgen het laatste clopet te zingen. Je hebt een mooie bariton, zei ik. Dankjewel. Wat ik mooi vind aan het nummer, en wel meer van jouw liedteksten, is dat ze die mengeling hebben van droge eenvoud en soms cynische humor. Zo gaat Versmobiel ondernemer volgens mij over een goed gemuste man die plezier heeft in zijn werk om de plaatsgenoten van de dagelijkse voorraad etenswaarden te voorzien, en dan eindigt het nummer plotseling met de mededeling dat hij onlangs nog bij drie begrafenissen is geweest, omdat dat ook de taak is van een versmobiel ondernemer. Later op de avond, toen Van Telgen niet meer op het feestje was, hoorde ik van Nico, met wie Nick, Hobbe en ik vaak op stap gingen, dat Van Telgen net als Nico uit Kolm kwam en dat hij altijd tergend langzaam naar het Lowerscollege en buiten post fietste. Dat slakkergangetje kon Nico, die bekend stond op zijn snelle fietstempo, zo mateloos irriteren dat hij er nu nog kwaad om werd. Bij het weggaan richt ik mij in een enigszins benevelde toestand tot Henks. Oh ja, Henk, ik uh, was bijna vergeten, maar Janka zit binnenkort vanwege haar studie Russisch vier maanden in Petersburg. Zou jij voor haar willen invallen? Natuurlijk, riep de roodharige fotograaf enthousiast. Michael. Half april debuteerde Henks zeer verdienstelijk als bassist. Op een promotiefeestje van een vrouwelijke fan in café Vrolijk te Groningen. Bij het inladen van de apparatuur kwamen we Michael Hall tegen. Ik heb weer drie CD's nodig, zei Michael. Heb je nog bij je? Helaas, zei ik, alles verkocht vanavond. Ben je morgen thuis, dan kom ik wel even langs. De volgende middag vieste ik naar Michael die een jaar ouder dan ik was en vandaag een geel uniform aan had met paarse knopen en een oude bril droeg met een dik zwart montuur. Zijn haar had hij met vet achterover gekamd. Hij werkte twee dagen in de week als theatertechnicus in de stad Schouwburg, maar ik kende hem vooral als superachtfilmer. Vorig jaar had ik met de Negro's door mij gecomponeerde live muziek gemaakt bij zijn films op de parade in Amsterdam. En vorige week had ik nog gespeeld in zijn White Crystals, een half uur durende speelfilm waarin vier Gronse militairen, van wie ik er één was, per boot op zoek gaan naar de vijand die zich heeft verschanst bij de suikerfabriek in Hoogkerk. Ze stranden bij enkele muzen in een nachtclub waar ik op mijn Yamaha Electone enkele nummers speel. Het huis van Michael was een ongelooflijke chaos van materialen en troep. Er was geen cv of waterleiding. Na het toiletgebruik op de bovenverdieping diende je zelf een emmetje water over het gepresteerde te gooien. Michael vertelde dat zijn vader dit huis vier jaar geleden voor hem had gekocht. Hij is al 76 en is een Engelse ex-major. Eén keer in een maand ga ik naar hem toe. Als mijn vader boodschappen doet, trekt hij zijn oude uniform aan en marcheert dan als een voorname veldheer naar de winkel. Ik zelf heb zeven uniforms, van soldaat tot hotelbediende. Aan de muren hingen veel grote posters en schilderijen van blote vrouwen, van Michael's hand en bevriende schilders. Michael vertelde dat hij op Minerva, de kunstacademie van Groningen, had gezeten. Na drie jaar had ik er helemaal genoeg van. Het liefste was ik boer geworden. Als jongen op het Gronse platteland heb ik vele jaren gewerkt bij een boer. Maar met al die regeltjes van tegenwoordig werd dat het ook niet. Daarom ben ik nu maar toerist geworden. En onbezorgd promotor van mij en Tam en de Negro's, lacht ik. Ja, heb je de cd's bij je? Kijk, hier heb ik 75 gulden. Sinds de release van 100 punten was Michael verreweg mijn grootste afnemer geweest. Hij had zeker 15 cd's gekocht die hij vervolgens weer weggaf aan vrienden overal in het land. Ambities Ik nam afscheid van Michael en fietste naar mijn tennis- en schaakkameraad Dr. Anders Neus. Een werkloze Nederlandicus die in zijn jeugd veel strips had gemaakt... En sinds februari van dit jaar de omslagen maakte van de blauwe verder. Soms vloog al die ledigheid me naar de keel, als dokter Anders neus en ik een zoveelste werkdag stuk hadden geslagen met tennis en schaken. Weg, weg, weg moest ik uit het studentenhuis in het godvergeten bij hem, die troosteloze achterstandswijk waar ik nu al bijna negen jaar woonde. Mijn ouders prenten het me ook altijd in als ik thuis kwam. Waarom had ik, een gezonde twintiger en doctorandus in de geschiedenis, na 2,5 jaar geleden te zijn afgestudeerd, nog niet één keer een baantje gehad? Ik antwoordde dan dat ik mij de blubber aan brieven schreef, en dat was ook niet gelogen. Ik moest toch wel van de soos, anders zou ik gekort worden op mijn uitkering. Ik schreef brieven op alle vacatures voor journalisten. En ik was in mei zelfs twee keer op gesprek geweest voor een baan als regioreacteur bij het Fries Dabblad en als onderzoeker bij de sectie Journalistiek van de vakgroep Geschiedenis ten behoeve van de uitvoering van een voorstudie naar de geschiedenis van de Leeuwarden Courant. Met een lichte kater, de avond ervoor hadden Niek en ik de eerste grote blauwe verderjoen georganiseerd in Benlef, de Friese studentenvereniging te Groningen, was ik smiddags om 12 uur gearriveerd in kamer 0427-11 van professor Lokkeveer op de vierde verdieping van het Harmoniecomplex aan de Oude Kijk in het Jatstraat? Ik was een van de zes gesprekskandidaten, zei de professor, die jarenlang hoofdredacteur was geweest van de Volkskrant. Ook aanwezig waren de heren Wijfjes en Wagenaar. Toen de laatste opmerkte dat hij mij onlangs had gezien in een interview in de universiteitskrant over mijn debuutalbum en hoe serieus mijn ambities in de popmuziek waren, antwoordde ik: Die zijn serieus, maar ik zie geen onoverkomelijke problemen om die te combineren met het werk als AOR. Die problemen zagen Lockeveer en zijn twee companen wel, of ze vonden me niet goed genoeg. Net als bij het Friesdelblad kwam er geen tweede gesprek. Ik was er niet echt rauw om, want ik wilde vooral doorgaan als muzikant en schrijver, maar toch bleef het een dubbele en vervelende situatie. Zoals citatiebrieven schrijven om je uitkering te behouden en zoals citatiegesprekken voeren over vacatures die je stiekem liever niet wilde. Maar wat als die muziek en schrijverij van mij op niks zouden uitlopen? Nee, zei ik dan weer eens tegen mezelf. Het mat, het kin. Ik moest muziek maken en schrijven. En ik kon het verdomme ook, dat zou ik laten zien. Ook van Jan Pier moest ik een brief schrijven en wel aan Paul van Melis van Mojo, Nederlands grootste concertorganisator en boekingskantoor. Jan Pier had namelijk van Freddy Rozenboom van Excelsior Recordings gehoord dat van Melis misschien belangstelling had om onze band te boeken voor zowel Lowlands als het voorprogramma van enkele optredens van de Utrechtse noise-rapgroep Urban Dance Squad. Dat wij zouden spelen op een zo massaal festival als Lowlands klonk mij al vreemd in de oren, maar dat wij, een beginnende aan alle kanten rammelende band, het voorprogramma zouden zijn van Urban Dance Squad, het grootste Nederlandse live van de jaren 90, leek mij vrij absurd. Er zijn wel gekkere dingen gebeurd in deze business zei Jan Pier. Dus schreef ik op zijn verzoek, als was het mijn zoveelste sollicitatiebrief namens Rekkers, een epistel over mijn band met twee bijlagen bestaande uit recensies van de CD en onze optredens. Tevens sloot ik wederom op verzoek van Jan Pier. 200 punten CD's in, als ook twee cassettebandjes van ons live optreden bij het Radio 5-programma De Avonden met als schriftelijke toevoeging. Op verzoek van de mannen van de avonden moesten we vooral rustige nummers spelen, zodat u helaas geen beeld krijgt van onze meer up -tempo nummers. Levensechte slungelpop. Weer Jan Pier aan de lijn, maar ditmaal geen band-aangelegenheid. Of ik zin had om met hem naar de kleine prijs van Sneek te gaan. Janker zat nog steeds in Rusland, dus hij kon wel een verzetje gebruiken. Een paar uur later zat ik in zijn open cadet. En onderweg vertelde Jan Pier me over de tijd dat hij als jongerenwerker in Sneek had gewerkt en over eerdere finales van een kleine prijs die hij had bijgewoond. Zelf was hij in 1988 met de freestalige Punkband de in orgels tweede geworden achter Lul. In het bolwerk troffen we Kees, de broer van Nick, die een paar keer als jury van de voorronde van de prijs had gevergeerd. En verder zag ik Wiep de Boer, zanger van Busgum, en ook VPRO DJ Ja Boots, die een week geleden het door Jan Pier opgestuurde promotiepakketje terugstuurde met de mededeling dat hij er nog steeds niks aan vond. Halverwege de door en Metal gedicteerde kleine prijs knepen Jan Pier en ik er tussenuit en gingen we naar het jaarlijkse feest van Jan de Boom en zijn konuiten in Café de Stam te jouden. Jan Pier verheugde zich zichtbaar op het feest waar je, zo zei hij, voor 20 gulden de hele nacht drank kon bestellen. Jan de Boom was van Boom Agency, de bekendste boeker uit Friesland, die onder andere Daryl Ann, Johan en Simmer boekte. Het zou niet verkeerd zijn, zei Jan Pier, als Jan de Boom ons in de toekomst zou boeken. Jan Pier deed het nu al een paar maanden, maar het kostte hem veel tijd. En iemand als de Boom zou ons vaker en voor meer geld kunnen wegzetten. In de stam was het rustig. Een stuk of wat jouwste drinkenbroers zaten gebroedelijk aan de tap. We informeerden waar het feest was. Gewoon dooropen en dan die deur open doen. We deden wat ons gezegd werd en vielen midden in een uitzinnig feestgedruis met de chronische surfformatie Firebirds als geweldige stemmingmakers. Ook de met de Firebus meegereisde hobbyrocker Crazy Gerry liet zich hierbij niet onbetuigd. Toen het feest afgelopen was, was het ook echt afgelopen en probeerde Jan Piernik in een mooie rechte lijn achter Jan de Boom en zijn verdin aan te lopen. Jan de Boom had ons voorgesteld om te overnachten in zijn woning, zodat wij niet in de open cadet hoeven te slapen. Zijn verdin zo werd duidelijk, werkte in hetzelfde hotel waar jan pierre en Janka hadden overnacht tijdens hun huwelijksstripje twee maanden geleden. jan pierre nooit bang om ergens een mening over te geven, gaf haar enkele tips over verbetering van de service en al haar facetten betreffende dit hotel. Ondertussen was er ook een oude vriendin van Jan verschenen die een niet geheel frisse indruk meer maakte. Hetzelfde kon worden gezegd van de, de vriendin van Jan die daarom al snel haar bed opzocht. In de tussentijd had Jan een video met fragmenten van Johan en Daryl Anne in de videorecorder gepleurd. En gaf, waarschijnlijk mede door de hoeveelheid ingenomen drank, zeer emotioneel en betrokken commentaar bij de vertoonde beelden. Toen we de volgende dag ontwaakten, was het moederdag. Ik had een aardig houten dakje. Jan-Pier voelde zich naar eigen zeggen kip lekker en daarom werd al snel de, de terugreis naar Groningen aanvaard. Thuisgekomen meende ik eerst dat ik moest kotsen, maar na het eten van een restje macaroni werd deze mening bijgesteld. Enkele uren later vries ik alweer naar Jampier, waar het busje van de Eekhoorn al door Henks en Nick werd ingeladen. We moesten met de band spelen in café Silberman, te Leeuwarden. Ons voorprogramma bestond uit het Plaza-orkest uit Eindhoven, het film- en theatermuziek speelde. Elke keer als het iets wat timide gezelschap een stuk had gespeeld, draaide de dirigent zich om naar het publiek. Het duurde dan steeds enkele lange seconden voordat de eerste toeschouwer enigszins aarzelend zijn handen op elkaar kreeg. Waarna de andere aanwezigen dit goede voorbeeld volgden en een klein, maar toch alleszins beschaafd applausje ten beste gaven. Waarna de dirigent dan het volgende stuk aankondigde. Hij voelde de sfeer heel goed aan en zei daarom aan het eind van het optreden Volg dan nu wat ons betreft het ene laatste werkje en wel van huppel de pup en Sima voor jezelf. Hierna waren wij aan de beurt. Na een paar nummers zat de sfeer er behoorlijk in. De nieuwe freestyle nummers Yes Joch en Spreking en hippet Hippe gingen heel goed en de mensen met wie ik na afloop sprak, wiep de Boer, die enkele foto's nam voor het Friese popmagazijn Fries. Kees, de broer van Niek, Jaap Hellega, journalist van de Courant, en Loekje, de vriendin van de Kees Nova, waren behoorlijk enthousiast. De zondag daarop zag ik hem weer in Leeuwarden, toen we volgens de poster Levensechte Slungelpop speelden in mukkes. Henk speelde ook in plaats van Janke mee in een videoclip van Vers met een cameraman aan zijn zijde maakte Hendrik-Jan van Telgen in de oude melkfabriek De Ommelanden opnames van de Nigroze Mei. Eerder had hij al opnames gemaakt van mijn persoon terwijl ik in een geleende suv wagen door, volgens Van Telgen, Noorderlingen-achtige straten in de Hoorse Meerwijk reed. A Midsummer Night's Dream. Begin juni spelen we met Hengs op een feest van afdeling C2. In het grootste gelegaliseerde kraakpan van Nederland. Het oude rooms-katholieke ziekenhuis gelegen aan de Verlengde Herenweg in Groningen. Het optreden vond plaats in een grote 8 meter hoge kamer. die toebehoorde aan een zekere Alicia. Toen iemand me vertelde wie Alicia was, schrok ik even. Deze kleine, slanke, zwartharige vrouw met een flink voorkomen. en een mooi expressief gezicht. Had ik wel eens eerder gezien in Vera, waar ze zo nu en dan het licht deed bij optredens. Ik had nooit met haar gesproken, omdat ik niet zou weten waar ik over zou moeten beginnen. Maar nu ik vanavond in haar kamer zou spelen, had ik in elk geval een excuus om haar aan te spreken. Hallo, ik ben Mijndert. Yeah, I know. Heel leuk jou hier te ontmoeten, lachte Alicia verlegen, haar hoofd in een korte beweging snel heen en weer bewegend. Ze bleek een Amerikaanse, geboren in New York, hetgeen wellicht de, de tientallen aan de muren geplakte speelgoedpistolen verklaarde. Alicia had zelf het podium gemaakt waarop we moesten spelen. Allemaal projectoren met beelden van een dansende Fred Astaire en Ginger Rogers en een filmpje van Woody Woodpecker waarin hij als een cowboy een saloon binnenloopt, een whisky bestelt, opdrinkt, zijn kop helemaal rood wordt en opzwelt en hij dan als een raket omhoog vliegt door het dak van de saloon heen... en daar weer razendsnel naar beneden valt. Vier dagen na het optreden in het Oude Rooms-Katholieke Ziekenhuis... traden we op in de Melkweg te Amsterdam... als voorprogramma van de Amerikaanse bands Girl Against Boys en Royal Trucks. Ons laatste optreden met Hengs was eind juni in Tivoli te Utrecht... Op een Midsummer Night's Dream, een door Excelsior Recordings in samenwerking met Boom Agency gepresenteerde avond, met allemaal Excelsior-bands als Johan, Simmer, Daryl N en Scrampsy Baby. We hadden Michael Hall meegenomen, die allerlei superacht films vertoonde tijdens ons optreden. Onze volgende plaat komt uit bij Excelsior Recordings, zei Jan-Pier met zelfverzekerde stem op de terugweg, met de nieuwe nummers die je de laatste tijd hebt geschreven. Moet dat wel lukken. Het zou heel fijn zijn als Lorenz doorgaat. Dat zou wel helpen. Ik zou die van nog eens bellen. Hij werkt tegenwoordig ook veel samen met Ferry van Excelsior. Een boek schrijven binnen twee weken. Op een warme augustusavond, het was al weken smoorheet, zaten Niek en ik in de bus naar de Veenhoop. We bespraken een paar bands die we over een paar dagen op Blownet zouden zien. Helaas was het niet gelukt om te regelen dat we er zelf met de bands konden spelen. Al snel ging het gesprek verder over ons doel van vanavond. We zaten in de bus voor ons zevende levensverhaal voor de Blauwe Verde. Dit keer geen obscure figuur, maar een schrijver. En wat voor een schrijver? De 65-jarige Rink van der Velde... Was met nog twee jaar voor de boeg veruit de meest gelezen Friese schrijver in de tweede helft van de 20e eeuw. Van der Velde was in 1960 op 28-jarige leeftijd gedebuteerd als Nederlandstalige romanschrijver. Hij had vanaf dat moment elk jaar een Friestalige Roman of verhalenbundel geschreven. 22 romans en 14 verhalenbundels, waarvan hij er ook nog een flink deel zelf had vertaald in het Nederlands. Een ongelooflijke productie als je wist dat Van der Velde al die boeken had geschreven terwijl hij fulltime journalist was. Ikzelf was nu 28 jaar en Niek was 26. Sinds een goed jaar waren we druk bezig met onze debuutromans, maar het kon er wel even duren voor die zouden verschijnen, zo was onze inschatting. Van der Velde had een voorkeur voor vrijgevochten types. Hij schreef prachtig Fries en was een meester in humoristische dialogen. Ik had vier boeken gelezen van hem: De Voeken, een Hemingway-achtige oorlogsnovelle, Verroering van Lucht, een kluchtige avonturenroman, Bogwit Forever, Nederlands Friese slapstick... en Sterrende Wierheid, een bundel in kroegverhalen. Zijn roman De Hoensil om je bilje over de vroeger en klompenmaker Aje Wistra... Die in 1929 vier veldwachters doodschoot, had ik niet gelezen. Maar ik had wel de verfilming van Pieter Vroef uit 1980 gezien, Het Teken van het Beest. Kees had het interview geregeld. Hij was opgegroeid in de Veenhoop en was twee dagen geleden bij Van der Velde langs geweest om te vragen of we hem konden interviewen. De Veenhoop, het gehucht ten westen van Drachten aan de Weide E, was in diepe rust gedompeld. Kees stond, Niek en mij op te wachten bij de bushalte. Nadat we even een praatje hadden gemaakt met de ouders van Kees, vlieten we om half acht het ouderlijk huis van Kees en gingen we lopend op weg naar Rink van de Velde. De Friese volksschrijver woonde zo'n twee kilometer uit het kleine centrum van de Veenhoop in een klein arkje aan de rand van een petgat, een zogeheten veenput. Het arkje had over de hele breedte een veranda. Die uitkeek op het water van het petgat, de veenput, tot aan de horizon toe. Van der Velde kwam op Zweedse klompen aanlopen en nodigde ons uit op de veranda. Hij ging het woonhoekje in en kwam terug met een doos vol blikjes bier. Jongeluien, drink het zinwurdig vooral bier, is het net? We zetten de blikjes meteen aan de mond, want het was dorstig weer. Van der Velde kwam erbij zitten met een glaasje jonge jenever. Terwijl Nick de bandenkolder installeerde, vertelde Van der Velde dat hij hier niet permanent mocht wonen. En dat hij daarom vooral in het voorjaar en de zomer op deze plek was te vinden. Zijn vrouw woonde in Drachten, maar daar was hij alleen in de winter. Hij moest in het veld zijn. Dit was, dit was zijn plekje. Hij had er 40, 50 tal fuiken en ving hier veel paling en hij had hier permanent een waterhondje zitten en het pootje achter de boot. Daar zaten nu de kuikens. Je kon de zwarte kopjes zien. Die waren veertien dagen geleden uitgekomen. S'avonds kwam het wild uit de wallen. Daarbij de kleuren op het water, de laatste zon. Het kon niet mooier hier aan de waterkant. Het heet wel wat weg van een kluizenaarsbestaan, vond Kees. Daar kon Van der Velde wel mee instemmen. Als verslaggever was hij veertig jaar onder de mensen geweest... Hij was overal wel geweest en had alles wel gezien. Wat de schrijverij betrof, was hij alleen s'avonds laat aan de gang. Dus hij deed nu heel lang over een boek. Vroeger deed hij het in veertien dagen. Vanaf 1960 had hij op die manier bijna elk jaar een boek geschreven binnen twee weken. Veertien dagen? herhaalde ik vol ongeloof. Nick en ik keken elkaar lachend aan. We waren al blij als we een hoofdstuk af hadden binnen twee weken. Van der Velde vertelde dat het snelle schrijfproces te maken had met zijn werk. In de journalistiek had je vroeger een zevendaagse werkweek. Ze hadden wel een cao, maar eigenlijk ging het werk altijd door. Bij het Vrije Volk waren ze met zo'n vijf, zes man. Bij de Friese Courier met zeventien. Later bij de Leeuwarden Courant waren ze met dertig, veertig man sterk en werkten ze zestig tot tachtig uur. Dat was normaal. Als compensatie voor die uren hadden ze wel lange vakanties. En als hij die vakanties opnam, dan dacht hij: Nu heb ik drie weken, nu moet ik het boek schrijven. Als ik het nu niet doe, dan blijft het liggen. Want daarnaast zat hij weer in het krantenwerk. Dus dan zette hij alles op alles en begon hij te schrijven, zonder schema's of grafieken. En er zat de eerste week vakantie er bijna op, maar het wilde maar niet. Dan besefte hij: als ik klaarkomen moet, dan moet ik het nu wel doorpakken. Dus dan werkte hij er als een gek aan. Twaalf, dertien uur achter elkaar door. En dan kreeg hij het wel af, maar wel wat geforceerd, niet helemaal goed. Maar het moest hem maar, want hij kon op dat moment niet beter. Hij had het niet anders kunnen bedenken. Het was licht geworden, met zware hoofden. Tollend van de drank en de vermoeidheid namen we met zes volgesproken cassettebandjes van 90 minuten afscheid van Van der Velde. Nick en ik overnachten in een caravan die in het tuin van Kees in Oude stond. Lowlands. De volgende dag was het wederom prachtig weer en stelde Kees voor om nog even te vissen aan de weide E. Dat vond hij altijd wel een aardig tijdverdrijf bij een houten kopje. Hij had nog wel een paar eenvoudige hengeltjes voor ons. Dus zo zaten we in het blote bast aan de waterkant. Kees begon weer een checkje te draaien van de weduwe. En zei dat hij hier vroeger wel vaak kwam met Asterix, hun hond. Een kruising tussen een rottweiler en een jachthond. Toen we hem kregen was hij zo'n twee maanden oud, zei Kees. Ikzelf was toen zo'n zeven jaar oud. Onze heid vroeg aan mij en mijn zus Lies: Wat vinden jullie een mooie naam voor deze hond? Asterix zei ik. Ik mocht graag de Asterix en Obelix boeken lezen. Onze heid en men vonden het ook wel een mooie naam. Alleen buurvrouw Ali zei altijd Asteriet tegen Asterix. Buurvrouw Ali zei ook altijd Smurfplanken als zij Surfplanken bedoelde. Maar verder was het een beste vrouw. Ze heeft nog eens een boormachine uit mijn haar geknipt. Een boormachine? Riep ik verbaasd. Uit je haar geknipt? Vroeg de Nick ongelovig aan. Ja, ik was toen 17 of zo en had een ontzettende bos haar. En die boormachine was door een onhandige beweging tijdens het schoonschuren van de kiel van mijn zeilboot. met zo'n stijlborstel erop in mijn lange haar vastgedraaid. En had daarvoor nog mijn linker wenkbrauw doormidden gescheurd. Och, hele jongen! zei buurvrouw Ali, toen ik met de boormachine in het haar en drie wenkbrauwen bij haar aan de deur kwam. Maar daarna knippen ze de boormachine gauw uit mijn haar en haalden ze buurman op en die bracht mij toen naar dokter van der Torre in Alderboorn. Dan kom je met elkaar, zei ik. Met ijskoos, riep Nick enthousiast. Kees' moeder had inderdaad drie chocoladipsen in haar hand... Maar ze had ook nog iets veel moois meegenomen. En wel de boodschap dat Jan Pier had gebeld. Meijer Thelma en de Negro's mochten komende zondag spelen op Lowlands. Er was blijkbaar een plek vrijgekomen. Van puur geluk sprongen Niek en ik in het water. We hadden al een Lowlands kaartje en die mochten we er ook nog spelen. En volgende maand een solo optreden op Crossing Border in Den Haag? Het kon minder. Met vissen hadden Niek en ik minder geluk. Alleen Kees wist een paar kleine snotterpostjes binnen te halen. De volgende dag stond er in de Leeuwarden krant al een stukje op de cultuurpagina dat Maja Tam en de Negro's waren toegevoegd aan het Lowlands Festival met een optreden in een Vosstrot theatertent op zondagavond. En dat we zo, naar Simmer en Pikmeet, de derde Friese act op deze Lowlands-editie zouden zijn. Lowlands was broerig. Alleen vrijdag miserdeut. Het publiek pikte de mediterrane poldersfeer goed op. Het zweet droop van de halfblote lijven... en er werd druk geswommen in de door algen bevolkte vijver. Het was ontzettend druk. 40.000 mensen hoorden we... en de biertjes waren een kwartje duurder dan vorig jaar. Hobbe, Jaap, Nico, Nick en ik keken toe... hoe een onschuldig geintje uitmondde in een Chinese Appeloorlog. Vuilcontainers werden ingezet als tanks... Sinesappels vlogen in het rond als granaten. De man van het appelkraapje kon alleen maar hulpeloos toekijken hoe zijn broodwinning werd opgeofferd aan een volstrekt nieuw vertoon van verbroedering. Toch greep de beveiliging op een gegeven moment in. Een staart uit vuren werd ingelast. Zondag was het loeiend heet. Puffend van de hitte gebruikten vele toeschouwers het programmaboekje als waaier. Bands checken was er voor de meeste toeschouwers niet meer bij. Salmonella happen in een sloot en wachten op het grote dansorgasme van de Chemical Brothers. Aan het begin van de middag kwamen Jan-Pier en Janke in een busje met nog vijf gasten. Plakkerige omhelzing met de Crazy Geddy en de Fenepedi en hun vrouwen. Alle mannen met ontblote bovenlijven. Om zes uur speelden we voor ongeveer honderd mensen in een tent. Toen de gasten en Jan-Pierre en Janka weggingen, kregen we al hun vele tientallen drankmuntjes. Die gingen makkelijk op. S'nachts onweerde het tijdens de set van DJ Aphrodite. Een week na Lonelands werd de radio De Nijderijder, de geheime zender van een stichting Hobbyrock, weer eens opgepakt. En zo bleek tevens voor de laatste keer. Vele jaren achtereen had Jan-Pierre de Hobbyrockers bij hem thuis ontvangen. Om op illegale wijze muziek en gesproken woord uit te zenden, nu waren hij en Janke er begrijpelijk wel klaar mee om elke zondagavond het huis voor visite te hebben. Tevens maakte Jan Pier bekend dat hij ophield als secretaris van de stichting Hobbyrock. Omdat ik nu mijn wekelijkse radiocolumn kwijt was, besloot ik om vanaf nu, wat betreft het schrijven, me volledig te concentreren op het afmaken van mijn boek over mijn jeugd in Zerhuis de Veen. Een pissende Lou Reed je niet aan zijn kop. Dat valt nog net daar, hè? zei Kees, die ook mee was naar Den Haag. Zijn harmonium speel je. We hadden vroeger ook een harmonium thuis, onze Mem speelde wel eens op. Maar op een gegeven moment verschenen er allerlei kleine basjes in het harmonium. Volgens Ome Wietse, die loodgieter was, kwam er door een te droge omgeving. Dus toen ging het harmonium de deur uit. Dat vond ik erg jammer, want ik mocht er altijd graag op spelen. Bij mijn optreden was het heel rustig geweest, maar na mijn laatste harmoniumklanken stroomde de zaal opeens heel erg snel, helemaal vol. Oorzaak bleek Anne Grunberg, Nederlands meest veelbelovende schrijver, die met een Albert Heintas het podium kwam opgestoven en een even grappig als vilijn relatie hield over het auteurs-echtpaar Hugo Messers, Pleuritouw. We verlieten de VPRO steeds in de mesdagschaal en gingen naar de Lee-staats in de Vergoogzaal, waar een andere schrijver met Joodse roots zou optreden, Lou Reed. Hij had zijn gitaar thuis gelaten en zijn verkering in de coulissen. Lou en Laurie, zei Kees, samen toch goed voor ongeveer drie meter mens. Voor mij was Lou Reed altijd een muzikaal reus geweest. Mijn fascinatie voor hem was begonnen op mijn zestiende. Op het eerste college te Drachten zat ik bij het vak Economie 1 naast Sietse Meijer die later als popjournalist onder andere zou schrijven voor Oor, Het Parool en de NEC. Sietse was toen al heel veel met popmuziek bezig en toen ik hem vroeg of hij ook de LP This is the Sea van de Waterboys voor mij wilde opnemen vroeg Sietse of ik wel wist dat de Waterboys zich hadden vernoemd naar een zinssnede uit een lied van Lou Reed. Na mijn ontkennende antwoord verklaarde Sietse dat op Berlin het nummer The Kid stond, waarin Reed zong I Am the Waterboy. Een dag later kreeg ik van Sietse een bandje in handen gedrukt met op kant A This is the Sea en op kant B Berlin van Lou Reed. Aan het einde van de week werd ik ernstig ziek. Dat vond ik niet zo erg, dus kon ik terwijl ik met een penicillinekuur een week in bed lag constant luisteren naar Berlin. Nog nooit had ik iemand zo mooi en spookachtig horen zingen over eenzaamheid, bitterheid, depressie, verlangen en kwaadheid. Binnen een jaar had ik bijna alle platen van de Velvet Underground en Reed's andere soloplaten op LP of bandje. Mijn favoriete lijfplaat was ook van Lou Reed, 1969 van de Velvet Underground. Gezeten achter een open tafeltje zodat we zijn nerveuze voetenwerk goed konden zien las Lou Reed meer dan een uur lang zongteksten voor. Met zijn houding en vooral zijn stem wist hij meteen een grote spanning op te roepen. Voor hij begon stak hij een sigaret op zoals alleen hij er kon. No attitude without a cigarette, klonk het vanuit de zaal. Dat zegt hij in Blue in the Face, fluisterde ik. Kees knikte. Hij had de film ook gezien. Eigenlijk is het twee keer niks, zei ik na afloop. Je mist de mooie muziek en zang. En je ziet iemand voorlezen van papier terwijl hij anders gewoon uit zijn blote hoofd zou zingen. Juist Kees, ik hoor hem ook liever zingen. Je moet er ook niet aan denken dat Francis Ford Coppola het manuscript van Apocalypse nou integraal voorleest. Je wilt die beelden zien en Wagner horen terwijl Robert Duvall oreert I love the smell of napalm in the morning. Toen ik later op de avond stond te pissen, merkte ik tot mijn grote verbazing dat het Lou Reed was die naast mij stond te wateren. Ik durfde niks tegen hen te zeggen. Een pissende Lou Reed zul je niet aan zijn kop. Sinterklaas in Antwerpen. Na Lowlands en Crossing Boulder besloten we dit jaar met een ander hoogtepunt: ons eerste buitenlandse optreden. We waren uitgenodigd om een optreden te geven in Cartoons, een bioscoopzaaltje in Antwerpen. Het optreden was mede te danken aan Jan Pier. Tijdens Euroslag en Noordenslag had hij heel veel honderd punten-cd's weggegeven aan belangrijke mensen in de lichte muziekindustrie, onder wie aan Tom Barman, de frontman van Deus, na zijn optreden met Greg Ward in de binnenzaal van de Oosterpoort. Barman had ter plekke gezegd dat we konden optreden in cartoons waarvoor hij het programma maakte. Een andere invloedrijke figuur binnen de Belgische popscene was Peter Verstralen, die zeer gecharmeerd bleek van mijn debutsede. Samen met een vriend van hem, Ivo de Grijze, die ook helemaal weg was van 100 punten, had hij een Belgische fanclub voor mijn persoon opgericht. Zo werd mij uit de doeken gedaan door Ivo de Grijze in een brief. Die hij me ook namens Peter Verstralen had geschreven. Het was natuurlijk een beetje een geintje. Niemand behalve deze twee Vlamingen en Tom Barman kende mij in België, maar toch, ik had de naam toch maar mooi een internationale fanclub, al zou het niet verkeerd zijn als er ook wat Vlaamse dames bij zouden komen. Jammer genoeg was mijn Belgische fanclub er vanavond niet bij. Ivo de grijze had mij vorige week een kaartje gestuurd dat zowel Peter Verstralen als hij. Deze avond niet konden vanwege ver verplichtingen elders. Ja, ja, dacht ik. Verplichtingen elders, dikke naad. Als je dan echt de Belgische Telma fanclub wilt zijn, dan zorg je er ook gewoon voor dat je aanwezig bent bij het eerste optreden van die Telma op Belgische bodem. Het is morgen over je pakjesavond, dacht ik, zei een pier tegen niemand in het bijzonder. Hij zat vandaag achter het stuur van het busje van stuur -auto voor uur, omdat de eekhoorn niet kon rijden. Zo nu en dan streek hij liefdevol met zijn grote rechterhand over de knie van Janke, die naast hem zat te lezen in een dik Engelstalig boek. Janke las altijd dikke Engelstalige boeken in de bus. Vlak naar Utrecht stopten we bij een benzinestation voor benzine en koffie. Beetje zin in vanavond, Meindert? vroeg Jan -Pier. Jazeker, ik ben wel benieuwd of die Vlamingen iets hebben met mijn muziek. Het optreden in cartoons ging niet onaardig. Tom Barman meende zich halverwege het concert in het publiek en ging bij het begin van mijn nieuwe lied Glas in lotushouding zitten om zo de muziek beter tot zich te kunnen nemen. Na een slotapplaus vroegen een paar bezoekers of ik wel eens had gehoord van Gorky. Jazeker, zei ik, ik heb niet voor niets vijf jaar... Gezien is gestudeerd. Het bleek echter te gaan om de mij onbekende Vlaamse band Gorky, die net als ik alternatieve muziek maakte met Nederlandstalige teksten. Klaas, de violist van Deus, kwam ook nog even op me af. Jullie speelden wel erg lang, zei hij ernstig. Te lang, naar mijn mening. Wij hebben met Deus geleerd dat 50 minuten ongeveer de grens is voor zowel band als publiek. We overnachten in het Internationaal Zeemanshuis, een hotel vlakbij de Hoedebuurt, die voor mijn gevoel bijna net zo groot was als een klein dorp. De volgende avond liepen we er doorheen en zagen we een dronken Sinterklaas met een paar aangeschoten zwarte pieten, luidzingend bij een raamhoer, naar binnen stappen. We moesten lachen en Nick nam snel een paar foto's van dit vrolijke tafereel. Het doet me denken aan die ene mop, zei een pier Er staan twee hoedjes te kletsen op straat. Wat ga jij dit jaar aan Sinterklaas vragen, vraagt het ene hoedje. Nou, zegt het andere hoedje, hetzelfde als het verleden jaar, dacht ik, 1500 frank. Ik weet ook een Belgische Sinterklaas-mop, zei ik. Wat zingen de kinderen in België met Sinterklaas? De negro's wisten het niet. Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds toe. Wie zoet is, krijgt lekkers. Wie stout is, du tru. Weet jij ook een Belgische Sinterklaas om op vroeg Janke. Eh, ja, zei Nick aarzelend. Waarom heeft Sinterklaas in België een baard? Net als de brandjes was ik het antwoord schuldig. Om zijn kin, zei Niek. We bleven nog een nacht slapen in het internationaal zeemanshuis omdat we die zondag erop moesten spelen in Senetti te Breda. Op die zaterdag Sinterklaasavond kwamen we terecht in een op de vorige avond aanbevolen verenachtige club waar een druk bezochte swing night aan de gang was. Ergens achter in de zaal zat één man op een stoel: het was Tom Barman. Om hem heen stond een hele optocht van mannen en vrouwen die hem, zo te zien. Heel graag een vraag willen stellen. Ik zou ervan in paniek geraakt zijn, maar Tom Barman straalde een soort Gerard rewe Revenachtige kalmte uit die ik herkende van de televisieuitzending van het huldigingsprogramma in 1969 ter viering van de toekenning van de Peetje Hoofdprijs aan toen nog Gerard Cornelis van het Reven. Een literaire avond met interviews, muzikale gasten, goochelaars, maar het mooiste waren de antwoorden die Reven Zittend als Sinterklaas op een soort troon, gaf op vragen uit de zaal. Verder verliep de nacht zoals vele andere nachten. Er was een jonge vrouw, niet knap, maar ook niet onknap, die heel vaak mijn kant op keek. Ze was met hetzelfde groepje mensen dat de vorige avond ook in de cartoons was geweest. Ik hoopte dat ze op me af zou stappen om een praatje te maken over ons optreden de vorige avond. Maar dat deed ze niet. De Shalom Shalomzingers. Na ons verrassend goed ontvangen optreden in Zanetti. bleven we slapen bij Marty, de oude voorman van The Four One and Onlys. Een alternatieve Bredaarse band uit de jaren 80. Tegenwoordig maakte Marty. verzamelde ze deze met obscure groepen uit de beginjaren van de Nederlandse popmuziek. Op een gegeven moment kwam Marty aanzetten met materiaal voor zijn nieuwste project. Een CD met allemaal oude psychedelische stukken. Speciaal over één lied was Marty wild enthousiast. Een nummer van de band Children of Jubal. Toen ik die naam hoorde, viel ik op. Children of Jubal. Dat was de band van zanger drummer Geert van der Velde, de oudste broer van Hobbe. Ik had van Hobbe begrepen dat Children of Jubal aardig bekend was in Zerhuisteveen en omstreken. Ik ken Geert vooral als drummer van de Shalom Singers, een gospelgroep bestaande uit ongeveer 35 jonge gemeenteleden van een gereformeerde kerk in Sruiste de Veen, die zowat om de drie weken acte de pressance gaven in diezelfde kerk. Ze droegen een soort van conventionele hippie en lachten vaker wel dan niet. Ze maakten muziek die goed in het gehoor lag, in de stijl van country tot rock, met gebruik van drumstijl, orgel een tamboerijn en sambaballen. De shalomzingers maakten zelf de teksten en de muziek... maar bij de twee nummers die ik het mooiste vond... waren de melodieën gepikt van Bob Dylan en de Beast Boys. Hoofdmeester Bert Kappen van de christelijke school Het Fundament... was de dirigent van de shalomzingers. Verder werd het werk en de opzet van de groep sterk gestimuleerd... door de spectaculaire dominee Hielema die in zijn tijd in Canada... Veel ervaring had opgedaan met gospelmuziek. Met zijn grote, volle, zwarte baard had hij wel wat weg van Domela Nieuwenhuis, uw verlosser. Dominee Hielema was zo populair in Schruisterveen dat er soms extra stoelen nodig waren als hij preekte, terwijl er toch zo'n duizend mensen in de kerk pasten. Toen ik, toen ik dit vertelde aan Martie werd hij nog enthousiaster. Bleek het bleek dat hij de originele LP met het nummer van Children of Jubel had geruild met een Amerikaan. Die was zeer wijs met de plaat en zei dat de LP tegenwoordig wel zo'n 300 dollar waard was. Verhoerdoeker. Na het Euroslagfestival waar we een optreden hadden gedaan in een stampvolle kleine zaal van Huizen Maas, was het tijd om na te denken over nieuwe opnames. Ik was wel klaar met de viersporenrecorder en de hele lo-fi beweging. Ik wilde gewoon een goed klinkende plaat. Er waren ook nog maar weinig bands die zich als lo-fi Meestal betekende dat, dat ze geen talent hadden en kwamen ze met onzinverklaringen als ja wacht even, we, we klinken zo beroerd omdat we lo-fi zijn. Ik speelde nu ook niet meer op mijn Yamaha Electone maar op een Fender Roos piano die Jan Pier op de kop had weten te tikken. Ik mocht hem van Japier Lenen. Thuis had ik er al heel veel uren achter gezeten, hetgeen veel nieuwe, meestal melancholische liedjes had opgeleverd. De helft van die liedjes was in het Nederlands, de andere helft in het Fries. Van de Friese liedjes sprak Reensky mij het meeste aan, omdat de korte, repeterende hartekreten in het couplet, waarin ik screamen, uitdrekte tot de uithaal: SCREEAMME werd gevolgd door een mooi melodieuze refrein waarin ik Bert ook weer uitrekte tot Bert. Dat was het mooie van zingen in het Fries, het kunnen uitrekken van woorden. Die verbeten uithalen zaten ook in andere Friese liedjes op de demo. Net als bij 100 punten had ik voor de albumtitel de titel van een lied op het oog, Verhoerdoeker dat ook de titel van een feuilleton was geweest van mij in de blauwe vellen. Verhoeddoekje was Fries voor verdrukken. Grammaticaal mocht het misschien niet helemaal deugen, maar verhoeddoeker stond voor mensen die altijd in de hoek staan waar de klappen vallen. Het woord is Fries voor pispaal. Degene die de klappen krijgt, de jongen die in het hoekje wordt gedrukt. Jan Herrema Nadat we mijn nieuwe liedjes een paar weken met de band hadden geoefend. en ook hadden opgenomen met de Visporen Recorder. waren we klaar voor de echte studio-opnames. Jan-Pier vertelde over een single van de Gronse band Wipster. Die had een prachtige, droge en directe sound. en was opgenomen door Jan Herrema, ex-gitarist en liedjeschrijver van Dendruff. Nadat hij die band had verlaten, wijdde hij zich in zijn pet sound studio. Een opnamehok in het Gronse oefenruimtecomplex het Viaduct aan het opnemen van met name Gronse bands. Wat voor een spoorrecorder heeft Jan Herma, Wilde ik weten. Een 16 recorder zei Jan Pier. Dat zijn vier, vier recorders riep ik enthousiast. Een week later zaten we met deze uit Burgum afkomstige stadje om de tafel. Jan was een man met stijl. Zijn mooie al wat grijzende bosje haar met gel achterover gekamd. Een zwart leren jasje om zijn vrije schouders en glimmende zwarte schoenen. Jan vertelde dat hij ons zag als een huiskamerband, droog, zonder veel effecten. Het geluid zou heel direct moeten worden, alsof er iemand in je huiskamer stond te spelen. In februari 1998 namen we verhoeddoeker op bij Jan. Zes dagen lang zaten we van tien uur s morgens tot zeven uur s avonds in Jans opnamehokje. In de hoek van de studio stond een klein radiootje met mono- en stereostand. Jan vertelde dat dit zijn autoradioafluistering was. Als de muziek daarop goed klonk, was hij al een eind op de goede weg. Voordat we konden beginnen met spelen, moest Jan Hedden maar eerst "rollin" hebben geroepen. Ik ging ook nog met Jan en zijn opnameapparatuur naar de ouders van Jan zijn vriendin in Hogeveen. Die hadden een hemmendorgel orgel in huis en Jan vond dat een paar nummers niet het magere orgelgeluid uit mijn jammige elektronen verdienen, maar vette, warm klinkende orgelklanken. Jan bleek een serieuze en eigenzinnige perfectionist. Jan was ook een heel gevoelige en enigszins zwaarmoedige jongen. Hij vertelde me... Dat hij bij de eerste keer luisteren van de gemasterde versie van Verhoeddoeker de hele plaat lang had moeten huilen. Zo trots was hij op het eindresultaat. Toen we hem vroegen om onze gluidsman te worden, twijfelde hij even omdat hij die nachtdraverijen met zijn oude band Dendruff bewust achter zich had gelaten. Maar de muziek overtuigde hem om het toch te doen. Samen met Niek en mij zat hij altijd achterin het busje van de eekhoorn. We zaten meestal nog maar net op een snelweg of Jan begon Aast lekker even een bakje koffie in een benzinestation of net. Niek en ik antwoorden iets in de trant van dat de chauffeur daarover ging. De eekhoorn deed of hij niks hoorde en Jan hield zich een kwartier stil totdat zijn na koffie schreeuwende lichaam het niet meer uithield en hij schudde zijn hoofd naar voren en bracht richting de eekhoorn en vroeg Zouden we straks even kunnen stoppen bij het eerstvolgende benzinestation? De mensen hier achterin zijn namelijk wat toe aan een kopje koffie. Bij het soundchecken was het vanavond het eerste optreden met Jan als geluidsman het jantje herma ritueel Jan-Pier weigerde te zingen tijdens de soundcheck. Hij volstond altijd met het uitspreken van twee woorden en er waren altijd variaties op jan Herma. Jan Hedema, Jantje Hedema, Jan Hedema. Een CD is pas goed als je verkoopt. Mede dankzij de mooie productie van Jan Hedema maakte ik op 1 april geen grap, maar een nieuwe stap in mijn carrière als muzikant. Met de band waren we op bezoek bij Klaas Schippers in zijn huisje in Amsterdam. Klaas werkte bij het Amsterdamse platen-distributiebedrijf De Concurrent, dat op verzoek van Jan-Pier ook de distributie had gedaan van 100 punten. Jan-Pier en Klaas kennen elkaar al sinds 1987. In dat jaar werd Jan-Pier met zijn band De Stalen Oogst bij de Kleine Prijs van Sneek, de jaarlijkse Friese wedstrijd voor beste popband, tweede achter Lul, de leeuwardenband band van Klaas Schippers en MP Hoveda. Die eerste prijs had Jan Pier op onze heenreis verteld, bestond onder meer uit optredens bij Radio Friesland, op Sneekwave en op een festivaltje in Nijmegen. Dit laatste optreden had lul aan de in oogjes gelaten, want vooral Klaas vond het niet eerlijk dat de winnaar alles kreeg en de rest niets. Tegenwoordig maakte Klaas en een P programma's bij de VPRO-televisie en speelden ze samen in solbakken. Mijn Talmen en de Negro's, zei Klaas, een tanige man met een mooie boskrulhaar, langzaam met Leeuwarden tongval. Krijgen jullie ook veel opmerkingen over jullie bandnaam? Val wat mee, zei ik. Na een paar jaar lul, wilden we van die naam af, zei Klaas. Want we bleven maar uitleggen dat het inderdaad bedoeld was om te chockeren. En dat het echt lul was en geen afkorting van lui uit Leeuwarden. We hebben Jacob Harsman van de Leeuwarden Courant wel eens voor de grap voorgesteld om een interview te doen tijdens een boottocht op het Pikmeer. Op een gegeven moment hebben we zelfs in contracten met de zalen laten opnemen dat we een schadevergoeding kregen als ze lul op de posters afdrukten met punten tussen de letters. Dat gebeurde, vroeg Janke. Ja, en een ander nadeel van de naam was dat veel mensen die op onze optredens afkwamen... Rapping verwachten en geen melancholieke gitaarpop. Over namen gesproken, Nick, wat betekent Hooverflag eigenlijk? Hooverflag was een sublabel van een concurrent waarop tot nu toe één album was uitgebracht, Pinanti van Solbakken. Voor het tweede album op zijn labeltje had Klaas Verhoerdoeken in gedachten. Daar waren we heel blij mee. Nog een keer een plaat opbrengen bij Records, het plaatlabel van de Hobbyrockers, was geen optie, gezien het vertrek van Jan Pier uit de stichting Hobbyrock. En op mijn telefoontje naar Frans Hagenaars, de huisproducer van Excelsior Recordings, zei Frans dat hij niet helemaal overtuigd was of het iets was voor hun label. Dat woord komt voor in een van onze lulletjes, antwoordde Klaas. Dat begrip is ontstaan in de crisistijd in Amerika. Toen Herbert Hoover president was. Het wil niets anders zeggen dan omgedraaide lege zakken. zodat je kon laten zien dat je geen cent had. Jullie hadden met lul ook geen geld? vroeg Janke. Nee, lachte Klaas, daar viel van mee. Als ik mijn zakken wilde omdraaien. dan moest ik eerst al mijn geld eruit halen. Nu we het daar toch over hebben. hier een financieel overzichtje. Jullie hebben de studiekosten A2700 schulden betaald. Ik betaal de volgende kosten, de mastering. Dat ga ik trouwens laten doen door Maarten, de boer van de Masters. In Soest, wist Jan Pier. Jak niet te klaas. Laat Maarten niet te veel overbodig lullen, want dat kost alleen maar geld. Uh, kosten van de mastering, dus films, ontwerpkosten. Daarvoor had ik Jos in gedachten, de zanger van de ex. Hij werkt bij ons. Uh, onderbrak ik Klaas. Een vriend van Nick en mij, die ook heel vaak tekeningen maakt voor onze blauwe verderomslagen, heeft deze tekeningen gemaakt voor de hoes van Verhoeddoeker. Ik liet de beide tekeningen van Dr. Aners Neus zien. Op de tekening voor de voorkant van de CD stonden twee donkere boxes met daarboven en onder de titel en bandnaam in letters die Dr. Arnus Neus voor dit doel had ontworpen. Op de achterkant stonden dezelfde boxes afgebeeld. Waarvan de winnaar zijn hand omhoog hief, geholpen door de scheidsrechter. De verliezer lag murf geslagen tegen de touwen. Joe Frazier en Mohammed Ali, zo te zien, zei Klaas. Een beetje naïeve tekeningen, maar wel sfeervol. Ik denk dat Jos daar wel iets mee kan. Even zien: ontwerpkosten dus, CD-master en nog 700 CD's maakt samen 39,60 gulden. Als voorschot krijgen jullie 100 CD's ter waarde van 1710 gulden. Ik ben daar rond de 275 verkochte exemplaren uit de kosten. Daarnaast zijn jullie aan de beurt minus de 100 CD's voorschot. En dan hebben we nog de stemra. Bima, zei ik. Ja, dat is zijn voornaam. De mechanische rechten van 1500 gulden die aan de stemra moeten worden betaald om de CD te persen. Worden door jullie betaald zodra Hoevevlek hiervoor een rekening heeft gekregen? Klaas keek me lachend aan en zei: Ja, het klinkt allemaal een beetje zakelijk, maar daar moet je maar doorheen kijken. Hebben jullie trouwens al een boeker? Igor Munnik van Bureau Gogo, zei Jan-Pierre. We oefenen sinds een paar maanden ook bij Bureau Gogo. Dat is goed nieuws, zei Klaas. Ik heb regelmatig contact met Igor. Doe jij ook de promotie? vroeg Jan-Pierre. Nee, Aldo Parotti. Aldo zal een ijzersterk plande campagne opzetten. Promotioneel wil ik het vooral erg gedegen en strategisch aanpakken. Later die avond zei Klaas dat het mooi zou zijn als er een zogeheten buzz om Verhoeddoekers zou ontstaan, omdat het gewoon een heel goed album was. Maar, zo stelde Klaas, een CD is pas goed als je verkoopt. Ook voor jullie genre is dat gewoon zo. Als je verkoopt, is de CD goed. Een CD die niet verkoopt en er kan het best goede muziek zijn, is toch geen goede CD. Klinkt misschien rechts en commercieel, maar zo is het wel. In het Fries en het Fries alleen. Zoals bij een CD de verkoop heel belangrijk was, zo was bij een optreden een goed geluid onontbeerlijk. En omdat Jan Hermans niet mee kon naar pop Hadden we de gitaarprofessor als gluisman geregeld? Ik zag de gitaarprofessor voor het eerst in Vera. Aan weerskanten van zijn kaalende kruin hing een lang soort van blond, weerbarstig hondenhaar. En achter zijn bril ging een ogen schuil die je triest maar ook zonder angst aankeken als hij je om een peukje vroeg. De gitaarprofessor had zijn naam te danken aan zijn bijna wetenschappelijke manier van gitaarspelen in Groninger Mens. Maar vooral. Door zijn grote kennis van gitaren, die hij had opgedaan in zijn eigen gitaar- en versterkersreparatiebedrijfje. Voor ons optreden op iPop, het jaarlijkse friestalige festival op Paasmaandag in De Mande in Nylon, hadden we de gitaarprofessor meegenomen als geluidsman. Op naar Fascistenpop, riep jan toen de eekhoorn wegreed. Het is echt besopen. Heb je nu. Op dit moment met de kast voor het eerste band met de grootste freestalige hit uit de historie. En dan mag die band niet spelen op iPop omdat een naaidei hun enige freestalige nummer is. Niet dat ze de kast waarschijnlijk zouden kunnen betalen, maar toch, hoe dom kun je zijn? Een historisch moment voor de freestalige popmuziek je zo door de neus laten boren. Ik had het ook gelezen in het contract dat alle bands en artiesten alleen mochten zingen in het Fries. Of een Friese streektaal, maar na een kort bandoverleg besloten we dat onze live set in het zogeheten Rockhok voor de helft zou bestaan uit vriestalige nummers en voor de andere helft uit Nederlandstalige nummers. Ik had genoeg vriestalige nummers voor een set van drie kwartier, maar we hadden onze nieuwe set er net lekker in zitten. Dus we besloten om gewoon onze vaste set te spelen. Het zou wel wat loslopen, dacht Jampier iPop was gewoon een veredeld dorpsfeest waar iedereen zo snel mogelijk dronken wil worden omdat het dan niet meer zoveel uitmaakt wie je voor de bek neemt. Kleine kans dat die suipschuiten zouden merken dat we een paar nummers in het Nederlands deden. jan Pier had drie jaar met de stalenorgels op iPop gestaan, dus die wist waar hij het over had. En omdat die Nederlandstalige liedjes als ondernemer en Dikke Paulus ook nog over mijn jeugd in Schruis TV gingen, Namelijk het besluit om onze vaste set te spelen. Ik was nooit op iPop geweest. Ik had niet zoveel met het Fries chauvinisme van volksliederen en vlaggen. Vorig jaar hadden we gespeeld op Ragnarok, een popfestival van de Friese beweging. Dat werd gehouden in het dorpshuis van Weiden en waarin het wemelde van mu muzikanten in pompebladen shirts, pompebladen broeken en pompebladen sokken. Naar de bekende waterlediebladen in de Friese vlag. Van ons optreden op Brachnerok werd een foto gemaakt in de Leeuwardenkrant met als onderschrift. Meijer Thelma, geblokt overhemd en een zijnen verkozen de vlakke vloer boven het toneel omdat ze daar meer contact hadden met het publiek. Het publiek op iPop, allemaal zo dronken als een kanon, had inderdaad niets in het snotje, maar de mensen van de organisatie. Die alleen aan de cola en de china zaten, waren razend. Er was ons tevoren heel duidelijk te kennen gegeven dat het Fries of een Friese streektaal de zangtaal moest zijn. De betaalvrouw van de organisatie wilde mij daarom niet uitbetalen. Mijn tegenwerping dat mijn Nederlandstalige teksten misschien nog wel meer Fries waren dan al die vanuit het Engels vertaalde Friese shit, vond deze vrouw ook heel bedenkelijk. Uiteindelijk kregen we ons geld. Op de terugweg van iPop zat ik in het busje naast de gitaarprofessor, die er een beetje down uitzag. Ik feliciteerde hem met het goede geluid, maar hij scheen er niet veel vrolijker van te worden. Hij vertelde me dat hij depressief was. Oh, zei ik, heb je dat wel vaker? Ja, het is ook een soort van familiekwaal. Een zus van mij en drie tantes hebben het ook. Aangekomen in Groningen gingen we met z'n allen nog even naar Vera, waar de twee Schotse zuiplappen en treurwilgen van Erbstrep speelden. Hoewel hij van de dokter vanwege zijn medicatie geen drank mocht hebben, zette de gitaarprofessor het op een zuipen. Na afloop van het optreden gingen we naar de kelderbouw van Vera. Hé hey Lange, schreeuwde de gitaarprofessor, laten we de hele zaak hier gaan verbouwen. Toen ik niet reageerde, begon hij zelf tegen wat stoelen en tafels te schoppen, en verliet hierna al snel het pand. Kipperstromt Nadat de gitaarprofessor was vertrokken, dronk ik nog een biertje en verliet toen ook het pand. Ik voelde me moe en licht depressief. Op de terugweg kwam ik langs de drie oudjes, toch maar even binnenkijken. Even later stond ik onder het grote schilderij van een mooie, trieste vrouw. Sad Eyed Lady of the Lowlands noemde ik het schilderij altijd, na het lange lied van Bob Dylan. Waar ze vandaan kwam wist ik niet, maar opeens stond er een mooie, maar ook wat aparte vrouw voor mij. Ze stelde zich niet voor, maar zei zomaar out of the blue: Ik woon hier vlakbij, ga je straks met me mee naar huis? Ik antwoordde dat het wel kon en even later liep ze steeds een halve meter voor. En dan weer een halve meter achter mij, en vertelde ondertussen dat ze werkeloos was. Ze zocht eigenlijk weer een dagbesteding, maar wist niet zo goed wat. Aan de ene kant wilde ze wel een cursus doen, een taal of iets functioneels, zoals medisch-receptionisten. Ze was ontzettend sexy met het geile, ietsje pietje, mollige, sletterbak, Lucy Ewing-achtige kleine lichaam van haar. Bij haar thuis wees naar een kleedje op de grond waar ik op kon zitten. Ik had verder ook weinig keuze want er was geen stoel of wat voor meubelstuk dan ook te bekennen. Wel drie katten die onrustig om me heen liepen. Met een kopje gemberthee in onze handen zaten Lena en ik naast elkaar op het kleedje. Ik wist niet zo goed wat ik moest zeggen en zei daarom wijzend op de piano: "Speel je goed piano?" Ze schudde haar hoofd. Ik heb hem gekregen nadat mijn oma was overleden. Zou jij een stukje willen spelen? Ik heb je gezien op EuroSonic in Huizen Maas. Een heel mooi optreden. Vooral dat ene liedje waar je in het refrein zingt Een dag zo bitter als schapenstront. Kippenstront, verbeterde ik Lena. Dank je wel, maar uh, kan het wel midden in de nacht? Worden de buren dan niet wakker? Fuck de buren, Selena. Ik zou de studiepedaal wel even indrukken, zei ik, terwijl ik naar de piano liep. Hoef ik ook niet zo hard te zingen? Ik nam plaats achter de piano en deed mijn ogen dicht om me zo goed mogelijk te concentreren. Popmuziek is Huis te veen. Wat magst er altijd maar die gekker wie Zie je dus een normaal exemplaar? Lachte Hobber toen ik hem had verteld over mijn nacht met Lena. Ik zie mijn bergsdwaas, zei ik, maar waar ik voor bel, heb je voor mij ook het telefoonnummer van je broer Geert? Het wordt tijd voor het eerste levensverhaal van een venster in het Blauwe Vedde. Geert van der Velde bleek tegenwoordig in Droge ham te wonen. Ik vertelde hem over Marty uit Breda en zijn enthousiasme over de muziek van Geert's oude band. Geert zag een interview over het Zilden of zubel en de shalomzingers was zitten. Doe het? snij 14 14 dagen hebben we een reunie optreden van de shalomzingers in verband met een preek van dominee Hillema. Zodoende zat ik weer eens op een zondagmiddag in de oude vertrouwde bankjes van de gereformeerde kerk van Schruisterveen om te luisteren naar dominee Hilma, die speciaal uit Prince George Canada was overgevlogen. Bijna alle shalomzingers waren aanwezig om hun oude mentor en oprichter van de shalomzingers bij te staan in deze dienst op paaszondag. En al was het haar kotter en grijzer en waren de kleren wat minder hippieachtig dan twintig jaar geleden, na al die jaren zongen de shalomzingers nog altijd dat het een lieve lust was. Geert zat achter de drumstel en stroeg lekker losjes de maat. lange haar van vroeger had plaatsgemaakt voor een verzocht, kort kapsel. Wel was zijn haar nog altijd steeds zwart, al kwam dat door een spoelinkje, zo hoorde ik van Hobbe. Drie dagen later was ik opnieuw in de Veen en vieste op mijn vaders fiets door het droge Ham. Ik was benieuwd naar de verhalen van Geert. Hij kwam net als ik uit de Veen, en net als ik had hij een veelbelovende start gekend in de popmuziek. Waarom was hij opgehouden met het spelen in de band? Had hij ooit overwogen om fulltime aan de slag te gaan als muzikant? Mijn ouders vroegen nog steeds hoe het zat met solliciteren. Wanneer ga je nu aan het werk? In een dorp als de Veen is het een vanzelfsprekendheid dat je iets echts doet. Popmuzikant zijn valt daar zeker niet onder. Ik zou geen de Veense band kunnen opnoemen van vroeger of nu van enig belang. Ook niet eentje zonder belang trouwens. Ik kende geen Struis-Tevense bands. Wel kende ik bands uit omliggende dorpen als Buitenpost en Harkema. Van het bestaan van Children of Jubel, ver voor mijn tijd, had ik pas gehoord via Marty. Geert woonde in een bungalow en stond er bij de deur toen ik het paadje opkwam. Nick was er al. Geert bleek getrouwd met Tetsje, ook een oud Samen hadden ze drie kinderen. Nadat de bandrecorder op tafel was gekomen, vertelde Geer dat hij zijn hele leven boek- en offsetdrukker was geweest. Op de lagere school kreeg hij blokvoetles. Toen hij zelf op de Ulo zat, kwam hij bij Blaas de Bezuin op sopraansaxofoon. Deze christelijke braasband had ik jarenlang elke zondag gezien omdat ze decennia lang de kerkdiensten van de griffmeerde Kerk hadden begeleid. De Kerk kreeg pas in 1983 een kerkogen. In 1966 begon hij op 15-jarige leeftijd een band met twee jongens uit Schruisterveen en Boedelslaan, die ook op de Ulo en Blaasterbezuin zaten. Elke zaterdag oefende Zilden of Jubel in een gymnastiekzaaltje in Boedelslaan. In het begin bestond het repertoire van de band uit soulmuziek, tot Geert de eerste LP, die met de draaihoes van de softmachine kocht. De experimentele psychedelische muziek van de band met onder andere drummer-zanger Robert Wyatt sloeg in als een bom. Ze begonnen nummers van die LP te spelen en begonnen eigen nummers te maken, waarin Geert, net als zijn voorbeeld Robert Wyatt, de zanger drummer was. De band begon steeds meer naam te krijgen in Friesland en Groningen. Ze speelden extreem lange en sfeervolle nummers zonder te veel gitaarwerk van soms wel 20 minuten. Meestal was de zaal aardig gevuld. Maar dat kwam ook omdat er in Noord-Nederland toen nog veel minder popgroepen waren. Geert vertelde dat als er ergens in de buurt een concert was, maakte niet uit wat voor groep, dat dan uit alle dorpen de popliefhebbers erop afkwamen. Popmuziek was toen nog heel speciaal. Zoveel popmuziek had je ook nog niet op de radio. Het begon met een uurtje in de week, en later kreeg je. Superclean Dream Machine van Art Visser, dat was twee uren in de week. En daar werden dan de nieuwe platen gedraaid. Bij de optredens was vooral de sfeer opvallend, stelde Geert. Die was duidelijk anders dan nu. De mensen kwamen speciaal om te luisteren naar de muziek. Dan zaten ze op de grond en waren ze gewoon aan het luisteren. Men stond niet bij een concert. Dat was wel mooi hoor, dat heb je nu niet meer. Nu is de muziek er bijna op de achtergrond bij. Als ze maar een pulsje in de hand hebben. Ik heb altijd gevonden, toen overal bier kwam, toen was het gedaan met de sfeer. Voor het biertijdperk volgden ze echte muziek, dan zaten ze echt te luisteren. Als er een solo werd gespeeld, dan volgden ze die solo ook echt. Ik kon me goed vinden in het verhaal vergeerd. Ik had graag de Britse Psychedelica en de Duitse Krautdruk meegemaakt. Een tijd waarin de luisteraars inderdaad meestal zittend en als het even kon met een pretsigaret binnen handbereik, volledig opgingen in de muziek. Ik was zelf ook een fan van de eerste twee lp's van de Soft Machine en ik wist dat de bandleden Robert Wyatt en Kevin Ayers op hun beurt fan waren van mijn favoriete muzikant Sid Barrett. Ik had de muziek van deze psychedelische opperbaas leren kennen in 1983 tijdens mijn eerste buitenlandse vakantie in een appartement in Herringhausen. Sauerland. Mijn ouders, zusje, oma Arie en tante Geertje waren helemaal verrukt van het glooiende bosrijke landschap, de harde broodjes en de typisch Sauerlandse vakwerkhuizen. Ik had daar als 14-jarige nukkige puber niet zoveel boodschap aan. Ik probeerde mij als het even kon te onttrekken aan de uitstapjes en tochten, om zo in het appartement, de Tour de France en Wimbledon te kunnen kijken of te lezen. Op een middag, toen ik wel mee was gegaan, belanden we in een heel groot warenhuis. Mijn zus en ik kregen elk 15 mark in onze handen gedrukt van Heid met de woorden: Keep je er maar wat moois voor? Meteen liep ik naar de platenafdeling en begon de bakken met LP's door te neuzen. Na een half uur had ik er eentje uitgezocht: The Piper at the Gates of Dawn, de debuutplaat van Pink Floyd uit 1967. De titel en de hoes waarop vier jonge mannen mij in drie fouten ernstig aankeken, spraken mij wel aan. Weer thuis in veen, liet ik me elke dag onderdompelen in de geheimzinnige muziek van Piper die me onbekende landschappen en vreemde personages liet zien, zonder dat ik daar drugs voor hoefde te slikken. Ik draaide Piper zo vaak dat ik hem kon dromen. De teksten van Berit waren net als de muziek bijzonder, omdat hij zich als een kind verwonderde over alles. De titel van het album was niet voor niets vernoemd naar een hoofdstuk uit Barrett's favoriete kinderboek. The Wind in the Willows van Kenneth Graham. De wet van behoud van ellende. Behalve verkassen naar een nieuw platenlabel hadden we met de band eind april 1998 ook 1600 punten opgericht. Voor het eerst zat ik samen met Janke en Niek bij een notaris die de Doelstelling van de stichting in samenspraak met ons als volgt had opgesteld. Het maken van popmuziek en andere vormen van muziek, het organiseren en geven van optredens, als mede het maken en doen, exploiteren van platen. Het bestuur van Stichting 100 Punten werd gevormd door Janke als voorzitter, ik als secretaris-spellingmeester, taken die in de praktijk ook door Janke zouden worden uitgevoerd, en Nick als gezamenlijk. Bevoerde bestuurder. Misschien aangestoken door deze vernieuwingen, besloot ik dat het ook tijd was geworden om een nieuw huis te zoeken. Ik had nu al negen jaar gewoond in het scootsje, de voormalige studentenwoning in Bijen, en was toe aan meer privacy. Ik had er niks over gezegd tegen Nick en Henk C, mijn beide huisgenoten, maar begin mei belde ik aan bij een rijtjeswoning aan de Bedemeweg, in de hoogte, een echte groense volksbuurt. Een broodmagere man met een wit hoofd deed de deur open. Hij stelde zich voor als Toon en gaf me een lijst van allemaal dingen die ik voor 150 gulden kon overnemen. Ga je dat er anders allemaal uitslopen dan? vroeg ik. Ja, wat dacht je dan? Ik mocht ook zijn tweepersoons matras overnemen, maar er hing een vreemde geur in deze arbeiderswoning. Dat matras hoefde ik niet, hoewel ik wel plannen in die richting had. Ik vroeg Toon waarom hij een straat verderop was gaan wonen. Ik vond het hier altijd nogal gehoorig. Overdag heb je veel verkeer en s'avonds had ik vaak last van slaapkamergeluiden. Toon trok een veelbetekenend gezicht. Om de een of andere reden had ik geen zin om hem te vragen wat die slaapkamergeluiden nou precies voorstelden. De buren waren ook niet zo te spreken over mijn levenswijze, Geen Toon verder. Ze noemen me... Toon Milieu, ik verzamel namelijk afval en snuffel in containers van supermarkten. Niet vanwege geldnood of een verslaving, maar omdat ik mij verzet tegen de consumptiemaatschappij waarin zoveel verspeeld en weggesmeten wordt. Daarover gesproken trouwens. Toon liep naar de keuken en kwam terug met een pak kokosmacronen. Ik weet niet of je het aandurft, want deze koeken komen uit een afvalcontainer en zijn iets over datum, maar ze zijn nog prima eetbaar. Ik nam het risico. De koek smaakte goed. Ik kreeg van Toon ook een glaasje tropische vruchtendank die hij gewoon in de winkel had gekocht. Met dranken, vlees en zuivel moet je voorzichtig zijn, zei Toon. Maar zo'n koek blijft een weken goed. Chips helemaal, want daar zit veel zout in. Ik doe dit nu al zeven jaar, maar ik heb nog maar één keer een voedselvergiftiging gehad. Je bent zeker ook vegetariër, of niet? Vroeg ik. Ja, al meer dan 15 jaar. Maar stel dat ik vlees vind dat nog goed is en niet over datum, dan probeer ik het weg te geven. Lukt dat niet, dan is het de keuze tussen weggooien en opeten. Dan eet ik het liever op, omdat er toch een dier voor dood gegaan is. Ik vond bijvoorbeeld twee weken geleden 50 blikken leverpastei die aan de buitenkant wat vies waren. Ik heb geprobeerd om ze weg te geven, maar ik raakte ze niet allemaal kwijt. Ik heb er nu nog tien. Omdat ze nu bijna over datum zijn, eet ik nu al een week levenpastei. Wil je misschien ook een paar blikken? Uh, ja, zei ik, waarom niet? Hoeveel wil je? Je mag ze allemaal hebben. Ja, doe maar twee. Uh, of nee, nee, doe er toch eerst maar één. Thuisgekomen werd ik het blik met de vork in één keer naar binnen. Trok een vies gezicht en spoelde de leverpastei weg met een glaasje melk. Eigen huisje en een slordig tuintje. Twee weken later sliep ik voor het eerst in mijn nieuwe huis. Al snel werd me duidelijk wat Toon bedoelde met slaapkamergeluiden. Elke avond begonnen om negen uur mijn linkerburen, een jong haardrokkenstijl met veel piercings in hun hoofden, een krikpartij. ...met hevig piepende bedden die met enkele rustpauzes meestal pas eindigden om 1 uur s'nachts. Niek en Henk C. waren door mijn verhuizing ook gedwongen om actie te ondernemen. Ze besloten omdat de huur met z'n tweeën te hoog was... ...te verhuizen naar ieder een eigen vetappartement in Bayem. Het was nog een heel karwei om het huis goed op te leveren. In huis was het een gore bende, in de voortuin vond je een oude wasmachine en vloerkleden... En nog wat andere troep. En in de achtertuin stonden een rotte tafel, een kapotte piano en een oude percee in gras van een meter hoog. De woningbouwvereniging draaide, toen ze het huis gingen verlaten, met een boete van 700 gulden als Niek en Henk de boel niet schoon en verzorgd zouden achterlaten. Mijn nieuwe buren waren veelal werkloze stadjes. Die nu alweer een maandje of twee de hele dag buiten op de stoep voor hun huisje zaten. Bij de ingang naar mijn voordeur zaten Tammo en Ali, mijn bovenburen. Als ik naar binnen of buiten wilde, stonden ze altijd op met een gezicht alsof ze me een grote dienst bewezen en schoven dan hun zomerstoeltjes wat aan de kant. Als het wat later op de avond werd, hadden ze soms een woordenwisseling. Het valt, denk ik, ook niet mee om het gehele jaar door samen met je broer of zuster te moeten leven. Maar toch konden ze zelfs op vakanties niet zonder elkaar. Zomers zaten ze elk jaar twee weken in Zeeland in het huis van hun tante. De eerste woorden die Ali ooit op mij richtte, kwamen vanaf het balkon boven mijn tuin. Ik hoop dat je wat meer aandacht aan je tuin besteedt dan de vorige bewoner, maar die maakt er echt een potje van. Ik mompelde iets onverstaanbaars, maar dacht: Waar bemoei je je mee? Dit is mijn tuin. Als jij je niet eerst eens fatsoenlijk kunt voorstellen, dan doe ik het ook niet. En dan hoef je ook niets over mijn tuin te zeggen. Tammo en Ali waren in de vijftig en hadden hun hele leven bij elkaar in huis gewoond. Dat hoorde ik van de vorige bewoner, want zelf hadden ze me dat nooit verteld. Dat ze Tammo en Ali heten. Hadden ze me ook nooit verteld. Maar dat hoefde ook niet, want het stond met grote letters op mijn voordeur. Het duurde een paar maanden voordat Tammo en Ali mijn naam wisten. Ze kwamen erachter, doordat als ze voor mijn voordeur zaten, er zo nu en dan ook mensen langskwamen die vroegen of mijn etalma hier ook woonde. Ze kwamen er ook vrij snel achter dat ik niet een vaste kijker was van mijn eigen huis en tuin. Al snel trok Ali aan de bel. Wat vind je nou zelf? Wat bedoel je? Die tuin van jou, dat is toch een verschrikking? Ja, maar het is mijn tuin. Ja, maar wij moeten er steeds tegen kijken. Op een dag barstte de bom. Ja, je denkt alleen maar aan die domme muziekjes, riep Ali kwaad. En anders dan doe ik het zelf wel en dan kan jij dat mooi betalen. Ik besloot om eieren voor mijn geld te kiezen, want ik zou broer en zus nog heel vaak in mijn potiek moeten passeren. Zo goed als ik kon, fascineerde ik de tuin. Hierna belde ik naar de milieudienst voor het ophalen van mijn grofvuil. Tarzan, man van de apen, rendez-vous. Een van de activiteiten van de sitting hobbyrock was het maken van super 8 speelfilms. Na de eerste Super 8 Stichting Hobbyrock Filmavond van drie jaar geleden in de Veren Keldebar waren er vorig jaar twee nieuwe films gemaakt. Pittoreskia en Wierklans van Bahnhof Nord, beide naar een scenario van Kees en beide ook duidelijk geïnspireerd op twee filmklassiekers, respectievelijk Spiegel van Tarkovsky en Wierkinder van Bahnhof Zoo van Uli Edel. Voordat de stichting Hobbyrock bestond, verveelde Kees zich vaak, zo vertelde hij in zijn mei. En dan was het maken van een super film een uitkomst. Kijk, je kunt ook naar de film gaan of naar de achtbaan. Maar als je zo'n weekend aan het filmen bent, dan heb je al twee mooie dagen gehad. Hierna moet je nog een dag alles inspreken, heb je alweer een mooie dag gehad. En dan komt er ook nog eens een dag dat je de film gaat vertonen. En als dat ook nog een keer goed gaat, dan heb je nog een mooie dag gehad. Dit jaar had superachtfilmer en onbezorgd promotor van Mayantama en de Negro's, Michael Hall, het weer voor elkaar gekregen dat hij zijn lege tent de eerste twee weken van augustus mocht opslaan op de parade, het jaarlijkse theaterfestival in het Martin Luther King te Amsterdam. Michael had de hobbyrockers gevraagd of we beide weken wilden vullen met het programma. Op een vergadering bij Kees besloten we om voor beide weken een verschillend programma te maken. De eerste week zouden we Kees een Super 8-film. Weer Clowns van Bahnhof Noord laten zien. En daarna, als Clowns uit het Noorden. dia's vertonen en verhalen voordragen. In de tweede week zouden we een nieuwe Super film laten zien. Met daarna ook dia's en verhalen. Bij het inventarisatierondje betreffende ideeën voor een nieuwe film. zei Adriaan. Dat hij wel een super -film wilde maken over Tarzan, die in zijn woonplaats Groningen bezoek krijgt van zijn vrienden Charles Darwin, Jean-Paul Sartre, Che Guevara en Archie de Man van Staal. Deze film zou volgens Adriaan het eerste deel moeten worden van een rendezvous trilogie met de titel 2000 jaar chaos. Dat leek ons allemaal een goed idee, ook omdat we dan nog twee filmweekenden in het vooruitzicht hadden. Op een stralende zaterdag in juni fietste ik naar de Peperstraat, een uitgaansstraat vlakbij de Grote Markt. Kees had daar al enkele jaren een zolderkamer boven de Ster, het hardrockcafé van Johnny. We noemden de kamer van Kees die hij had overgenomen van de Daddy Olala ook wel het stinkhok. Niet zozeer omdat het er zo stonk, een beetje misschien, en Kees heeft er ook wel eens een muis moeten doodschoppen, en Kees rookte de hele dag zware check. Maar vooral ook omdat de kamer zo was volgepropt met boeken, CD's, LP's en andere materialen. Aan het plafond hingen een super artfilm, de muren waren nauwelijks te zien, want helemaal volgehangen met diverse koekoeksklokken die om de havenklap geluid maakten, berenvellen en hertengewaaien. Ook hingen er zelfgemaakte schilderijen van Kees, die net als zijn proza en zijn Super acht speelfilms vaak een reflectie of parodie vonden op bestaande kunstwerken. Zo schilderde Kees een Nijntje-gezin à la Dick Bruna, maar bij Kees was dat gezin dan gesitueerd in Nazi-Duitsland. Het stinkhok van Kees was de vaste plek voor de vergaderingen van de Stichting Hobbyrock en ook de meeste Super acht speelfilms begonnen en eindigden in het stinkhok. Gearriveerd bij de Peperstraat 29 riep ik Kees! En bonsde een paar keer hard op de deur, want de bel deed het niet. Na een tijdje werden de balkondeuren geopend en kwam het rokende hoofd van Kees tevoorschijn. Ah, mijn jongen, je bent de beste eerste, ik kom erom, <tie> rochelde hij. Dat duurde altijd wel even, want Kees moest drie steile trappen naar beneden lopen voordat hij mij binnen kon laten. Tijdens het koffiedrinken deelde Adriaan de scenario's uit. Tot mijn verbazing las ik dat Adriaan mij had uitgekozen om Tarzan te spelen. Met de Casanova en de Daddy Olala hadden we twee mannen met gespierde torso's in huis. Moest ik, boomlange slungel met slechts een schamel kippenbosje, echt deze geweldenaar uit het jungle voor mijn rekening nemen? Ja, dat moet, zei Adriaan. Maar hoe moet ik Tarzan spelen, vroeg ik... Moet ik mij modelleren naar Johnny Wijsmoeder? Uh, nee, alsjeblieft niet, zei Adriaan. Nee, alsjeblieft niet, zei Adriaan. Niet die gladde zwemkampioen met dat makkelijke kapsel. Ik wil een echte aapmens zien. Een man met heel veel haar en dat overal. Zo'n man die tijdens een ijskoude winterdag een wandeling maakt in een t-shirt en dat je boven het boordje van het shirt dan een flinke toef haar ziet. Daarom had ik jou ook in gedachten voor deze rol, Meindert, want ik weet dat jij ook een beste toefhaar op je borst hebt. Dat kon ik inderdaad niet ontkennen. Ik had veel borsthaar en ik was er ook al vroeg bij. Op de lagere school werd ik geplaagd door de jongens tijdens chemistiek omdat ik de enige jongen was met okselhaar. Ik weet nog goed dat Hilly, een klasgenote waar ik nooit mee sprak, toen op mij afkwam en zei dat die jongens alleen maar jaloers op mijn okselhaar waren. Door mijn bescheiden verlegen inbos was ik er echter niet het type naar om mijn borsthaar te showen, zoals mijn collega-zangers Neil Diamond, George Baker en Bobby Farrell dat wel al sinds jaren dag deden. Deze koning, keizer en admiraal van het borsthaar kikten erop om hun gigantische grote borstborsthaar te allen tijden aan het om smekende vrouwvolk te tonen door middel van zeer laag uitgesneden glitterpakjes of opengesperde overhemden. Adriaan had voor de film speciaal een apenpak gehuurd. Dat bestemd was voor Kees, die de aan sigaretten verslaafde aap van Bocassa ging spelen. Darwin werd gespeeld door Nick en Sartre door de Daddy. Omdat we op de parade te gast waren bij Michael, kreeg deze een gastrol als Che Guevara. Adriaan zelf speelde de Maan van Staal, die volgens het scenario van Adriaan al jaren werkte bij de Hoge Staalfabriek. In de film zat Archie vast aan de dynamo van een fiets en was hij daarom te laat voor de meeting met Tarzan en zijn vrienden. Adriaan had zich voor zijn rol ingepakt met aluminiumfolie. Op zijn hoofd droeg hij een groot verfblik. Nadat ik hem als Tarzan even had losgeschud van de dynamo, begon het aluminiumfolie overal los te scheuren. Gelukkig was Adriaan een eerste klas acteur en hoefde de opname niet over. We noemden hem niet voor niets One Take Adriaan. Niet dat we snel iets overdeden, daar was Super Artfilm veel te kostbaar voor. Vergeleken met Adriaan bakte ik er helemaal niets van. Bij camera loopt begon ik wat pure spanning, omdat ik wist dat Super Artfilm heel duur was, maar vooral ook vanwege het uitgestreken gezicht van Adriaan, meestal als een waszinnige te giechelen. En dat voor iemand die bekend stond. Als een hele rustige en nogal gereserveerde jonge man, Kees de vaste montageman van de hobbyrockfilms. Monteerde die scènes er altijd wel zoveel mogelijk uit, maar toch was het zo erg dat zelfs in de zogenaamd gelukte scènes je mij altijd wel een beetje ziet giechelen, of het is duidelijk dat ik op het punt sta om mijn controle te verliezen en in giechelen uit te barsten. Paradeclowns. Op een zonnige zondagmiddag kwamen Niek en ik aan met de trein in Amsterdam voor onze twee weken op de parade. Het was er een drukte van belang. De Gay Games waren net aan de gang. Een lesbo wilde een hapje van mijn brood. We vroegen een breed uitlachende Surinaamse tramconducteur met meer goud dan tanden in de mond hoe we bij het Martin Luther King Park moesten komen. Lijn 25... Bij de president Kennedy-laan uitstappen. Daar aangekomen waren Kees en Jan-Pier al druk bezig. Met de voorbereidingen voor de show van vanavond. Jan-Pier zou zelf niet meedoen aan de parade shows. Hij was onze marktkoopman. Die voor onze tent de voorstellingen zou verkopen. De lege tent van Michael werd omgetoverd. Tot de tent van autostroperij Snet BV. Kees gaf Niek een briefje met erop een telefoonnummer en zei dat Kees, de broer van Niek, naar de parade had gebeld met een dringende boodschap. Niek en ik verwachtten dat Akkari, de hoogzwangere vrouw van Kees, vandaag was bevallen. Niek ging op zoek naar een telefooncel op de parade. Die bleek er niet te zijn. Wel vlak buiten het terrein. Een paar minuten later zag ik Niek op zijn bekende, wijfelende manier over het grasvat lopen. Hij zag mij niet. Ik liep naar hem toe. Er was iets vreselijks gebeurd. Nick had net gehoord dat zijn vader was overleden aan een harteval op de camping in Diver. Nick huilde niet, maar verkeerde duidelijk in shock. Net aangekomen in Amsterdam moest hij meteen weer terug. Jan-Pierre bracht Nick met het busje van de eekhoorn dat we twee weken konden lenen naar het station. Met Kees had ik het over Nick, zijn vader, een fel baasje en een mooie prater die het als echte CDA-man met ons graag over de politiek mocht hebben. Ik mocht hem altijd graag. Niet lang geleden had ik hem nog gezien en ik had niets gemerkt van een slechte gezondheid. S'avonds deden we onze eerste voorstellingen. Kees heeft mij, Adriaan en zichzelf gesminkt als vieze clowns. Na vertoning van onze super-artfilm Weer Clowns van Bahnhof Noord... Vertelde ik steeds van achter een poppenkast over mijn belevenissen als clown van de familie Sned. Ik las voor vanaf een papier. Dat moest anders. Morgen zou ik het uit mijn hoofd leren. Na afloop ging ik met Michael naar de doorzaktent. Ik sliep in mijn eentje in de tent van oude sloperije Jan Pier sliep bij zijn broer die in Amsterdam woonde, en Kees sliep bij Amsterdamse vrienden. De volgende ochtend ging ik alleen op pad. In een telefooncel belde ik mijn ouders op. Mem las de overlijdensadvertentie voor van niks zijn vader. Hij was 67 geworden. S'avonds deden we weer onze voorstellingen. Dit keer droeg ik mijn verhaal voor op mijn hoofd. Tijdens mijn voordracht kreeg ik een paar keer een slappe lach. Gelukkig lachten de mensen mee. Een dikke Amsterdammer zat er tijdens de laatste voorstelling steeds doorheen te praten. ''Hé hey, dikke, kan je even je bek houden?'' riep ik kwaad. Kees zei af de toe dat hij bang was dat de dikke man me aan zou vliegen, maar het leek me stug dat zo'n dikke kereltje ging vechten met een clown van ruim twee meter. Op de dag van de begrafenis ging ik terug naar Groningen. Kees en Jan-Pier bleven op de parade in Amsterdam. Hoewel ik me een paar dagen niet had kunnen douchen en behoorlijk stonk, ging er een heel mooi meisje naast me zitten in de trein. S'avonds ging ik met de beurs naar Heide en Mem in veen, waar ik overnachtte in mijn oude slaapkamer. Heid bracht me de volgende middag naar de Baptistenkerk in Noordburgum. Toen Niek me zag, barstte hij een snikken uit. Ik had het ook even moeilijk. Een vriend van Niek en mij bracht me naar de perzigheid met de auto naar de trein in Veenwouden. Vandaar reed ik met de trein naar Amsterdam... Voor het vervolg van SnapBuffet. Vijf dagen later was Nick terug op de parade. We waren allemaal blij dat hij terug was en besloten de volgende avond speciaal voor Nick de clownsvoorstelling te doen en de rest van de week de Tarzanfilm en aanverwante dia's en verhalen. Verteld door Nick als Charles Darwin met een baard van watten, Kees als Jean-Paul Sartre met alpinopetje en dichte glazen en ik als Tarzan. In jungle outfit. De nieuwe koning van de Nederlandstalige popmuziek. Terug in Groningen stond alles in het teken van het uitkomen van Verhoerdoeker begin oktober en de bijbehorende tour. Weer was Peter Wening in de verenkrant de eerste met de recensie van mijn nieuwe plaat en weer stonden we op nummer 1 in zijn Tres de Beatlijst. Hij eindigde zijn stuk met de zin: van Grandaddy tot Stranglers, de eerste muzikale referenties in een lange rij. In de volgende verhoedelijke recensies vielen verder de namen Half Man Half Biscuit en Wien, Vries. Boudewijn de Groot en Velvet Underground, oor recensie, Wien, Daniel Johnson, Joy Division en Deus, oor interview, Smog, Pavement en Will Oldham. Fred, Moneymaak, Boulevard. Will Oldham, 22 Piste Perko en Clexico, op zien. André Maniel met Fratsen en Krang, Musicmaker. Eels, Rocksound. 22 Piste Perko, Nieuwsbach van het Noorden. En Radiohead. Deze laatste verwijzing stond in een bijzondere, wat nogal persoonlijke recensie van Sander Play in de Groene Amsterdammer. Waarin hij mij betitelde als de nieuwe koning van de Nederlandstalige popmuziek. Vanaf oktober oefende de koning van de Nederlandstalige popmuziek met zijn gevolg twee keer per week in Bureau GoGo. -Go. Dat werd beheerd door onze boeker Igor Munning, Op dinsdag van 18 tot 20 uur en op zaterdag van 16 tot 18 uur. Na de CD-presentatie in Veren op 7 oktober, waar we behalve de nieuwe CD. Ook onze eerste t-shirts verkochten. Jan Pier had 100 witte t-shirts met een vijf opdruk van de verhoedekerhoes laten maken. Deden we tien dagen later een platenzaaktoertje. Op een zaterdag speelden we in de platenzaken papa te smash in drachten en sound in Leeuwarden. Pas twee maanden later was het eerstvolgende optreden. Na een lange reis parkeerden de Eekhoorns een busje voor muziekcafé Tom Tom in Huidhuizen. Een dorpje in Midden-Limburg. Tom Tom werd gedreven door het echtpaar Fris Vissers en Ine Janssen en was vernoemd naar hun oudste tienjarige zoon, die een grote fan van ons bleek. Speciaal voor hem speelden we in een soundcheck zijn favoriete nummer Onze Johan. Fris bleek een echte muziekliefhebber die alleen bands programmeerde die hij zelf te gek vond. Met alle financiële risico's van dien want Tom Tom kreeg geen subsidiegeld, zoals veel popzalen. Fris was dan ook een beetje pissig, toen bleek dat we voor ongeveer 200 gulden aan drank naar binnen hadden gewerkt. De twee grootste suipers waren de Eekhoorn en Pieter Kuipers, die een maand later voor de zwangere Janke zou invallen als bassist. Pieter had altijd een vrolijke kop met erop een beste bos zwart haar. Hij was een jaar ouder dan ik en kwam ook als veen. Tot mijn achtste levensjaar woonde ik samen met Pieter in dezelfde straat, de Vossenpal. Ik kan me van die tijd niet zoveel van Pieter herinneren, behalve dat hij mij soms met stenen bekogelde. Pieter woonde tegenwoordig met vriendin Afke in Buitenpost. Hij was een vriend van Jan Pier, met wie hij in verschillende bands had gezeten, waaronder Christ in Concrete en Sparta. Andere formaties waarin Pieter had gezeten waren. Gijzer en de boilers, de serines en Simmer. Nu Theo de Jong Simmer had opgedoekt, was Pieter blij dat hij bij ons mocht invallen. Toen de Niekroos en ik ons na het optreden vervoelden bij de Eekhoorn en Pieter, zaten de beide heren achter een tafel vol met lege bierflesjes. Het gesprek was er ook naar. Mijn vrouw heeft Cup F, riep Pieter. Mijn vrouw heeft Cup G. Riep de Eekhoorn. Mannen weten niet wat ze met grote tieten moeten doen, riep Janke, die zelf Cup E had. Ex-profdammer. Als er geen optreden of repetitie was, probeerde ik te schrijven aan mijn roman over mijn jeugd in Schruijserveen, waarin een belangrijke rol was weggelegd voor de dammen. Het leek mij daarom geweldig om enkele dames te interviewen. De eerste Blauwe Verde interviews vonden plaats in 1996. Toen we begonnen had ik een lijstje gemaakt waarop ook Jannes van der Waal en Harm Wiersma stonden. Deze twee Friese oud-wereldkampioenen dammen waren jeugdhelden van mij. Alleen Jannes had ik een paar keer in het echt gezien. Steeds in de mensen van Vera, waarin hij ook altijd druk aan het dammen was. Mijn damfascinatie had ik te danken aan Omahio, bij wie ik vaak langskwam in Schruisdeveen om een potje te dammen. Omahajo had heel lang op TTS, de damclub, gezeten. TTS betekent trochtinkend sterk. Ik verloor altijd van Omahio. Ik had zelfs nooit de remise gespeeld tegen hem. Ik had volgens hem wel aanleg voor de dammen, maar was te weinig fanatiek. Ik loste nooit zoals Omahajo de damproblemen uit het Frieselbad op. Ik had ook geen zin om boeken over damtheorie te lezen. Dat was voor mij veel te, veel te droge kost. Ik was geen echte dammer, maar toch mocht ik altijd graag dammen. Ik hield van de spanning en het denken. En het ging mij duidelijk veel beter af dan fysieke sporten als korfbal of voetbal. Helaas moest ik al snel Jannes van der Wel van mijn interviewlijstje schrappen. Hij overleed in de herfst van 1996. Ik wist echter dat Bauke Bies ook een hele goede Friese dammer, woonachtig in Groningen, een goede vriend was geweest van Jannes. Hij zou vast wel enkele mooie verhalen over Jannes hebben. Via Kees, die vroeger de huisgenoot geweest was van Bouke, kwamen we aan zijn telefoonnummer. Niek was geen dammer, maar een schaker. Hij had mij het schaken geleerd tijdens onze propedeuse geschiedenis. Na colleges of in tussenuren waren we vaak te vinden in Spinello... Een klein duister caféetje in de oude Kijk in Ondanks de nabijheid van de universiteitsbibliotheek en het academiegebouw was Spinello geen studentencafé. Hier troffen vooral krakers met grote smerige honden elkaar om een stikkie te roken en naar luide punkmuziek te luisteren. Het tafeltje bij het raam was geannexeerd door twee schakers, die daar jaar in jaar uit duizenden schaakpartijen hadden gespeeld. Niek en ik volgden hun voorbeeld door op het tafeltje ernaast te gaan schaken. Half december belden Niek en ik aan bij het fletje van Bouke Bies in Groningen. Door de intercom zei Bouke dat we omhoog konden komen. Op de derde verdieping werd de deur opengedaan door Bouke, een mager en fragiel mannetje met een baard en veel haar om het hoofd. Door een klein halletje kwamen we in een netjes opgeruimde voorkamer. Naast damtrofees hingen er allemaal afzichtkaarten van apen aan de muur. In de hoek stond de televisie met beelden van Golfoorlog 2, operatie Desert Fox. Bouke ging naar de keuken om koffie te zetten. Achter was een klein werkkamertje waar het wel een grote roshooi was. Er stond een computer, een kast met ordners en de hele vloer was bezaaid met blaadjes. Bouke bleek een relaxte prater. Hij vertelde dat hij 39 was en dat hij was opgegroeid in het dorpje Donkerbroek met nog een broer en zus. Zijn vader was timmerman en kon niet dammen. Bouke was de enige van de familie die een beetje kon dammen. Verder was Bouke niet echt een sportman. Hij had wel wat gekortbald, maar het probleem was dat hij slechte voeten had. Gelukkig spelen slechte voeten bij denksporten geen rol. Bouke bleek een groot damtalent dat op zijn veertiende al belandde bij de Damclub in Huizen, de sterkste damclub van Friesland met dames als Schotanus en August Scholma. In 1977 deed Bouke mee aan het jeugdwereldkampioenschap dammen, dat werd gehouden in Hotel Krasnapolski te Amsterdam. Bouke was net 18 en werd tot zijn eigen verrassing wereldkampioen. Na het Atheneum in Oosterwolde ging Bouke sterrenkunde studeren in Groningen. Na 2,5 jaar hield hij op met die studie en werd hij beroepsdammer. Hij had nooit de illusie gehad de beste dammer van Nederland of de wereld te worden. Mensen als wiersma rekenen gewoon vlugger. Eigenlijk was beroepsdammer ook alleen voor mannen als wiersma en zijbrands weggelegd. Er zat te weinig geld in de dammen. Ik zat steeds tegen het punt aan dat ik er net wel of net niet van kon leven. En ik wilde graag wat zekerheid hebben, dus toen ben ik in de uitkering gegaan. Daar heb ik een hele tijd in gezeten, tot ik ziek werd. Nu heb ik bijstand, zonder dat ik hoef te solliciteren. Dat is wel prettig. Niek en ik knikten. We zaten sinds ons afstuderen in respectievelijk september 1994 en 1995, ook alweer enkele jaren in de uitkering. En zo nu en dan een nep sollicitatiebrief schrijven, bleef vervelend werk. Bouke had niet gewoon een griepje. Begin 1995 kreeg hij een hartaanval na een verloren schaakpartij op zijn schaakclub in Haren. Een familiekwaal. Alle mannen in de biesfamilie kregen vroeg of laat een harteval. Alleen was Bouke er wel een beetje vroeg bij. Hij kreeg nu vooral veel medicijnen. In feite had hij een harttransplantatie nodig... maar hij dacht niet... Hij wilde. Op herstel was niet veel kans. Zijn hart zou steeds vermoeider worden en op het laatst te veel moeten doen om zijn lichaam overeind te houden. En als zou hij een harttransplantatie krijgen, dan zou hij nog niet oud worden. Dit was mijn kans om Jannes te sprake te brengen. Jannes van der Wal is ook niet oud geworden, zei ik. Jij zei zo net dat je nooit ambitie hebt gehad. Om de beste dammen van de wereld te worden. Had Janus die ambitie wel? Janus had dat zeker. Je had een doel voor ogen en daar ging hij meteen achteraan. En dat kon hij dan ook volhouden. Dat moet ook natuurlijk, anders word je geen kampioen. Elke echte grote topspotter heeft een bepaalde verdwaasde blik in de ogen, dat al het andere niet belangrijk meer is. In het begin was hij niet eens zo goed. Janus kon vooral goed leren. Hij heeft alles geleerd. Wie is, mij, is echt een natuurtalent. Dat zie je gewoon. Jannes moest er heel veel moeite voor doen. Maar hij had zo'n goed geheugen. Hij heeft alles in zich opgenomen. En daarbij had hij natuurlijk dat fanatisme. Dat heb ik nooit gehad. Ik had een rijk leven met een hele brede interesse. Ik heb veel gelezen, veel science fiction, maar ook gewoon literatuur. Ik ging graag op reis en ik probeerde gewoon om van alles een beetje te weten. Dat was mijn streven. Jannes kon en wilde alleen maar dammen en piano spelen. Jammer van het hemdorgel Het marginale leven van een dammer verschilde niet zoveel van dat van een muzikant. Ook het prijzengeld was vergelijkbaar. Op een vrijdagavond, een paar dagen voor de kerst, stapte ik in de trein. Ik las het kerstnummer van Oor Waarin ook een korte bijdrage van mij stond. Mijn favoriete winkel van 1998 is mini supermarkt B. Mulder, omdat het maar 50 meter van mijn huis is, het er nooit druk is en er alleen maar dikke mensen werken die heel mooi chronisch kunnen praten. Aangekomen in Leeuwarden liep ik naar het Theater Romein, waar vanavond tijdens de jaarlijkse kerstavond van Stichting Frieslandpop. De winnaar van de derde Friese Popprijs zou worden bekendgemaakt. De prijs was bestemd voor iemand die zich op een speciale manier had ingezet voor de Friese popmuziek. Samen met het hinderloper sneker Hardcore, producers en DJ duo Eric Tactic, het dragster Jongerencentrum Iduna, rapper Raymond de Jong en de handtekeningenjagers wier acties mede verantwoordelijk waren voor het alsnog doorgaan. Van de Funderdorm House Party in het VEC enkele weken geleden was ik genomineerd voor de derde Friesland popreis. Ik had geen idee wat het ging worden. De vijf verschillende kandidaten lagen in mijn ogen nogal ver uiteen binnen de segmenten van het toch al zo brede popspectrum. Na een paar korte optredens was het tijd voor de prijsuitreiking. Friesland popbaas Schalke Nauta. Riep men naar voren en zei: Mijn Telma is de winnaar van de Friese Popprijs. vanwege zijn prachtige album Verhoeddoeker en omdat hij na de kast in staat moet worden geacht om de rest van Nederland aan het Fries te helpen. Na nou, deze woorden kreeg Van Schouwke een fles champagne. een oorkonde die bestond uit een grote ingelijste kaart van de provincie Friesland, met erop geplakt, drie uitgeprinte A4'tjes met erop de, de woorden. Friese popprijs 1998 en talma en bovendien mocht ik 1500 gulden mee naar Groningen nemen, al zat die niet in een mooie envelop. Weet je wat je met het geld gaat doen, Meindert? Vroeg Jelke. Nou, een mooi tweedehands hemd lijkt me niet verkeerd. Helaas, Meindert, dat mag niet. De reglementen sluiten dat uit. Je moet het geld investeren in een project dat niet direct met je eigen muziek te maken heeft. Sjouke gaf voorbeelden van de twee vorige winnaars. Marius de Boer, zanger van de boelie en platenbaas van Marista, had de prijs gestoken in het festival Rock over Roodbaard in de Prinsentuin. De kast in een project van triater tegen zinloos geweld dat langs Friese scholen was getrokken. Ik snap het, zei ik. Wel jammer vanuit Hemmer de orgel. Ja, knikte Sjouke, dat is jammer inderdaad. Oester Ik treurde niet lang over het mislopen van het hemelorgel, want de volgende dag vond ik op mijn deurmat een brief van Anton Scheepstra van een uitgeverij Passage uit Groningen, waarin hij schreef dat hij in het programmakrantje van Noorderslag Jurosonic had gelezen dat ik bezig was met een Nederlandstalige roman met Friese dialogen. Ik weet natuurlijk niet hoe ver je met de roman bent en of je daar al afspraken over hebt, maar... Ik zou graag de tijd er eens iets van lezen, dit uiteraard met de bedoeling om te bekijken of ik het zou willen uitgeven. Ik was zeer blij met deze brief. Ik wist dat alle bekende boekhoudgevers in Amsterdam zaten, maar het kwam niet in mijn hoofd op om hen een manuscript op te sturen. Ik was niet zo'n regelaar of fixer. Al mijn releases, de Bluesingle 100 punten en verhoeddoeker. Waren buiten mij omgeregeld door de hobbyrockers en vooral door Jan Pier. Deze laatste vroeg op de voorlaatste dag van het jaar, toen we op weg waren naar Amsterdam voor een optreden in Hotel Winston of mijn boek al bijna klaar was. Bijna, zei ik. In de eerste week van 1999 heb je de eerste versie in handen. Ik ben heel benieuwd. Ik begreep dat de helft van het boek in het vries is. Haha, nee, veel minder. Het Fries was de taal waarmee ik was grootgebracht en die ik nog steeds als mijn eerste taal beschouwde. Denken deed ik nog altijd in het Fries. Dialogen in het Fries waren volgens mij noodzakelijk. Zo werd er gepraat in de veen. zo moesten dus ook in me in het boek. Voor niet-Friesen zou het even puzzelend zijn, maar in de context en met hardop lezen zouden de meeste lezers er wel uitkomen. De overgang tussen het Fries en het Nederlands maakte ik ook wat minder groot door nogal wat Friesismen. Letterlijk vertaalde Friese woorden in de rest van de tekst te gooien. Daar had ik het niet op staan. Oh, dat moet even worden over. Oh. Daar had ik het niet op staan. En dat soort opzettelijke stijlbloempjes die de authentieke sfeer moesten verhogen. Heb je al een titel? vroeg Janke. Dammer met Omahajo is de wijktitel. De zwaargelovige Omahajo was de belangrijkste bijfiguur in het boek. Ik beschreef hem als een ongelooflijke zwammer, terwijl de hoofdpersoon en verteller uit de roman, mijn jongere ik, juist liever zweeg dan praatte en zo gesloten was als een oester. Ik bleef in het boek wat op de achtergrond en was voornamelijk een observator, die vaak bij omhaaien op bezoek kwam om een potje te dammen. Ik vloor altijd van hem, maar ooit hoopte ik van hem te kunnen winnen, net als ik ooit de onbereikbare herster voor mij hoopte te winnen. Naast de dammen en de liefde was de muziek ook een belangrijk thema in het boek. De orgelessen bij Hester's vader, tevens kerkorganist van de griffmeerderkerk, mijn eerste eigen composities en de wens om een eigen band te beginnen en tenslotte de komische oude hoer-uitzendingen van radiopiraat De Stille Genieter tijdens de vele damppartijen met Omhajo. Goed beschouwd had ik mijn boek ook te danken aan een radiopiraat. Van 1995 tot en met 1997 had ik onder de schulnaam JBG Halma elke zondagavond mijn rubriek De tijd is een schoft. bij Radio de Nijdrijder, de inmiddels uit de lucht verdwenen piratencenter van Sitting Hobbyrock, voorgelezen. Ik ontdekte in die verhalen een rode draad, namelijk een deels fictieve geschiedenis van mijn jeugd en daarmee ook het Friese wouden- en CFV-milieu. Ik had het thema uitgediept en me het afgelopen jaar tussen de muziekactiviteiten door helemaal ondergedompeld in het plattelandsleven van kleine zorgen en grote avonturen zoals ik dat had ervaren. Een zoveelste coming-of-age novel, maar in tegenstelling tot enkele illustre voorgangers in de, in de Nederlandse literatuur, zet ik mijn gereformeerde jeugd niet in als het engst zwarte voor van latere trauma's. Nee, in mijn... Manuscript is NCV-corrivee Dick Paschier, een held. En zeg ik meester Piet Nicolai van de lagere school na, in zijn verzonnen politieke rijm. Het CDA dat moet er zijn, dan is pas alles echt fijn. PvdA weg en mee, dat is goed voor de wc. Bij mijn weten was ik de eerste van mijn generatiegenoten die het wereldje van het griff meer dorpsleven in de Friese wouden in de jaren 70 en 80 met al zijn eigenaardigheden had vastgelegd in een roman. Ik wist dat ik iets bijzonders in handen had, maar soms had ik ook mijn twijfels en keek ik met lichte wanhoop naar de foto's van Kerouac, Céline en Reven die boven mijn bureau hingen. Ferry. Twee dagen voor ons optreden op Eurosonic, de nieuwe naam voor het Euroslagfestival, kreeg ik voor het eerst een journalist van een landelijke krant op bezoek. Jan Vollaert van de NRC. Ik vond dergelijke belangstelling mooi... maar ook vreselijk omdat ik me schaamde voor mijn lichte gestotter... wat ook Jan Vollaard niet was ontgaan. Praten doet hij op het podium veel gemakkelijker dan in de huiskamer. Bij het interview stond een trieste foto van Lex van Rossen van de band bij de Friedkate in mijn straat. Na afloop van de fotosessie... complimenteerde ik Lex met zijn foto's in Warm Bier en Koude Vrouwen... het interviewboek van Jip Golstein dat ik een paar jaar geleden als afgeschreven boek in een bieb had gekocht. Op dezelfde dag dat ik smiddags het artikel van Volhard las, had ik ochtends om tien uur voor het eerst een camerateam van de Landelijke Televisie over de vloer gehad en wel dat van Vijf in het Land, een actualiteitenprogramma van RTL 5, dat enkel binnenlands nieuws bracht en vreemd genoeg ook op RTL 4 werd uitgezonden. Het programma was opgezet als tegenhanger van Hart van Nederland op SBS6, wat sinds enkele jaren met succes nieuws uit de regio bracht. Onze optreden op Jurisonic in het Grand Theater begon pas om half twaalf, dus konden we met de band van tevoren kijken naar de reportage. Marie-Carmen Oudendijk, de presentatrice van Vijf in het Land, die ik nog kende van haar presentatie en verslaggeving voor verschillende programma's bij TV Noord, zei mijn talma en de Negro spelen in Groningen een thuiswedstrijd en willen daarom goed voor de dag komen, want misschien spelen ze na volgend jaar wel op Noorderslag. Vandaag werd er nog even geoefend. Voor Leeds zanger Minded was het vanochtend wel heel vroeg dag. Hierna klonk de instrumentale versie van Al Sneeuw en zagen we achterin volgens de volgende close-ups: mijn slapende hoofd onder mijn dekbed, mijn wekker die afging om 5 over negen. Mijn rechterhand die het bedlampje aandeed en de wekker uitdeed. Mijn blote voeten die mijn bed uitstapten. Mijn hand die het gas van het fornuis aandeed en daar een ketel op plaatste. Mijn hand die de koffie in een filter deed. Mijn hand die koffie vanuit de thermoskan in een mok goot. En mijn sprekende hoofd dat vertelde wie ik was en wat voor muziek ik maakte. Vervolgens zag je mij het huis uitgaan met mijn fiets en naar het huis van de brandjes fietsen terwijl mijn stem doorvertelde over mijn optreden op EuroSonic. Na enkele close-ups van een drumstel dat in elkaar wordt gezet, volgde er een korte live-registratie van een band die als sneeuw speelde en zong. Veel saaier en suffer kon het niet, maar na een slotterkoort zei Marie Carmen Nou, mooi einde van deze aflevering van Vijf in het Land. Onderweg naar het Grand Theater kwamen we Freddy Rozenboom tegen. Een niet zo grote brildragende blonde man. die veel grappen maakte. en goed van een tongriem was gesneden. Ik had voor het eerst met hem kennis gemaakt. tijdens. een Midsummer Night's Dream in Utrecht. Hij bestierde samen met Frans Hagenaas. Excelsior Recordings. Een label dat de afgelopen jaren. met albums van Daryl N, Johan. en Caesar. een hele goede naam had gemaakt. Ferry had het interview van Volhard gelezen. prees voor Hoedoeker en beloofde ons optreden in het Grand Theater bij te wonen. Ferry hield woord. Hij woonde het optreden zelf zo intens bij... dat hij na een paar nummers op het podium ging zitten... alsof hij een onderdeel was van de band. We speelden ons beste optreden tot nu toe. Een zwanger rokechtpaar. Jan Piet bekende na afloop in het foyer... dat hij ontzettend gespannen was geweest voor het optreden en prees mijn spel, zang en kalme gemoedstoestand. Ik had me inderdaad nog nooit zo euforisch... en tegelijkertijd zo kalm gevoeld op een podium. Ik hield van de volle zaal... de verwachtingsvolle blikken voor het optreden... de conversatie die ik net opving. Ik heb gehoord dat hij elke dag een liedje schrijft. Wel wat merkwaardig zo'n theaterzaal, zei Janke. Je ziet haast geen reactie van het publiek. Als je wil weten wat ze ervan vinden... Moet je al op gezichtsuitdrukkingen gaan letten. Alleen voor jou daar op het podium was zeer duidelijk te zien dat je hier vermaakte. Deze laatste opmerking was gericht aan Ferry, die net de foyer was binnengekomen en meteen naar ons toe was gelopen. Ik vond het een hele fijne locatie, reageerde Ferry. Zo zitten leidt tot maximale aandacht. Niets erger dan zo'n babbelend publiek dat ook nog eens de hele tijd heen en weer loopt. En ik ben inderdaad heel enthousiast. Alles viel nu op zijn plek: Band, liedjes, mij het zelf. Heel goed. Als het aan mij ligt, komt de volgende plaat van mijn telma op Excelsior uit. Zitten jullie vast bij Klaas? Nee, zei Pier, daar kunnen we het wel eens over hebben. We zijn al aan het oefenen voor de volgende plaat. We willen een maat opnemen met Jan Herma, die verhoeddoeker heeft opgenomen. Twee keer in de week zei ik op dinsdag in de oefenruimte en zaterdags bij Jan en Janke voor de arrangementen. Mooi zo, Saveri. Ik denk dat we er best wel een succes van kunnen maken. Janka alles goed? Rustig doen hoor. Gisteren hebben ze het kraambed gebracht waar ik op moet bevallen. Dus het was steeds echter. Leuk. Staat jullie kraambed ook op bierkratjes? Oh ja, volgens het vergeet, mindert. Zou je twee CD's naar ons kunnen opsturen? Ik wil jullie onder andere voordragen voor de soundtrack van Alstaars. Die heb ik vorig jaar gezien in de bioscoop, zei ik. Komt er een tweede deel? Een tv zie ik wel. Wanneer is jullie volgende optreden? Over twee weken op de nachten in Antwerpen, zei ik. 22 januari volgens mij. De nachten. Leuk! Daar zou ik wel met een kleine delegatie heen willen. Maar Janke, ga jij in jouw toestand echt zo'n lange reis ondernemen? Nee, en Jan Pier gaat ook niet. Pieter Kuipers van Zimmer valt voor me in en verder gaat Nick een paar liedjes drummen. Invalkrachten bij de Nachten. Ik had net een telefoontje van Freddy gekregen, waarin hij zich afmeldde voor de gastenlijst bij de Nachten toen de deurbel ging. Tot mijn verrassing zag ik een volledig uitgeslapen frisse kop van de eekhoorn. Zo had ik hem nog niet eerder gezien. You are looking swell, Eekhoorn, zong ik. Ach ja, man, zuchtte de Eekhoorn. Terwijl ik mijn Yamaha elektronische keyboard naar het dieselbusje sjouwde, liepen een man van de jaren 45 en een ongeveer even oude vrouw bij ons langs. Hé hey, Eekhoorn, dat komen de weken, hè? zei de man, die net als de vrouw een trainingspak aan had met bijpassende schoenen. De Eekhoorn zette mijn keyboardversterker in het busje en liep hierna snel de twee achterna. Toen hij weer terugkwam, vertelde de eekhoorn dat hij hem volgende week dinsdag zou verhuizen, maar die dinsdag zat hij wat moeilijk en nu hadden ze het verzet naar woensdagmiddag. De man, een alcoholist, was een vaste verhuisklant van de eekhoorn. Hij verhuisde gemiddeld twee keer per jaar. Zijn halfjaarlijkse buren hielpen hem soms mee met verhuizen. Zo graag willen ze van hem af. De man zijn huidige vriendin was de ex van de zoon van zijn ex. De ex van de man was een vrouw van 71, die in het bezit was van 500 videobanden, waaronder diverse pornofilms. Ze had tegen de eekhoorn gezegd dat hij wel eens een videoband bij haar mocht komen bekijken. De eekhoorn had vriendelijk bedankt. Aanbeland in de woning van de Bransjes aan de Tweede Hunzenstraat, waar zich de meeste apparatuur van de negro's bevond bleken Niek en een gitaarprofessor, die Jan Hedema weer verving, er al te zijn. Het wachten was nu nog op Pieter Kuipers. Pieter viel vandaag in voor Janke die ieder moment kon bevallen van haar eersteling. Jan-Pier bleef derhalve ook thuis. Zijn drumrol werd vandaag overgenomen door de drumritmes van mijn Yamaha Electone 50. Terwijl de gitaarprofessor aan Janke vroeg of ze misschien ook wat te eten voor hem had, ging de bel. Pieter was gearriveerd. Goedenavond dames en heren hier in de foyer van de Rode Zaal, vanavond café Het Blije Woord geheten. Welkom op het podium van de brute fijngevoeligheid en de haperende kracht, mijn Thelma en de Negro's. Trieste levensliedjes die doen denken aan Wien, Daniel Johnston, Will Oldham en het Dokkemerlokaaltje. Hoor alles over kippenstront, hippert-hippe en een juffrouw bovenop een taxichauffeur. Mooie woorden van de presentator en ik had me er veel van voorgesteld, maar er was maar een handjevol mensen bij ons optreden. Peter Verstralen en Ivo de Grijze, de beide heren van mijn Belgische fanclub, waren er dit keer gelukkig wel bij. Peter, werkzaam bij Rock Werchter, had het optreden op de nachten geregeld, maar daar zou het bij blijven. Ik ben een hevige fan van je eerste cd, het, maar ik heb niet de tijd om me voor jou te engageren. Ik heb Igor van Bureau GoGo -Go een fax gestuurd... dat hij zijn andere contacten in België aanspreekt... om jou hier aan een agent te helpen. We gingen nog even kijken bij het solo-optreden van Nick Cave... die een combinatie bracht van muziek en voordracht. Gebleven was de lange, dunne gestalte, extra benadrukt door zijn lange, gitzwarf-geverfde haren... die er als een warg opgespoten kraaienest bovenuit toerenden. Verdwenen was de Cave... Die met een verachtelijke blik naar zijn publiek staarde en daarna in de microfoon schreeuwde: Hands up, who wants to die? En daarna als een jakhals het podium op en neer draaide, grommend, jankend en brullend op het hypnotiserende ritme. De zanger die gedurende het bestaan van de birthday party een slijmerig spoor achterliet van angst, walging, bloed en gevaar. Normaal speel ik met de band, zei de duistere popprins van Weleer, maar vandaag ben ik alleen. Gelukkig heb ik wel een piano en met een beetje geluk is je ook nog goed gestemd. De propvolle zaal was muisstil, de vleugel klonk loepzuiver en Keef kon best aardig piano spelen, maar ik zag hem toch liever aan het werk als furieuze frontman van de Bad Seeds. We zagen nog fladder van Mercury Ref en Deadman Ray en zetten het toen op een drinken. Ik neuk ze hier allemaal! Schreeuwde de eekhoorn op een gegeven moment. En ook de gitaarprofessor zag deze activiteit wel zitten. Hij moest een paar keer in toom worden gehouden. toen hij tegen dingen aan begon te schoppen. Het optreden op de nachten betekende mijn eerste lijfrecentie in oor. Bij het stukje stond een foto van mijn persoon. met een blikje bier aan mijn mond en daarnaast zittend. drie bebrilde mannen, hobbe, de eekhoorn en een gitaarprofessor. Met als bijschrift Mijn talma en zijn blanke negro's. Zonder de vaste bassist dit keer, die moest bevallen. Alicia. Tien dagen na ons optreden op de nachten werd Kinge, de dochter van Janke en Jan-Pier, geboren. Met de brandjes weer in de glederen speelden we eind februari in een goudvishal in Arnhem. Het eerstvolgende optreden was op zondagavond in maart in het café van het oude RKZ. Alicia, de Amerikaanse bij wie ik anderhalf jaar geleden op haar kamer in het oude RKZ had gespeeld, was er ook bij. Na het optreden kwam Alicia een beetje verlegen naar me toe. Ze zei dat ze beide CD's wilde kopen, maar dat ze pas volgende week haar geld kreeg en er nu maar één kon kopen. Het verhoeddoekershirt zou ze ook wel graag willen hebben, omdat ze de boxen zo mooi vond. Maar het was haar te groot. Ik adviseerde haar eerst 100 punten te kopen en zei dat ik volgende week zondag weer in het oude RKZ was om een band te bekijken die mij had uitgenodigd hun optreden bij te wonen. Ik zou dan de cd bij haar langs kunnen brengen. Een week later liep ik de trappen op in het oude RKZ. Ik drukte op de bel van haar afdeling C2... En daar kwam ze al aangesneld. In haar kamer klonk de instrumentale muziek van Godspeed You Black Emperor, de Canadese band die ik onlangs in Veren had gezien. We bleven twee uur praten en toen ik wegging, zei ze dat ze mij komende vrijdag op de gastenlijst kon zetten voor het Friese theatertrio Suvenuver in het Grand Theater. De vijf daaropvolgende dagen was ik met mijn hoofd vaak bij Alicia. We konden goed met elkaar praten. Ze sprak Nederlands met ze nu en dan een Engels zinnetje ertussen. Er was een fysieke aantrekkingskracht. En we konden om elkaar lachen. Maar verder waren er meer verschillen dan overeenkomsten. Ten eerste was Alicia 1,64 meter lang. Een verschil van 40 centimeter met mij. Ten tweede was Alicia een extra vette, hyperactieve en handige Amerikaanse met Italiaans, Duits, Oostenrijks, Hongaars, Litouws, Deens, Pools en Joods bloed. Ik was een introverte, rustige en onhandige Fries. Ten derde werd Alicia geboren in 1962 in Brooklyn, New York City, the city that never sleeps. Ik werd geboren in 1968 in Sir Veen, zo gezellig is het maar één. Ten vierde had Alicia een turbulent en moeilijk leven in New York en Los Angeles achter de rug. Haar ouders waren reislustig. In 25 jaar had ze op 20 verschillende plekken gewoond, van stationkaars tot communes tot villa's. In die tijd ging ze niet naar school, maar werd op een vaak onconventionele wijze onderwezen door haar ouders die gingen scheiden. Alice kwam al zeer jong in de punctie van L.A. terecht. Nadat ze heel veel baantjes had gehad, was ze na een reis door Europa in 1988 in Groningen blijven plakken. Sinds een paar jaar werkte ze als geluids- en lichttechnicus in het Grand Theater. Ik was na een stabiele jeugd met gereformeerde ouders in een comfortabel, vrijstaand huis in Schruisterveen, in 1988 verhuisd naar Groningen om daar geschiedenis te studeren. Alleen wat betreft onze werkzaamheden in de wereld der kunsten, vulden we elkaar goed aan. De frontman laat het afweten. De dag na mijn afspraakje met Alicia moest ik met de Negro's spelen in Rotown te Rotterdam. Op de Rotown poster stond de band afgebeeld met daaronder de tekst Zaterdag 20 maart, mijne en de Negro's, Friese popmuziek met internationale allure. En de Rotown folder begon met de woorden Tijdens de laatste Eurosonic waren de band Sovex en mijne verreweg het populairst bij publiek, critici en overige houten methoden. Dat we deze loftuigingen... deze avond bij lange na niet konden waarmaken... lag alleen aan mij. Ik had niet geslapen... en was met mijn hoofd alleen maar bij Alicia... toen we na een urenlang gesprek in de Ierse pub... naar het Grand Theater waren gegaan. Alicia had de sleutel... en we op een bankje in het donkere... en verlaten Grand Theater... elkaar ook fysiek leren kennen. Hobbe... Op bezoek bij zijn ex was ook in root Omdat hij mijn vaak vaste verhaaltjes bij de liedjes al kende, dacht ik: ik laat ze deze keer me achterwege. Het werd daardoor, en ook omdat ik er met de kop niet goed bij was, een sfeerloos en teleurstellend optreden. Vooral Jan Pier was behoorlijk pissig. Als jij een profrocker wilt worden, dan moet je niet opeens gaan afwijken van het vaste stramien. Dat je vaak je zinnen niet afmaakt in het dagelijks leven, dat moet je zelf weten. Maar tijdens een show moet je niet aankomen met half afgemaakte verhalen of mompelarij. Voor mij was het een goede les om de show niet te laten beïnvloeden door waarschijnlijk foutieve vooronderstellingen. Tevens besefte ik dat het slagen van de show voor het grootste gedeelte bij mij persoon lag. Als ik het als frontman niet afweten, zou de band dit nooit kunnen opvangen. Dankzij Klaas van de concurrent speelden we in april op het Tombola 2000 Festival in Paradiso, Amsterdam. En twee dagen later bij de RTL4 Talkshow Barend en Verdorp, waar we Hippet Hype speelden. Op verzoek van Frits Barend gaf ik op zijn inleidende vraag een antwoord in het Fries. Alicia speelde de mondharmonica partij van Hippet Hype, ideetje van Jan Pier. Op de televisie moet er iets te zien zijn. Als Klaas had geweten dat we al ons jawoord aan Ferry van Excelsior Recordings hadden gegeven middels een platencontract voor drie albums met een oplopend opnamebudget, eerste album 15.000 schulden, tweede album 20.000 schulden, derde album 25.000 schulden, had hij ons waarschijnlijk nooit bij Tombola en te Verdorp ondergebracht. Maar daar moest ik volgens Jan-Pier niet te zwaar aan tillen. Ik denk niet dat Klaas erg kwaad zal zijn. Hij stelt ook wel dat we zo'n aanbieding niet kunnen weigeren. Een week later belde ik Klaas op. Tot mijn opluchting feliciteerde hij me met deze volgende stap, maar waarschuwde me wel om altijd mijn eigen plan te blijven trekken en nooit te zwichten voor eventuele commerciële wensen van mijn nieuwe platenbaas. En ik mocht altijd terugkeren bij Hoevevlak. Respect vuur dialect. Respect voor het dialect, here we come, riep Jampier toen we allemaal in het busje zaten. Zou jij deze brief van ene Herbert Steenmeijer hardop willen voordragen, meidert? Dat weten Janke en Niek ook wat we vandaag allemaal kunnen verwachten in Denenkamp. Oké, okay, zei ik. Beste muziekvrienden, op donderdag 30 april aanstaande wordt er in Denenkamp een muziekfestival georganiseerd onder de naam Respect voor dialect. Jullie zijn op basis van de demo's of CD's die jullie hebben opgestuurd, een van de twaalf bands artiesten die zijn uitverkoren om te mogen spelen op dit grandioze festival. Grandioze festival, herhaalde Nick heel goed. Ze zetten hoog in, daar hou ik wel van. Respect voor de dialect wordt een muziekfestival waar maximaal twaalf artiesten of bands die in een dialect zingen aan deel kunnen nemen, ging verder. Limburgs, Fries, Twents, Haags. Hoe meer afwisseling, hoe beter. Dat is een schoffering, zei ik. Het Fries is geen dialect, maar onze Tweede Rijkstaal. Dat is zo, zei Pier, maar er is goed geld te verdienen op dit festival. Lees maar eens verder, meindert. Uiteraard wordt er tijdens dit festival gestreden om de plaatsen zoals een goed festival betaamt. Kan je die zin nog eens herhalen? vroeg Janke. Uiteraard wordt er tijdens dit festival gestreden om de plaatsen zoals een goed festival betaamt. We waren het er allemaal in het busje over eens dat dit nogal een curieuze zin was van Herbert Steenmeijer. Want ik had in mijn kostzonnige bestaan als muziekartiest al op diverse goede festivals gespeeld en zelfs op hele goede festivals als De Nachten, Eurosonic, Lowlands en Cross Boulder. Maar nog nooit had ik tijdens een dergelijk festival moeten strijden om de plaatsen. Maar goed. Dit werd dus een festival waar er gestreden dienen te worden om de plaatsen. En het ging hier niet alleen om de spreekwoordelijke eer. De eerste plaats is een geldprijs ter waarde van 750 gulden, ging Herbert verder in zijn brief. En de daaropvolgende prijzen zullen evenredig aflopen tot 125 gulden. Evenredig aflopen, vroeg ik aan Jan Pier. betekent dat het iedere bandartiest een bedrag krijgt. Of dat ze alleen maar geld geven aan bijvoorbeeld de eerste drie plaatsen. Geen flauw idee, zei Pier. Maar wij pakken gewoon even die eerste plaats, dacht ik. 750 gulden, plus de bekende eeuwige eer en tientallen optredens op de diverse dialectpodia. Ja, ja, lachte Janke schamper. We maken toch geen enkele kans tegen die doorgewinterde mainstream dialectbands? Tuurlijk wel, zei Pier. Het Fries is hip and happening. Twarres en de kast scoren een nummer 1 hit met een vriestalig lied. En wij pakken vanmiddag gewoon ook even een volle buit met een uitgekiend freestyle setje, of niet meindert. Dat klopt, zei ik. En je gaat tussen de nummers door alleen maar in het Fries praten, toch, meindig? vroeg Jampier verder. Uh, ja, dat kan, zei ik. Ja, dat moet je doen, lacht jan Jampier. Dat vinden de mensen leuk. Fris Barend wilde ook dat je bij Barend en Verdorps zijn vraag beantwoordde in het Fries. En weet je wat je ook moet doen? Uh, nee, zei ik. Je moet al jouw verhaaltjes besluiten met een brullend uitgesproken respect voor het dialect. Dat vinden de mensen prachtig en zeker de jury, zo kan ik me voorstellen. Oké, okay, lees maar weer verder. Aan de deelnemers wordt de mogelijkheid geboden een maaltijd te nuttigen bij een uitstekend etablissement en last but not least krijgen de deelnemers munten voor het drinken. Deelnemende bands worden vermeld op posters en affiches en worden genoemd op de internetsite www.graphicline.nl/respect/punt. Met vriendelijke groet Herbert Steenmeijer. Nou, die heb die kan het mooi brengen, zei Janker. Ben nu al benieuwd naar het uitstekende etablissement en naar onze concurrentie. Er bleken uiteindelijk acht bands artiesten mee te doen aan Vuren dialect. We hadden de ondankbare taak om het spits te moeten afbijten. Na een optreden van twintig minuten in een niet geheel gevulde tent... met matige tot geen respons, waarin de band naar mijn gevoel alles had gegeven wat erin zat... moesten we nog zeven bands en artiesten wachten op de uitslag... die bekend zou worden gemaakt door juryvoorzitter Herbert Steenmeijer. Voordat we de winnaar bekendmaken, zei Herbert een paar uur later... Wil we graag iedere band die vandaag heeft opgetreden ontzettend bedanken. Voor de jurering hadden we Ria, Joke, Richard en Johannes bereid gevonden. Ik ga hen zo bij iedere band vragen om de cijfers, die kunnen variëren van 1 tot 10, door te geven voor de vijf criteria die we hebben opgesteld om de bands te kunnen beoordelen. Deze vijf criteria zijn de presentatie, de muzikaliteit, de originaliteit, het dialect, en tenslotte de algemene indruk. Die vijf criteriecijfers resulteren vervolgens in een totaalcijfer. In totaal hebben we met de vier juryleden vier totaalcijfers, die tezamen één eindgemiddelde en daarmee één eindcijfer vormen. De eerste band die vanmiddag optrad was Meijnertelma en de Negro's. Als eerste jurylid zou ik graag Ria naar voren laten komen. Ria. Wat was jouw algemene indruk van deze band? Ik heb eigenlijk maar één woord voor de algemene indruk van deze band, zei Ria. Vreemd. Een groot vraagteken. Dat zijn vier woorden, zei Herbert, maar ze drukken wel duidelijk één gevoel uit. En Ria, wat zijn jouw cijfers voor de betreffende vijf criteria? Een vijf voor de presentatie, voor musicaliteit ook een vijf. Voor originaliteit een 5,5, voor dialect een 6 en tenslotte voor de algemene indruk een 5. Dankjewel Ria, zei Herbert. Dat resulteert in een totaal van 26,5 gedeeld door 5 is 5,3 gemiddeld. Wil ik nu graag jurylid Joker naar voren laten komen. Joker vond ons optreden vocaal slecht, onzuiver en ook erg hard en vlak. De nummers vond ze zeer kort en ook het publiek was er niet bij betrokken. Voor alle vijfde criteria gaven ze ons een vijf. Het derde studielid heette Richard en die vond mijn zang ontzettend vals in het tweede nummer. De balans tussen het orkest en zang ontbrak volgens Richard. De presentatie was redelijk en het dialect verstaanbaar. Verder repte hij over een originele, aparte attitude van het orkest. Rishiat zijn vijf criteriecijfers resulteren in een totaal van 30,5... wat een gemiddelde opleverde van 6,1, onze eerste voldoende. Het laatste jurylid Johannes was het meest positief, maar niet over het geluid. Ik weet niet of het aan de monitoring lag, maar de zang was vreselijk vals bij de eerste twee nummers. Verder vond ik de nummers kort, vreemde harmonieën hebben en heel apart. Ik heb er toch wel respect voor vond het gedurfd. Van Johannes kregen we in totaal 32 punten... waar de gemiddelde opleverde van 6,4. Onze tweede voldoende. Helaas, mijn Thalma en de Negro's, concludeerde Herbert... het gemiddelde van de vier juryleden voor jullie optreden is een 5,7. Hetgeen te laag is om mee te kunnen dingen naar de prijzen. Toch wil ik vanaf deze kant jullie nog bedanken voor jullie optreden... in het prachtige Friese dialect... Respect daarvoor! Er moet altijd een X in de naam zitten. Ik was een opgelucht man. Dammen met Omahayo, mijn Nederlands-Friese roman, was af. En ik was ook een blij man. Tegelijk met het boek zou er een gelijknamige cd uitkomen. Zoiets was volgens mij nog nooit eerder gedaan. Nadat ik Ferry de eerste ruwe versie van het boek had laten lezen... Was hij met het idee gekomen van een soundtrack vanwege de vele liedteksten die ik in het boek had verwerkt? Alle hoofdstukken in de roman werden voorafgegaan door een motto dat inhoudelijk op het verhaal aansloot. Veel motto's waren citaten uit mijn eigen zongteksten. Van de vijftien liedjes stamden er twee uit mijn tiende jaren. de Engelstalige liedjes Queen' op scene en Psalm. Zeven liedjes kwamen van mijn debuutalbum 100 Punten en de overige zes waren gloednieuwe nummers. De band zag het idee van een soundtrack aanvankelijk niet zitten. We waren er huiverig voor om die zeven oude nummers opnieuw op te nemen. Het leek ons te veel van het goede. De nieuwe arrangementen van de liedjes en de betere opnamekwaliteit maakten dat de band met enige tegenzin toch overstag ging. Want we waren het liefste gedebuteerd bij Excelsior Recordings met een album vol gloednieuwe songs. Omdat ik de eerste bandartiest op Excelsior Recordings zou worden die in zijn eigen taal zong en niet guitar-driven was, kwam het nieuws dat ik verkaste naar de platenlabel voor velen als een verrassing. Aangezien uitgeverij Passage en Excelsior Recordings mij onafhankelijk van elkaar hadden benaderd voor een boek, respectievelijk cd, Moesten de partijen nog wel een aantal keren om de tafel zitten om de twee projecten goed op elkaar aan te laten sluiten? Freddy en ik wilden graag het boek en een CD gezamenlijk verkopen. Het probleem daarvan was dat het pakketje dan gestield moest worden, waardoor mensen het boek in de winkel niet meer in konden kijken. Het zou ook wat duur geworden zijn. Boekwinkels hielden volgens aantal Scheepstra van Passage niet van dergelijke combis, dus werden ze nu maar apart verkocht. Wel zat er in de cd een kortingsbon voor het boek. Pas mooi bij Vestmobiel zei Ferry. Dat is toch een soort loflied op de kleine middenstand. In mei had ik een vergadering met Ferry en Anto bij mij thuis. Je hebt de stofzuiger gewoon in de gang staan, zie ik, zei Ferry. Wist je dat Excelsior eerst Electrolux heette? Naar het bekende stofzuigerfabrikant? Ik schudde mijn hoofd. We gebruikten ook hun slagzin Nothing sucks like Electrolux, waarmee ze de internationale markt dachten te kunnen veroveren. De firma Electrolux was not amused. We dienden een andere naam te kiezen. En wel onmiddellijk, anders zouden we een rechtszaak aan het broek krijgen. We hebben het toen maar omgedoopt tot Excelsior. Vond je het geen bezwaar dat heel veel muziekkorpsen en sportverenigingen in ons land ook zo heten? vroeg ik. Nee, ze Ferry. Het is ook een variant, hè? Excelsior Recordings. Excelsior is de overtreffende trap van het Latijnse woord excelsus, beter, hoogwaardig dus. En we willen muziek uitbrengen die uitstijgt boven de bestaande genres en die volgens ons gewoon gemaakt moeten worden. Ik hoorde van Jaap Hellinga en Jouke Algra dat je samen met hen een school voor journalistiek in Kampen hebt gedaan, zei ik. Ferry knikte. En vertelde dat zijn eerste baan het redacteurschap bij de Afrobode was geweest. Maar het werd hem al snel duidelijk dat hij in de muziekwereld aan de slag wilde. Omdat hij wist dat hij daar niet van kon leven, dreef hij in Utrecht ook nog het fiscolierbedrijfje Velox, waar ook enkele leden van N. nog een blauwe maandag voor hadden gewerkt. Alweer een bedrijfsnaam met een X, constateerde ik. Ja, de Ferry, er moet altijd een X in de naam zitten. Namen met een X blijven hangen. Dat is bewezen. Je hey, hoort zei ik tegen Anton. Je zou je naam moeten veranderen in uitgeverij Paxage. Toen ik dit X-verhaal aan Hengs, mijn bevriende fotograaf en invalbassist uit de stad vertelde, knikte hij instemmend. Daarom heet mijn bedrijfje ook Hengs Fotografie. Ik keek naar het ontwerp dat Hengs van dame met Omhajo had gemaakt. Op zowel de hoes van een cd als op het omslag van een boek... Reikte dezelfde foto van een tweetal opklapbare tuinstoelen zonder inzittenden in een zonovergoten tuin, die van mij, een grote stoel, Ohio, en kleine, Neefje Mindert, die Hengst had gevonden in mijn tuinschuurtje. Het vrolijke bloemenmotief op de bekleding van de stoelen en de okerkleurige gloed over de foto hadden de onmiskenbare 70-sfeer van overbelichte, geel verkleurde foto's uit het familiealbum. Met zelf adhesive pagina's wat fantastisch paste bij de tijd waarin boeken en cd's zich voor het grootste deel afspeelden. Prachtig Henk, zei ik. Dikke Amerikaanse vrouwen met hele lange nagels. Door een collega van Henk's was Alicia een beetje boos geworden. Ik had gezegd dat ik om een uur of vier zou komen, maar door de wijfelende gedoe van die klote fotograaf van Fred die me niet voor zichzelf kon beslissen... Hoe hij mij op de foto wilde hebben, kwam ik pas om half zes aanzetten. Ik heb steeds gewacht om naar de winkel te gaan. Ik was bang dat ik je niet zou treffen. Treffen? Is dat een goed woord? Jazeker. Het is de eerste keer dat ik het zeg. Goed hè? Ik durf het meestal niet zo goed te zeggen, omdat ik bang ben dat ik het verkeerd uit zou spreken. Ze liep me los en liep naar de vensterbank. Zie je de orchidee? Hij is zo ziek. Het blaadje is net een piemeltje. Hij wil naar buiten, vrijen met de bijen. Ik was achter haar komen staan. Ik sloeg mijn armen om haar middel. Ze probeerde zich los te wurmen, tevergeefs. Ik tilde haar op. Dat kan je niet, lachte ze. Daar ben je niet sterk genoeg voor. Jazeker ja. Jazeker ja, bouwde ze mij na met lage stem. Ik draaide haar hoofd naar mij toe. Ze maakte haar o zo'n mooie verlegen beweging met haar ogen. Ik liep met haar door de kamer, ze was zo licht als een veertje. We waren nu beide even hoog. Hierna liep ik, mijzelf buigend, met haar door de kamer, zodat we even klein waren. Wat is dit, vroeg Alicia. Ik had mijn website-sticker op de zijkant van haar pc geplakt. Sinds kort had ik een website met de domeinnaam www.mijnetalma.nl. Nico had hem gemaakt, maar had geen echte aspiraties om webmaster te worden. Dat werd Kees, de broer van Nick, die een goede ingewijde was in de popmuziek, een vaardige pen had en veel zin had om te gaan werken aan de zijde. Surf als de sodemieter naar www.mijnentalme.nl, las Alicia. Wat is dat? Wat is wat? Sodemieter? Zode, uh, ja, iets van de Gooren Bliksem zo? Wat is de gore Bliksem? Ja, het is een soort van scheldwoord. Uh, je kan... Ken je het woord wie de weerga? Ik zoek het wel op. Ze pakte haar Nederlandse-Engelse woordenboek... en na een tijdje bladeren riep ze... Fuck off! Het is gewoon fuck off! Ze keek me aan met een woeste blik... en zei toen met dreigende stem... Sodemitter! Ze vertelde over een voorval op het bevrijdingsfestival... vorig jaar in Groningen. Met twee verdienen liep ze rond over het terrein. Op een gegeven moment werden ze lastiggevallen door een groep jongens. Nou ja, het was niet echt dat ze ons lastig vielen, maar wel dat ze ons heel erg stonden aan te staren. Ik deed een stap naar voren en riep zo hard als ik kon, You can suck my big black dick! Ik vond het altijd weer frappant. Haar uiterlijk en gezicht leken jonger dan dat ze was, terwijl haar handen weer veel ouder leken dan dat ze in werkelijkheid waren. Ze had haar nagels blauw gelakt. Zwarte nagels vond ze niks. Ze vertelde dat in Amerika hele lange nagels een soort stadesymbool waren. Het klinkt misschien een beetje grof, maar je ziet het vooral bij hele dikke vrouwen. Je zijn vaak ook te lui om iets te doen, en met hele lange nagels kun je ook weinig doen. Ze mogen niet afwassen, want de nagels kunnen niet tegen water en bleekmiddelen en zo, is ook helemaal finest. Ik was een keer in de Burger King en toen zag ik drie van die hele dikke vrouwen en een heel dun meisje van een jaar of negen. Die drie vrouwen hadden hele lange kromme nagels. Kromme nagels zijn altijd echt. Als de nagels krom worden, dan zijn het geen kunstnagels. En ze doen ook altijd hele schilderijen op die nagels. Hoe ze het doen, weet ik niet met een heel klein fijn penseeltje of zo. En dat was heel dom. Ze konden nauwelijks hun big Mac opeten. Dat meisje moest hun de servetjes geven omdat ze die zelf niet met hun lange nagels konden vastpakken. Je moet toch veel eieren eten en veel melk drinken als je slechte nagels hebt? Nee, dat zijn alleen maar mythes. Nee, hoe zeg je dat? Mythes. Je vingernagels zijn gemaakt van, van keratine. Keratine, hetzelfde eiwit als haar. Heb je ooit een, een shampoo gezien waarop staat dat die calcium bevat? Ik denk het niet. Wat wel helpt om je nagels sterker te maken, is om ze zo min mogelijk te veilen. En als je ze toch veilt, dan moet je ze alleen in één richting veilen. Weet je wat er gebeurt als je een wire, uh, een ijzerdraad heen en weer buigt? Ik schudde mijn hoofd. Nou, hetzelfde gebeurt er met nagels. Mijn moeder had zelf altijd van die afgekloven nagels. En mijn oma vond dat maar niks, die was altijd echt keurig verzorgd. Op een keer, het was vlak voor kerstfeest, zei mijn oma, misschien moet je een manicure set krijgen. Hoe zeg je dat in Nederlands? Een handverzorgingskistje? Maar toen vroeg mijn oma of mijn moeder niet een handverzorgingskistje wilde. Mijn moeder keek naar haar handen en naar haar nagels en zei toen iets van, I don't know. En toen moest mijn oma zo hard lachen, mijn oma kon echt geweldig lachen. Met zo'n mooi hoog stemmetje. Ze was nog kleiner dan ik. 1,45 meter. Alicia vertelde dat ze zo'n 3000 LP's en 78 toerenplaten van haar oma en vader had geërfd. Die stonden al vele jaren opgeslagen in de garage van een clubje Beast Bumps in een voorstadje van LA. Pal aan het strand van de Pacific. Ooit wilden ze al die platen naar Groningen laten verschepen. Daar wil ik mee, zei ik. We zouden ook een documentaire van die hele reis met al die platen kunnen maken. Yeah, riep Alicia enthousiast. That would be great. Leider Motivator Alicia was een maand weg. Ze was tourmanager geworden van de vier weken durende Europese tour van de Australische punk metalband The Hadons. Ik kreeg tijdens de tour veel lieve kaartjes en e-mails van Alicia. Om te kunnen mailen, had Nico mijn eerste e-mailadres voor mij gemaakt m underscore Dat ik in een biep gebruikte, want thuis had ik nog geen internet. Wel telefoon, en toen Jaap Krol mij opbelde met de vraag of ik ook wilde meehelpen met het verkopen van programmaboekjes van Peer Gint, Het spektakelstuk van het bekende Friese theatergezelschap Theater op Uro het grote festival in juni op de Schelling hoefde ik niet lang na te denken. Op een maandagmiddag kwam de boot aan in de haven van de Schelling. Ik nam de bus naar Oosterend en stapte in Hoorn uit. Bij fietshandel Terpstra in Hoorn huurde ik een degelijke jonkerfiets op rekening van theater en fietste met mijn bagage naar camping De Duinkant in Oosterend. Het was warm, geen wolkje aan de hemel. De receptie was onbemand. Ik fietste een veldje op waar een stuk of wat tentjes stonden. In de verte zag ik Jaap al staan. Hij keek wat glazig om zich heen en streek met zijn rechterhand een paar keer over zijn witte T-shirt. "Ah, het, zei Jaap toen hij me zag. Biskrekt op tijd. Voor wat? Voor een botje eten in het Hotbreak Hotel. Ik smeet mijn bagage in de tent van Jaap en stapte hierna weer op mijn fiets. Onderweg vertelde Jaap over de voorstelling Peguint en wat wij als vrijwilligers moesten doen. Om een uur of zeven beginnen we met sanddressing. Het houdt in dat je met een schep de boel wat moet camoufleren met zand. Ik doe dat met Foeken, een soort van bodybuilder uit Sneek. De eerste dagen moest er nog wat getimmerd worden aan de tribunes en zo. Ik moest voeken assisteren. Ik ben niet zo handig, dus elke keer als ik weer wat verkeerd deed... Sloeg Foucault zijn handen naar zijn hoofd en riep hij uit: Waar ben je nu mee bezig? Ik kon hem me goed voorstellen. Ik was zelf ook iemand met twee linkerhanden. Ja, vertelde mij meer over onze andere werkzaamheden: publieksbegeleiding, de fietsen op het veldje, programmaboekjes verkopen en tekst en uitleg geven over de voorstelling. Al snel waren we bij de theaterlocatie. Om bij het Halbreek Hotel te komen, moesten we een trap over, het duin op. Op het terras van het strandpavillon zaten een stuk of wat vrijwilligers al aan een pilsje. Nadat ik mij had voorgesteld, nam ik bij hen plaats. De door Japan genoemde Foeke, een stevige knaap met een kale kop, was het meeste aan het woord. Op beide armen had hij naar eigen zeggen een tatoeage van Henky Penky Schiefmacher. Foeke was van beroep sloper fanatiek. Ja, ik ben er gewoon uitgelopen. Aankomende donderdag komen een paar maarten van het personeel op bezoek. Ik heb gezegd dat ze 2000 gulden mee moeten nemen, want mijn geld is op. Voeken had een paar jaar geleden een wereldreis gemaakt die twee jaar zou duren. Op een gegeven moment was ik in een discotheek in Thailand. En toen hoorde ik een liedje van Joe Cocker. En toen wist ik: Ik moet terug. Maar dan sta je even zo goed wel te janken op Schiphol. Het eten was net opgediend toen een man met staalblauwe ogen, de zonnebril lag op het grijsbonde bosje haar en een vierkante kaaklijn het terras opliep. Over zijn schouder hing een blauw jasje waar Unit 13 FARA op stond. Dit kon niemand anders zijn dan inspecteur Mamarie Talsma alias Peter Tuinman, Frieslands grootste levende acteur. Thuynman, 52 lentes oud en voor tien dagen de steracteur van Peer Gindt, sloeg een knappe dame die wel eens een actrice van theater kon zijn op de schouder, liep overal doorheen, maakte van zijn duim en wijsvinger een cirkel en zei met nadruk op elke lettergreep: Famke Bensje, no masturus, Efkes Lustrië, Du bist geweldig! En liep hierna met grote, verende stappen het Hardbreek Hotel in. Wat een motivator, dacht ik. Dat zou ik als bandleider moeten doen met mijn eigen band voor het begin van een optreden. Maar ik kon het helaas niet. Ik vertikte het zelfs om mee te doen aan een groepsomhelzing. Iets in mij verzette zich daartegen. Jammer. Peter Tuyman was ook een man die op mijn leeftijd de stap had ondernomen om naar het Westen te verhuizen. Hetgeen een prachtige film- en toneelcarrière had opgeleverd. Met ook de mooiste freestyle rollen. Want een regisseur van freestalige speelfilms als Pieter Verhoef zat ook niet voor niets in Amsterdam. Moest ik niet naar de Raanstad? Daar zaten alle paardenmaatschappijen en uitgevers en de belangrijkste papzalen, et cetera. Het ging nu goed en mijn drie bandleden woonden in dezelfde stad. Maar er waren ook genoeg goede muzikanten in het Westen. Moest ik, nu ik nog helemaal vrij man was, niet dat avontuur aangaan? Ik kende mezelf, ik was geen avonturier. Zolang het hier heel aardig ging, zou ik waarschijnlijk in het noorden blijven plakken. Na het eten viesten Jaap en ik terug naar de camping om warme kleren voor vannacht op te halen. Jaap vertelde over de mentorrol van Tuinman in het theaterensemble. De dag van de eerste voorstelling kwam Peter Tuinman binnen. Hij ging zitten en zei: 'Het is mooi waar!' En weer binnen net gespannen. Simpele en eenvoudige woorden, maar ze hielpen. Iedereen, acteurs en medewerkers van het theater, waren dankzij Tuinman de hele week ontspannen en vrolijk. En Peer werd een van de grootste Oerol-successen ooit. Ook in de nazit was Tuinman altijd zijn vitale zelf. Nadat hij zich had gedoest, drong Tuinman rustig een paar pilsjes in de artiestentent om een uur later bij het optreden van het Huis Rock'n'Roll Orkest in het Hardbreak Hotel... weer de grote inspirator te zijn. Luid zingend, de band tot een hoogtepunt dirigerend met zijn wild zwaaiende armen en benen. Bij mijn band was Jan-Pier de inspirator. Ondanks vele goede landelijke recensies van Verhoerdoeker... had Igor Munning van Bureau GoGo -Go in een half jaar tijd maar een handjevol optredens weten te regelen. Op aandringen van Jan-Pier verlieten we Igor... En werd Jan Pier begin juli de nieuwe boeker. En Jan Pier wilde ook wel de manager van de band worden. Zijn doelstelling was, zoals de meeste uitspraken van Jan Pier, optimistisch en duidelijk. In september en oktober wekelijks optreden met onze Dam met Ohio-set. Hij had 30 podia benaderd, voornamelijk in Friesland, en de meesten waren geïnteresseerd. Om in januari op Noorderslag op te kunnen treden, had hij Peter Sikkema benaderd. Jan-Pierre zou voortaan ook mijn solo-optredens boeken. Wanneer ik hiervoor benaderd werd, moest ik deze belangstellende naar hem doorverwijzen. Er was enige samenwerking met Jan de Boom wat inhield dat deze geschikte optredens doorsluiste naar Jan-Pierre, die een budget had van 5000 gulden voor zijn activiteiten en van een stichting 100 punten handelingsbevoegdheid mandaat had gekregen dat vrijhandelen tot 1 januari 2000. Bij haar terugkomst van de Hardonstoer was Alicia uitgeput en neerslachtig. Een week lang verbleef ze in bed. Toen ook de weken hierop onze samenkomsten vooral uitdraaiden op ruzies, maakte Alicia het, tot mijn verdriet, uit. Dam simultaan in het huis van Satan Je had de foute nood, zei Frans. Ja, zei Nick, dat klopt. Nee, lachte Frans. Dat klopt niet. Begin augustus namen we het album Dammen met Omahayo op. We zaten in studio Enterprise, een tot geluidstudio verbouwde boerderij van Frans Hagenaars en Weesp, vlakbij Amsterdam. Frans, 41 jaar en de huisproducer van Excelsior Recordings, was heel relaxed en grappig. Een groot verschil met de opnamesessies met Jan Herma vorig jaar. Frans, zijn vrouw en baby zaten nu op de schelling. Hij vertelde dat hij vorig jaar gestopt was met het roken van 6 à 7 hele zware joints per dag. Hij dacht er elke dag nog wel minstens één keer per dag aan hoe lekker het was. Ja, zo! Sound Enterprise, de cel werd gehuurd van een boer, bestond uit twee etages. De benedenetage was de studio, de bovenste was de eetruimte. Janke maakte elke dag eten. Niek en ik sliepen bij Tuintje, een oude vriend en huisgenoot van Niek in de Davenstraat in Amsterdam-West. We hadden hem alleen de eerste avond gezien. Door de week moest hij elke dag vroeg naar zijn werk. Vlak na de opname stond ik drie dagen op Lowlands. Niet als artiest, maar als presentator van het grote Dommels openluchtpodium, waar de heftigste bands van Lowlands stonden geprogrammeerd. Ik probeerde steeds een grapje te maken tijdens mijn aankondigingen, maar er werd me niet altijd in dank afgenomen. Zo werd ik door vele fans van een hevig beschilderde black metal band de huid vol gescholden toen ik zei: ik heb slecht nieuws. Er staan hier een paar enge pipo's achter het podium die zich hebben vernoemd naar een beroemde Noorse aardappel. dames en heren, graag een luid applaus voor Dimo Borgir. Een grondige door Jan Pier opgezette promotiecampagne ging van start met een driedaagse presentatie van een boek en een CD in het eerste oktoberweekend. Vrijdagavond speelden we in Winston Kingdom te Amsterdam. De avond erop speelden we in het aanstekhuisje tussen Huis de Veen, waar ik vroeger vaak was geweest met mijn veenste vrienden op vrijdagavond. Bijna de voltalige familie kwam opdraven, onder meer voor een dam simultaan tegen mij. Alleen Hayo wilde niet in het hoes van Satan, zoals hij het noemde, verschijnen. Ik wilde het eerste exemplaar uitreiken aan mijn enige, nog een levenszijnde grootouder, Beppe Kollum. Maar mijn jongen, zei Beppe tot grote hilariteit van het publiek, ik had die boeken om me zal kriegen. Ja, zei ik, maar Beppe mag nou maar even liegen. De kelderbar van Vera, de volgende middag was veel te klein om alle fans te herbergen. Een half uur na aanvang hing er zo hoorde ik later van Hengs al een badje vol op de deur van Vera. Net als in het aanstekhuisje was ook het DJ-duo, de jonge bosversant Adriaan en de Nova, Kees van de inmiddels opgeheven radiopiraat Nijderijder weer aanwezig. Gewapend met een spreekmicrofoon draaiden ze voor en na ons optreden. Platen als ode aan de Piratenzender de stille genieter. Een figuur die verschillende keren en dan met Omhaio terugkomt. Ja mensen, galmde de Kezen over de kelbar. Dit plaatje is zometeen alweer bijna afgelopen. Ja, hij is afgelopen. Ik begrijp dat er een nieuw plaatje op kan? vroeg de jonge bosverzand. Terug naar de veen. Vier dagen later had ik een solo-optreden op het Crossing Border Festival. In een spiegeltent Geola op het spuitplein in de Haagse binnenstad las ik een lang hoofdstuk voor uit Dammen met Omahaio. Het leverde me mijn eerste live-recensie in de Valskrant op, die begon met de eigenaardige constatering van Gert van Veen dat mijn optreden onverwacht goed was. Grappig was mijn foto in de NRC bijlage over het Crossing Border Festival. Lex van Rossen, die me eerder met de negro's voor de patatkraam in mijn straat op de foto had gezet, belde me op met de mededeling dat hij me hiervoor de weekend op de foto moest zetten. Dat kan, zei ik, maar dan zit ik wel in de Veenhoop. Kees had namelijk in zijn geboorteplaats een mini-festival georganiseerd genaamd Kleintje Veenhoop. Nou, dat kwam geweldig uit, vond Lex. Prachtige Friese locatie met al dat water en die mooie weilanden. Zodoende reed Lex helemaal vanuit Amsterdam naar de Veenhoop om mij in alle standen en hoeken bij het water en in het gras te fotograferen, om uiteindelijk een foto in de NRC te laten afdrukken waar alleen mijn hoofd op stond. Dammen met Omahayo betekende min of meer mijn doorbraak met veel positieve recensies voor zowel boeken als plaat in de landelijke kranten en tijdschriften. De cd prijkte wekenlang in de moordlijst, de twee wekelijks in oor afgedrukte voorkeurslijst van Nederlandse popcritici en radiomakers, die elke week op de maandagavond bij de VPRO op 3FM was te horen. Dankzij Dam met Omhajo kwam ik ook weer eens wat vaker bij mijn ouders op bezoek. Op verzoek van Menno Pot, de Voskrant, de route waar langs de bus tussen Drachten en de veen rijdt, moet ze ongeveer het traject zijn dat Meijner Talma en zijn dorpsgenoten in de vroege jaren 80 per fiets aflegden. op weg van het Dragster Richterscollege naar huis. langs Rottevallen, Houten hagen en Boederslone. Over zo'n weggetje waar je altijd tegenwind hebt en vandaag regent het ook nog. En Peter van Brummelen, het parool. De aanwezigheid van een Chinees restaurant en een El Pacino geheten pizzeria. Geeft aan dat de moderne tijd ook hier voorzichtig zijn intrede heeft gedaan. Maar voor het overige waaien je jaren terug in de tijd. Dit is het Friesland van de VVV. Vonden in Z'n de Veen de interviews over mijn boek en plaat plaats. Stevast op mijn verzoek in Kalkzicht, het voormalige café Holma. Niet alle veensters waren even ingenomen met dammen met omhaal. Ook mijn eigen ouders hadden zo hun bedenkingen. Mem vond de scènes met seksmurf de oversexte puntweg laag bij de gronds. Heid meende dat ik de griffmeerde kerk en dan met name de jonge kerk in actie, waarin hij een belangrijke rol had vervuld, belachelijk had gemaakt. Maar bij deze opmerkingen bleef het, want zoals in veel recensies was te lezen, het opvallende aan mijn debuutroman was juist dat hier eindelijk eens werd teruggekeken op een protestants-christelijke jeugd, zonder de daarbij gebruikelijke wrok, zoals bij Jan of Maarten het Hart. en al die andere Nederlandse schrijvers die werden grootgebracht met de Bijbel. Een onvoorspelbare draai komt. Alle loftuigingen voor Dam met Omahajo brachten mij even in de zevende hemel, maar ik keerde al snel met beide benen op de grond terug. De avond na mijn 31ste verjaardag was Jean-Pierre langsgekomen met een envelop in zijn linkerhand. In die envelop zat een brief die hij de vorige avond had geschreven. Er staat in dat ik ophoud als manager. Ik heb er een nachtje over geslapen, maar ik sta er nog steeds achter. Ik wilde hem eerst door de brievenbus doen, maar ik zag dat je thuis bent. Misschien kun je hem even lezen en daar wat even kort bespreken. Eh, uh, ja. Zij ik helemaal van mijn stuk gebracht, dat is goed. We gingen zitten in mijn kleine woonkamertje en ik begon te lezen. Jan Pier had zijn brief onderverdeeld in vijf verschillende onderwerpen die met hoofdletters waren geschreven: posters en stickers. Jan Pier had van de band mandaat gekregen om promotie te maken en om daarvoor geld uit te geven. Op de vergadering afgelopen dinsdag zei ik echter dat ik het belachelijk vond dat we zoveel geld uitgaven aan de promotie. Toen ik zei dat er veel te veel posters waren, had Jan pierre voorgesteld om gisteren te plakken. Ik zei dat ik dat zonde vond, waarop Jan Pier weer stelde. Maar je vond toch dat er te veel posters waren? Ik vond ook dat er te veel stickers waren gemaakt. Jan pierre had mij gisteren gevraagd om stickers bij hem te brengen, omdat die van hem op waren. Er was dus vraag naar. Hierop stelde ik vraagtekens bij het feit dat ze zo snel opgingen. Eerst vind je het te veel, schreef Jampier. En dan vind je het niet goed dat ze verspreid worden, omdat het zonde is. Want het zijn mooie stickers. NCRV. Vorige week had Jampier mij naar het radioprogramma Radio Cappuccino van de NCV gereden, waar presentator Sjors Freulig mij aan het tand had gevoeld over dammen met Ohio. Ik had al meteen door dat hij het boek niet had gelezen. En toen Freulie mij naar vragen als: hoe was het om op te groeien in een vreselijk dorp als ruiste veen? vroeg of ik tegenwoordig ook nog iets met de NCV had, antwoordde ik dat het niet het geval was. Toen Jan Pier op de terugweg zei dat het niet een erg tactische opmerking van mij was, gaf ik hem gelijk. Gisteren was ik gebeld door de NCV of ik over twee weken met de band wilde spelen. Tijdens de NCRV 75-jaar jubileumuitzending op Radio 3. Tegen Jan Pier had ik gezegd: Zie je wel dat het niet erg was wat ik zei over de NCRV? Want ze belden me gewoon en wilden dat we komen spelen. Jan Hedema. Bij ons optreden afgelopen zaterdag in de kelder in Amersfoort had Jan Hedema gelogen over het feit dat hij aan het werk was. We hadden een oog opgebeld en daar was hij niet. We vonden het raar en vervelend, want Jan zou ons geluid doen en nu hadden we geen geluidsman bij ons. We maakten ons er alle vier ook wat ongerust over en concluderen dat het heel vervelend was als hij zou liggen. Toen Jan Pier gisteren zei dat hij zich zorgen maakte over Jan Herma en hem het ook zou vertellen, had ik echter gesuggereerd dat het overdreven zou zijn. Ik had zelfs gevraagd: hoe weet je dat hij niet aan het werk was? Weet je wel zeker dat hij niet aan het werk was? Geld. We hadden met z'n vieren afgesproken dat we als beginnende band nog niet veel te eisen hadden. Het was belangrijk veel te spelen voor onze naamsbekendheid en om meters te maken als muzikant Toch zat ik bij elk optreden te zeuren dat we te weinig kregen, waardoor Jan Pier wel moest concluderen dat ik vond dat hij niet goed boekte en dat ik hem niet vertrouwde als hij zei dat hij zijn best deed om er zoveel mogelijk uit te halen. Terwijl Jan Pier voor minimaal zes optredens per maand zorgde, ook in Friesland, waar Igor ons nul keer had geboekt en waarover ik vaak had geklaard. Waarom krijgt Igor ons nooit in Friesland? Igor. De druppel voor Jan Pier was het incident gisteravond na onze repetitie in Bureau Gogo. Jan Pier kreeg een zeer heftige woordenwisseling met Igor over diens geringe inzet en boekingsresultaten voor de band. Ik had Jan Pier nog nooit zo kwaad gezien. Toen we met de band buiten bij stonden te komen van deze knalende ruzie, verdedigde ik vreemd genoeg Igor, terwijl ik het met Jan Pier eens was. Jan Pier schreef: "Je laat me gewoon vallen. Je schijnt niet in de gaten te hebben hoe onloyaal dat is. Zoiets doe je niet met een mede bandlid." Toen ik de brief had gelezen, besefte ik dat Jan Pier alle reden had om op te houden als manager. In al zijn voorbeelden kwam ik naar voren als een onvoorspelbare draaikont die steeds weer op gemaakte gezamenlijke afspraken terugkwam. Bedremmeld vouwde ik de brief ineen en stotterde: uh, Ja, ik geloof dat je wel gelijk hebt met je punten. Het spijt me dat je het gevoel hebt dat ik je heb tegengewerkt. Ik, ik ben vaak niet tactisch en onnodig zuinig en zo, maar is er geen tweede kans mogelijk? Je hebt heel veel goede dingen gedaan als manager, dat besef ik heel goed. Het zou heel erg jammer zijn, je hebt me nooit een echte waarschuwing gegeven. Zo van: mijn het, als je niet verandert, dan hou ik op als manager. Nee, zei een pier, ik zie dat niet zitten. Ik blijf bandlid, maar een dubbele rol als muzikant en manager en ook nog boeker werkt volgens mij op dit moment niet. Zodoende. Ik handel de lopende zaken af. Ik sta voor dat jij een nieuwe boeken zoekt en zelf het management weer doet. Laten we het verder bespreken in een stichtingsvergadering over een paar weken. De Plantage Vijf dagen later spelen we vers mobiel ondernemer in De Plantage, de populaire culturele zondagmiddag talkshow van de VPRO op Nederland 3. Ook nu bleek weer dat ik niet de meest tactische, praktische persoon was om te worden geïnterviewd. Een kort maar krachtig optreden nu van iemand van wie ik ook nog nooit had gehoord, mijn telma, zei Hanneke Groenteman, terwijl ze mijn dame met haar boek en CD van haar tafel pakte. Het zijn drie hele lange mannen en een niet zo lange dame op de basgitaar uit Friesland. Hij heeft al een heleboel geschreven. Hij heeft ook een gigantische website op het internet, heb ik gezien. Dat is helemaal in orde. Uh, ja, reageerde ik. Er zijn twee mensen die dat een beetje voor mij doen. Tjoe, riep Hanneke. Kun je ze niet aan mij? Maar we wonen in Groningen, hè? Onderbrak ik Hanneke. In de stad Groningen. En nu? Uh, al tien jaar in Groningen, maar we komen uit Friesland. Ja, precies. Mijn taal, maar je telt me, dat is toch een Friese naam? En dit zijn de Negro's, hè? Negeerde ik Hannekes vraag? Ik heb ook een band erbij. Dat, uh, het is niet alleen mijn Talma. Haha, <laughs> heel chronisch, hè? Lachte Hanneke naar een paar andere gasten aan tafel. Nou ja, het origineel van Dam met Omhayo, zo heet zijn boek, is vooral een soundtrack erbij. Ik heb nog nooit een soundtrack bij een boek gehoord, nu wel. En zij gaan dat nu zingen. De anderen heten De Nigro's dus. En mijn Talma en de Nigro's gaan zingen. Versmobile ondernemer. Wij noemden dat vroeger de SFV-man, maar bij hen is het en het gaat ook over begrafenissen: de versmobielondernemer Meinder Talma. Na de plantage traden we met de band nog tien keer op in het land. Totdat op 1 december de vergadering van Stichting 100 Punten plaatsvond. Waarin Jan-Pierre meedeelde dat Jan de Boom had toegezegd de boekingen voor ons te willen doen. De praktische zaken rond optredens werden weer bij mij neergelegd. Dat betekende dat ik de bandleden en geluidsman Jan Hedderma belde en het vervoer en de uitbetaling bij optredens regelde. De financiële administratie kwam hiermee ook weer geheel in mijn handen en niet meer deels bij Janken, zoals tot nu het geval was. De band wilde graag dat Jan Pier wel het managementdeel van de grote lijn bleef doen. Jan Pier stemde toe. Maar wilde wel graag weten wat voor mandaat hij zou krijgen. Afgesproken werd dat Jan Pier Benzaken een heel eind mocht voorkoken, maar wel moest zorgen, slash weten dat er draagvlak voor was. Sta jij misschien ook in mijn boek? Op een zaterdagmiddag, vlak voor Sinterklaas, zat ik zonder de negro's achter een tafeltje in Boekhouden Dauma tussen Ruist de Veen. Om mijn debuutroman voor de belangstellende koper te generen. Allerlei mensen kwamen bij mijn tafeltje: oude bekenden, huisvrouwen, notabelen en ook een dammer die zich voorstelde als Hilke Hamersma. Nadat ik de titel van je boek al op de radio menen te hebben gehoord, maar wat ik tezijde schoof als zijnde hobbydeformatie, las ik bij toeval een stukje in het draste courant over dam met omhajo. Nu heb ik op mijn manier geen tijd om boeken te lezen... omdat ik dam en dingen doe voor Damclub Huizen. Maar elke keer als ik bij toeval iets hoor of zie dat mij aantrekt... dan begin ik weer te lezen. Ik was begin oktober bij de tillen in Leeuwarden om jouw boek te kopen. Na twintig minuten zoeken en één etage hoger... vroeg ik een mevrouw achter een beeldscherm... naar een nog te presenterende roman van Meine Thelma. Ze toestelde de naam in... Waarop er in groene letters een titel in beeld kwam. Dammen met Omahaio, zei ze. Nee, deze zal het toch niet zijn. Ja, zei ik, waarom niet? Waarom zou de titel niet Dammen met Omahajo kunnen zijn? Omdat het niet echt een geëikte romantitel is, zei de vrouw. Maar het boek is in een zaak aanwezig, ergens op de begane grond. Dankjewel, zei ik, en trouwens, er is wel degelijk een geëikte romantitel. Aangekomen op de begane grond schoot ik een meisje aan dat eruit zag als iemand die daar werkte. Ik zoek een boek van mijn telma, zei ik, eventueel met een cd. Hmm, dat heb ik wel gezien, moppelde ze. En begon haar eigen zoektocht. Zonder resultaat. Ze ging bellen met een collega en liep naar boven. Een tijdje later kwam ze warmpel terug met het boekwerk. Het is heel herkenbaar beschreven. Jouw teksten over dammen verraden een grote kennis van het spel en de terminologie. Je zegt er wel in het boek dat je niet van een vereniging meer lid wil zijn, maar ik verdenk jou ervan dat je dit wel bent geweest. Maar in mijn turbo-dambees komt er echter geen partij voor tegen welke taal maar dan ook. De damwereld heeft best wel behoefte aan personen die ook anderszins naar buiten treden. Zo'n boek is fantastisch voor het dammen. Het geeft aan dat het met name in Friesland... ...een Stukje cultuur is. Ik heb het boek aangeprezen bij ons op de clubavond en op mijn nieuwspagina. Bovendien zal ik het doorgeven aan het blad Hoofdlijn van Herman van Westerlo, die regelmatig boeken bespreekt waarin wordt gedampt. Vlak voor vijven, toen ik dacht dat het wel mooi was geweest, stapte er een merkwaardig mannelijk duo op mij af. De ene was zeer mager in de jaren 50. Hij droeg een grijzende baard en keek mij scherp aan. De andere was een dikke veertiger die keek of hij elk moment in huilen kon uitbarsten. Ik sta in jouw boek, zei de magere man met heldere stem. Aha, zei ik. Het bleef even stil. De dikke man knikte. Sta jij misschien ook in mijn boek? vroeg ik aan de dikke. Nee, nee, piepte de dikke. Ik ben Robert McKay zei de magere man en gaf mij een hand. Ik heb samen met Sipke van der Land de autobiografie van Johnny Cash vertaald, waaruit jij een motto voor een van je hoofdstukken hebt gehaald. En ik woonde in die tijd in Rotterdam. Nu woon ik in Opijnde samen met Hans. Hij keek naar de dikke man. Aangenaam, Hans de Rook, zei Hans en gaf mij ook de hand. Ik sta niet in jouw boek... Maar iemand die er wel in voorkomt is Klaas Bruinsma. Ik heb hem ook meegemaakt als leraar Engels op het Eerstescollege en ik kan je wel vertellen. Door deze man ben ik voortijdig van voor school gegaan. Dat ik zo'n dikke buik heb, komt niet zomaar. Die heb ik gekregen door al het onrecht dat Bruinsma mij heeft aangedaan. Er volgden nog enige specificaties betreffende het hem aangedane onrecht. Ik ging er niet echt op in. Het leek me weinig zin hebben om deze wanhopige Hans met zijn grote treurige ogen en dikke buik erop te wijzen dat Bruinsma, die in Drachten ook wel de Ayatollah van het Jarenfred werd genoemd, inderdaad geen ideale leraar was. Maar, dat deze aparte vogel en thans grootste Friese vertaler van klassieke werken zeker geen gemene kerel was en al helemaal geen grijze muis in het lerarenkorps te drachten. Ik verliet boekhandel Dauma met de nieuwe oors pop encyclopedie waar de Negro's en ik instonden met de foto die Lex van Rossen had gemaakt bij het interview van Jan Vollaat begin het jaar in de NRC. Noorderslag Een jaar nadat Vollaat in de NRC had geschreven dat het onbegrijpelijk was dat ik niet op Noorderslag stond, was het dan eindelijk zover. We wilden goed voor de dag komen op Noorderslag met een show die in het teken zou staan van het universele plattelandsgevoel dat zowel in boek als cd van Dam met Omhajo naar voren kwam. Ter voorbereiding hadden we twee theatertrayouts van Dam met om gedaan in het Prinsentheater in Groningen en Popular in Rotterdam met beeldprojecties van VJ Johans, goed uitgewerkte prozenvoordrachten van mij tussen de nummers door en zwarte kleedjes van Nick over het drumstel. Nick had ook ons beeldscherm gemaakt. Hier heb hele handel gestreken met mijn moeder. Het hangt wel goed, vind ik, alleen heb ik een denkfout gemaakt wat betreft het scharniermechanisme. Denkfout of niet, de Negro's en niks stonden midden in het prima hangende scherm. Het universele plattelandsgevoel werd ondersteund door FJ Johans met beelden van voorbijtrekkende wolkenvelden, zeebellen en close-ups van bloemen en gras. Er kon geen kop bij in de marathonzaal. Een man vooraan riep dat hij binnenkort vader werd van een zoon en dat hij naar mij zou worden vernoemd. Dat gaat hij later vast heel leuk vinden, antwoord ik. De muziek maakt dat het vanzelf gaat. Na Noorderslag volgden in januari optredens in Enschede, IJmuiden, Alkmaar, Zwolle en in poppodium Tivoli, Utrecht op de presentatie van het Voskland Jaarboek POP99, waarop de bijgevoerde cd, vers ondernemer een plaatsje had gekregen, naast liedjes van muzikale grootheden, als Guy by Voices, Tom Waits en Underworld. Een liedje van mij, door de Voskrant uitgekozen als een van de 13 toonaangevende internationale liedjes van het vorig jaar, en deze maand nog een tweede druk van mijn debuutroman, Dan met om Haio 9 weken in de moordlijst, ik hoefde geen schroom meer te voelen bij de altijd weer terugkomende vraag wat mijn professie was. Ik was een gewaardeerd professioneel muzikant en schrijver. Alleen nog even uit de uitkering. En graag naar wat meer publiek. Maar daar zou ik nog even wat meer geduld voor moeten hebben. Zo bewees het eerstvolgende optreden begin februari in het dorpshuis in Koten, een dorpje vlakbij wijk bij Duurstede. Ik had gehoord van Jan de Boom. Dat de persoon die hij aan de telefoon had gehad zeer vaag was geweest. Hij had gevraagd of de geluidsinstallatie van Zoveel Watt voor ons wel toereikend was en het was pas op het laatste ogenblik bekend waar het optreden nu precies plaats zou vinden. We mochten ook maar een half uur spelen. Na een dikke twee uur rijden parkeerde de Eekhoorn het busje voor het dorpshuis in Koten. Aan de muur van het dorpshuis hing een A3-poster waarop stond. Zaterdag 5 februari 2000. Gezellige avond onder het genot van een hapje en een drankje. Met medewerking van mijne Thelma en de Negro's, Captain Gumbo en Special Act. Waar? Dorpshuis Koten. Aanvangstijd half negen. Toegang gratis. Minimum leeftijd 20 jaar. Kom op tijd, vol is vol. Onder de poster hing een grote kleurenkopie. Van een stripalbum van Gust Vlater. Een kleine begin-dertiger met grote bakkebaarden en vermoeide ogen kwam ons tegemoet. Hij stelde zich voor als Stan van Galen, de organisator van deze avond. We dronken een kopje koffie in een zaal waar we s'avonds moesten spelen. Aan de muren hingen overal grote kleuren kopieën van een stripalbumcovers van Gust Vlater. Ik liep op Stan af. Hij zette een grote doos neer waarop stond. Vond u dit een leuke avond en een goed initiatief? Dan kunt u hierin een donatie doen om de kosten wat te drukken. Heb jij al die Gusvade posters aan de muur gehangen? vroeg ik. Ja, dat is mijn favoriete strip, antwoordde Stan. Ik voel me ook heel vaak zoals Gus een beetje een buitenbeentje. Ik heb een tijdje alleen in het bos vlak bij Schalkwijk gewoond. Die ging niet zo goed, want ik raakte steeds meer geïsoleerd van de mensen. Ik woon nu weer vlak bij mijn ouders. Wat houdt die minimumleeftijd op de poster in? Het heeft te maken met vervelende brommenjeugd. Die wil ik hier vanavond niet hebben. Wat is het nou precies voor avond? Het is een soort probeesel voor mij. Kijk, de mensen hier in Koten, dat zijn allemaal stugge, harde werkers. Die haast nooit naar Coursette gaan. Ik wil nu persoonlijk eens laten zien welke muziek ik mooi vind. Ik heb alles zelf georganiseerd en de bands worden uit mijn eigen zak betaald. Maar ik besteed liever veel geld aan zoiets dan aan een dure vakantie in het buitenland. Het maakt mij allemaal niet zo veel uit. Ik kan morgen zomaar dood neervallen. Dat is niet te hopen, zei ik. Nee, ik had nog een vraag. Ik heb jullie gezien in een kelder te Amersfoort. Toen spelen jullie niet de muziek maakt dat het vanzelf gaat. Zouden jullie dat nummer vanavond wel kunnen spelen? Het is namelijk een van mijn lievelingsnummers. Dat staat niet op de setlijst, zei ik, maar dat moet wel lukken, denk ik. Nadat we hadden opgebouwd en gesoundcheckt, aarden we bij Stans en ouders. Stan kon zelf geen mensen ontvangen, omdat hij geen meubels in zijn huis had. De woonkamer van de familie van Garland zat vol... Met zo te zien naast de familieleden en buren, terwijl zij naar het wereldkampioenschap schaatsen allround in Milwaukee keken, kregen wij groentesoep en hutspot voor die was bereid door de moeder van Stan. Om half tien moesten we beginnen met spelen. De aanwezigen bestonden naast Stan, Stans ouders en de leden van Captain Gumbo uit een viertal mensen. Met z'n allen zaten en stonden ze helemaal achter in de hele grote zaal. Alleen Stan en de zanger van Captain Gumbo, die in het verleden nog een toontje lager had gespeeld, gingen aan een tafeltje vooraan zitten. Hallo Koten, zei ik. Wij zijn Mijne Talmijn de Negro's uit Groningen. Op verzoek van Stan, de organisator van deze avond, beginnen we met een lied getiteld De muziek maakt dat het vanzelf gaat. Tijdens het optreden ging een vrouw zo nu en dan door de zaal met een schaaltje waarop plakjes kaas en worst lagen. Ook ons schroef ze niet over. Tussen de nummers door at ik het spul snel op. Ik dreigde tijdens het zingen een paar keer de strappen te krijgen, maar het bleef gelukkig beperkt tot wat gehinnik. Na het optreden kwam Stan in de kleedkamer met een grote zak door hem zelf klaargemaakte broodjes, ham en kaas. Hij bedankte ons voor het optreden. En excuseerde zich voor het feit dat er zo weinig mensen waren. Wij wuifden zijn verontschuldigingen allemaal weg. Ik wilde nog wel even blijven om Captain Gumbo en een special act te zien, die, zo verklapt staan mij, uit de plaatselijke van varen bestond. Maar Janke en Jan-Pier wilden naar huis. Gisteren was het met een optreden in het burgerwezenhuis te Deventer ook al laat. En ze wilden morgen zo vroeg mogelijk kingen bij Janke's ouders en beestjes zwager ophalen. Toen we wegreden, zagen we door het raam van het dorpshuis Stan in zijn eentje met een bezem de met TL-buizen verlichte, schone kleedkamer aanvegen. Hij is dan net zo tragisch en mager als Stan Laurel, zei ik. Ja, zei ik, maar die had tenminste nog een dikke vriend met wie hij zo nu en dan heel hard kon lachen. Boerenkool met varkenskop ik zong niet elke optreden te vergeefs over de S.V. man want elke vrijdagmiddag, elke vrijdagmiddag kwam hij mijn straat inrijden. Meestal stond hij er wel een half uur, want de veelal werkloze bewoners van de Betermeweg waren vaste afnemers van de ondernemer. Ik hoopte dat mijn buurvrouw Ali er nog niet zou zijn, maar ik had pech. Goedemiddag, buurvrouw, zei ik. Buurman? Ik scharelde mijn boodschappen in de volgestouwde wagen bij elkaar en liep naar de kassa. Volgende week ben ik er niet, zei ik bij het afrekenen. Maar dan moet ik acteren in een film. Ben je filmacteur? vroeg de SV-man verbaasd. Nou, lachte ik, het is een amateurfilm, gemaakt door leden van een stichting hobbyrock. We gebruiken nog Super -art film. Oh ja, jong, bestaat het nog? zei de SV-man verbaasd. En waar gaat die film over? Hij gaat over vier oude vrienden die bij elkaar komen in een groot landhuis en besluiten zich dood te eten. Het Kees in had geschreven dat het een soort van remake was van de jaren 70 cultfilm La Grande Buff van Marco Ferreri, leek me bij deze sv man niet zo zinvol om te vermelden. Waarom willen die mannen zich dood eten? vroeg biervrouw Ali die weer eens had staan meeluisteren. Wat slaat het op? Nou, gewoon zei ik, het is een aanklacht tegen overconsumptie. Deze veeman lachte en zei, "Het jullie je dood willen eten, moeten jullie zelf maar weten, als het eten maar vers is. Een week later, het was half februari, stond er een koude wind toen ik naar het Grand Theater fietste, waar Alicia, die ik nog regelmatig zag, mijn campingmatrasje overhangerde. Hierop reed ik naar een stinkhok van Kees aan de Peperstraat. Wat nou, het, zei Kees, toen hij de deur opendeed. Hast hij een bus tegenlitten? Ja, knikte ik. Dat heb ik speciaal gedaan voor je film. Met zo'n baadje lijk ik wat meer op een Franse intellectueel, dacht ik. Meedenken met de regisseur, riep Kees. Daar hou ik van. Bak je koffie? Heb je er een beetje zin in, Kees? vroeg ik toen Kees mij in Marco van Basten een beker met koffie overhaalde. De oude gaskachel, die maar één stand had, stond te loeien als een gek. Jazeker, zei Kees. Al zal het wel een hele klus worden. Hij nam een slok van zijn koffie en zei toen: Ik speel al een tijdje met de gedachte om deze film naar Last van Trier te sturen. Meen je dat serieus? vroeg ik verbaasd. Van Kees wist ik dat hij met zijn schrijverij, filmerij, en muziekmakerij geen uitgesproken ambities had en er niet echt serieus mee aan de slag was. Er bleven altijd activiteiten voor in de vrije tijd. Ja, ze keek serieus. Maar dat zijn films met hele sterke, vaak schokkende verhalen waarin heel natuurlijk wordt geacteerd, zei ik. Zulke films maken wij niet. Jij maakt bijvoorbeeld remakes van bestaande films met grappige vondsten. Maar er wordt in onze films wel een bepaalde sfeer neergezet die volgens mij wat speciaal, is, zei Kees. En daarom ben ik wel benieuwd wat zo'n last van drieën van onze films zou vinden. Zowel de dogmafilmers als wij gebruiken geen speciale effecten en hebben geen extra belichting. En ze hebben net als wij vaak schokkende beelden en gekke overgangen, zei ik. Maar wij nemen wel op zonder synchroon geluid. Volgens de regels van de dogmafilmers is dat niet geoorloofd. Nadat de daddy Odela en Nick waren gearriveerd, konden we plaatsnemen in de bolide van de daddy. Kees ging zitten, naast chauffeur de daddy en ik naast Nick achterin. Na 500 meter rijden riep Kees opeens: Stop de auto! Met gierende banden stuurde de daddy de auto een parkeerplek op. Wat is er? vroeg hij verbaasd. Even kijken of een script wel mee is, zei Kees. Die op mij al de hele tijd een wat gespannen indruk maakte. Kees stapte de auto uit en haalde uit de kofferbak een koffer. Even later zat hij weer voorin met een zestal aan elkaar genieten A4-blaadjes. Je hebt een mooi breed dashboard, zei Kees tegen de daddy, toen we de Martini-staat achter ons hadden gelaten. Maar wat moet je ermee? vroeg de daddy. Je zou er een klein aquariumje op kunnen bouwen, op de Kees. De daddy lachte wat en deed een bandje met erop jazzmuziek in een gezette recorder van zijn autoradio. Ga je daar nu ook langzaam door rijden, door die jazz? Dat je met een slakkengaantje gaat rijden? Wilde Kees weten. Weet ik niet, zuchtte de daddy. En uit zijn gezicht kon je zien dat hij het echt niet wist. Toen Kees vertelde over plastic koeien die hij rond moest brengen in het kader van Simmer Twa de grote aankomende reunie van naar het buitenland geëmigreerde Friesen kwam er ook wat speeselen vrij. Uh, sorry, ik ben wat vochtig. Excuseerde Kees zich. Te veel bier gaat gisteren? vroeg de daddy. Nee, precies genoeg. Ik zei gisteren nog, doe mij nog één pilsje, dan heb ik precies genoeg. Kees draaide zich om en zei: Nou, Niek, een nieuw horloge. Nee, ze en ik, die heb ik gekregen met een actie van de postbank. Onderweg stopten we ook nog even bij een benzinestation om benzine, koffie en voedsel te tanken. Alvast even ineten, zei Kees, terwijl hij een hap nam van zijn sausijzenbroodje. Vanavond begint de echte vreterij. Klopt het dat we ongeveer 10.000 calorieën per dag per persoon gaan consumeren? Vroeg de daddy. Ja, zo ongeveer, zei Kees. En gelukkig zijn het maar drie dagen, zei ik. Toen we zwollen voorbij waren, vroeg Kees zich af of er binnenkort nu ook verwarmde wegen zouden komen. Waar is dat dan voor nodig, reageerde ik. Het wordt toch elk jaar warmer met die ozonlaag en zo? Ja, dat, dat is ook zo, beaamde Kees. Het was ook een beetje een slappe winter. Er is helemaal niet gereden op natuurreis. Maar er was wel iemand die niet de eerste was met een natuurijswedstrijd," zei de Daddy. "Ik weet niet waar, maar wel dat er iemand die vrij bekend was, niet de eerste was bij een natuurijswedstrijd." Het jazzbandje was afgelopen. Kees deed er een cassettebandje van Abby Rood van de Beatles in. "Hier staat Because op," zei Kees tegen de Daddy. "Het liedje hoor ik onlangs nog in American Beauty." Jammer dat John Lennon dood is. Anders hadden we hem een brief kunnen schrijven met daarin de regel: We hebben genoten van uw muziek. Eindelijk waren we gearriveerd op de plaats van bestemming, Hengelo, de woonplaats van Annemiek en Adriaan Bos, penningmeester van Stichting Hobbyrock. Nick en ik waren er nog niet eerder geweest en we bewonderden de biljartgroene vloerbedekking, de mooie oude schuifdeuren en het levensgrote papieren skelet met erop allerlei medische termen. Na een bakje koffie gingen Kees, de daddy en Adriaan de stad in. Er moesten bouwlampen worden gehuurd bij de Humpty Dumpty, voedsel en drank zou worden ingeslagen in de supermarkt en tenslotte zou er een hengeloze slager worden bezocht met wie Adriaan had afgesproken dat hij zou zorgen voor een prachtige, helemaal intact zijnde varkenskop. Niek en ik namen plaats in de woonkamer in griefelijke zitstoelen en begonnen te lezen. Ik had mijn benul van Jan Hanlo uit de boekenkast van Adriaan gepakt en de eerste pagina die ik opensloeg was, toeval bestaat niet, een cartoon van een vrouw die haar man een varkenskop voorschodelt. De varkenskop stond ons aan te staren op het aanrecht. Adriaan schudde zijn hoofd. Ik had nog tegen de slager gezet, de kop moet wel heel blijven. Heeft hij hem toch in tweeën gedaan? Ja, lachte de daddy. Hij had de hersens daaruit verwijderd om verspreiding van een gekke koeienziekte te voorkomen. Naald en draad doorwonderen, wonderen, zei Kees. Zou je een beetje smaken? vroeg niks zich af. Ik ben de hele film de cameraman, dus ik hoef er gelukkig niet van te eten, zei Kees. Je eet er maar mooi op, zei Annemiek. Ja, smaalde de daddy. Ben jij nou een van het boerenleven? We gingen het ook nog een haas slachten. Het veldje van een haas vind ik wel lekker, zei Kees. Ik vind het vaak zo stoffig en zanderig, zei Anamiek. Maar we hebben wel een haan die eigenlijk dood moet. Hij wordt steeds aangevallen. Die zou wat thai zijn, veronderstelde Kees. Nee, dat valt wel mee, zei Anamiek. Een tijdje geleden hebben we er nog eentje opgegeten. De film zou. Zo schatte Kees ongeveer een half uur duren en zijn scenario bestond uit maar liefst negen pagina's. Ik had het snel even doorgebladerd. Heel veel dialoog, allemaal in het steenkolen Duits, terwijl het hier ging om vier Franse intellectuelen. Dat is vanwege het gemak, want dan hoeft het niet lip-sync, legde Kees uit. En het Duits klinkt ook zo lekker lullig. Het verhaal is toch hetzelfde als in La Grande Buffe? vroeg ik. Ja, ongeveer wel, zei Kees. Alleen het eten is anders. Bij Ferreri eten die mannen zich dood tijdens een zieke schaatspartij. In onze film eten we gewone Hollandse korst. Het gegeven vind ik heel mooi. We hebben in overvloed geleefd en gaan nu ook in overvloed sterven. Het was zijn meest ambitieuze project tot nu toe. Je kon aan Kees zien dat hij het lastig had. Hij moest en de film regisseren en de camera hanteren. En dan had je nog de hobbyrockers... die vaak alleen dachten aan grappen maken... en die hij steeds bij de les moest houden. S'avonds arriveerde Lokje... de vriendin van Kees... die de fan vertaler zou spelen. En kon hij worden begonnen... aan de eerste vreepartij. Zoute haring en snet met stokbrood. Mijn rol was die van George... die aan de eettafel heel veel scheten moest laten... en die na de maaltijd een bad nam... Dat hij in de tuin stond. Ik had niet veel trek om in de winterkou zonder kleren te moeten badderen en met blote piemel in beeld te komen. Van lokje moest ik mijn onderbroek uitdoen, maar Kees had er geen bezwaar tegen dat ik hem aanhield. Dat had last van Trier nooit van een acteur gepikt, bedacht ik mij toen ik het bad stapte. Ik moest een sigaar opsteken en hierna kwam het einde snel in zicht. Na een langdurig scheetsalvo. Stierf ik na veel gea en gea en verdween mijn hoofd langzaam onder water. Zoals altijd had ik weer niet zonder giechelen en gekke aangebaren de scène kunnen beëindigen. Het spanningselement van het feit dat de Super 8-scène maar één keer kon worden gefilmd, één minuut Super 8-film kostte 10 gulden, werd mij telkens te veel. Snachts deden we het woordenboekspel. Ik kwam voor mijn doen met twee aardige omschrijvingen. Bij het woord expletie van het Latijnse expetio, dat volmaking of aanvulling betekent, bedacht ik als betekenis vagina van een ex. En bij het woord gazan, dat zanger in een synagoge betekent, bedacht ik als betekenis gemiddelde goochelaar. De volgende dag werd de vretenorgie tot de dood erop volgt, vervolgd. Voor het ontbijt kregen we pannenkoeken. S'avonds aarden we boerenkool met varkenskop. Het eten van die varkenskop stond me tegen. Dus hield ik me vooral bij de boerenkool met worst. Adriaan, de daddy en vooral Nick gaven me wel goed thuis. Met veel geslobber, gesmak en gekraak werd de varkenskop naar binnen gewerkt. Zelfs de oortjes bleken eetbaar. Nadat Lokje de impotente Jacques, gespeeld door de daddy, te tevergeefs had proberen te pijpen, liep Jacques naar buiten en kostte daar de boel onder. De volgende dag vonden ze Jacques dood op een schommelstoel. Ze sleepten hem naar het kippenhok en legden hem neer naast George. Nu moesten alleen Jean-Paul, gespeeld door Nick en Michel, gespeeld door Adriaan, zich nog doodvreten. Een ideale 9 tot 5 baan. In maart kwam er een einde aan zes jaar vrij zorgeloze fulltime werken aan songs, proza en superaarspeelfilms. Mijn uitkering was al een paar maanden achter elkaar gekort, omdat ik geen enkele sollicitatiebrief had geschreven. Na zes jaar brieven schrijven op voor mij onbereikbare baantjes als regio in Brabant en eindreducteur van de NCV gids. Wilde die brievenschrijverij er inderdaad wel eens bij inschieten? Het was duidelijk dat er iets moest gebeuren. Jan Pier kwam met een oplossing. Hij was inmiddels werkzaam als unithoofd muziek en beweging en interim unithoofd theater en taal bij het kunstencentrum te Groningen, een provinciale organisatie die zich richtte op amateurkunstbeoefening in diverse disciplines jan -Pier kon ervoor zorgen dat ik vanaf maart als portier van maandag tot op donderdag aan de slag kon bij het kunstencentrum aan de Oliemullersweg. Een ideale 9- tot 5-baan, volgens jan -Pier. die voornamelijk zou bestaan uit het bij de wegzetten van de containers, de postverdelen over de postvakjes, aan het eind van de dag de post frankeren en naar het postkantoor brengen, sleutels afgeven aan verhuurders, Koffie zetten en inschenken voor cursisten, en telefoontjes aannemen en mensen telefonisch doorverbinden. Voor de rest zou ik heel veel tijd overhouden voor schrijf- en componeerwerk in mijn eigen receptiehokje met pc en audioapparatuur. Het was inderdaad vaak heel rustig en er stond bovendien een mooie piano 10 meter verderop, zodat ik ook nog vaak ongestoord een beetje kon riedelen. Het was wel even wennen, omdat ik er nu al elke dag als eerste moest zijn. En al jaren gewend was om twee of drie uur 's nachts in mijn nest te kruipen. Bovendien moest ik nu veel meer met mensen omgaan. Maar het was goed voor mijn sociale vaardigheden en het was fijn om een werkplek buiten de deur te hebben. Austin, al in mijn tweede werkweek, nam ik een week verlof op. Dankzij een door Ferry bedacht opzetje, mocht ik namelijk voor de Volkskrant. Een week naar Austin, Texas, om een reportage te schrijven over het plaatselijke internationale showcasefestival South by Southwest. Vijf avonden zouden er van acht uur tot diep in de nacht 965 bands spelen, waarvan zes uit Nederland. Ik zou meegaan in het kielzorg van Daryl N. Met de Negro's had ik dit jaar en vorig jaar vele malen opgetreden in het voorprogramma van deze Utrechts-Amsterdamse formatie. Ik vroeg me af of ik zelf ooit op dit festival zou mogen spelen. Vorig jaar had muziektijdschrift Oor zich nog afgevraagd: "Is het verstandig om Nederlandse bands naar het South by Southwest festival in Austin, Texas te sturen?" Ferry Roosbom, mijn partnerbaas en manager van DRLN, had op die vraag geantwoord: "Vorig jaar hadden we Johan op South by daar stond een groot label achter, Sire. Maar hun optreden tussen de schuifdeuren ging volkomen de mist in door technische problemen. Uiteindelijk heeft het hem meer kwaad dan goed gedaan. Laat anderen mag gaan. Als ze daar een label achter zich zouden hebben staan, zou ik zo mijn talma en in de negro sturen. Ferry zou in Austin gaan onderhandelen met het New Yorkse spin aard label dat Happy Traum van Dell N. uit zou moeten brengen. Maar zou er ooit een Amerikaans label een Nederlandse en Vriesstalige plaat willen uitbrengen? Leek me sterk. Misschien moest ik een keer een Engelstalige plaat maken. Ik had al teksten genoeg, zeker sinds ik ook een pak ongebruikte songteksten van Alicia had gekregen. De eerste intercity-trein van Groningen naar Schiphol ging om 5 uur 38. Na een onrustige nacht schrok ik om half 5 wakker van de wekker. Onder de douche kwam langzaam het besef. Voor het eerst in een vliegtuig. Voor het eerst naar Amerika. Mijn eerste grote verhaal voor een lange krant. Bij aankomst om half negen stonden Ferry en Jeroen Klein, de drummer van DLN, mij op te wachten. De rest van de band stond verderop met vier gitaren, bekkens en bagage. Voordat we de lucht in mochten, kregen we een stofvloed van vragen over ons heen van een daartoe bevoerde jonge vrouw. Heeft u iets meegenomen dat u vorige week van iemand heeft gekregen? Ja, een boek van een verdinnertje, antwoordde Anne Soldaat, liedschitterist en zanger van Dellen N. Heeft u dit boek doorgebladerd? vroeg de jonge vrouw. Een beetje, de Anne. Lekker belangrijk, zei Ron, de gluidsman van Deadline. toen we eindelijk het vliegtuig van Delta Airlines in konden stappen. Niet onaardig dat vliegen, een geweldig uitzicht, drie speelfilms en ondanks mijn 2,4 meter had ik genoeg beenruimte. 14.30 Amerikaanse tijd landen we in Atlanta. Hilariteit in de groep. Jeroen Vos, de bassist van Deadline werd in zijn nekvel gepakt vanwege het eten van een appel. Meteen werden ook al zijn tassen ons boven gehaald. En dat terwijl Jeroen zijn vader vroeger KLM-piloot was... en Hayelle Paulusma, de liedzanger gitarist van DLN... in het vliegtuig en nog op gewezen had... geen fruit te eten bij de controles. Even later wilde een beambte niet geloven... dat DLN hier alleen was vanwege promotionele activiteiten. Iedereen moest terugkomen en wist zijn paspoorten tevoorschijn halen. Koen Paulusma zanger-toetsenist van Delle N. ergerde zich maateloos. Hetgeen geen voor tweelingbroer Jelle aanleiding was om olie op het vuur te gooien door te roepen: "Hey Koen, doe niet zo aardig relaxed man." De vlucht van Atlanta naar Austin was qua beenruimte heel wat minder comfortabel. Aangekomen in Austin, snoof ik buiten de Texaanse geuren op. En konden juist dankzij de zwoele temperatuur uit. Met een panelbusje gingen we naar het Holiday Inn Austin South, het hotel waar we deze week zouden overnachten. We brachten de bagage naar onze kamers en gingen hierna, op aanraden van Ferry, naar een Mexicaans restaurant genaamd El Gallo. Na een stevige maaltijd laafden we ons aan de flesjes coronabier, frozen margaritas en tequila. Goed man, lachten de derdel Enders. De volgende dag werd ik met een lichte kater wakker. Sochtens verkenden we de steeds warmer wordende Sixth Street. In deze beroemde straat bevonden zich twaalf van de 44 clubs, bars en saloons waar de muzikanten hun kunsten zouden vertonen. Toen we uitpuften bij een fonteintje, vroeg Koen zich hardop af of het waar was over wat hij had gehoord. Dat Texas een homo-vrije staat zou zijn. Het zou haast wel niet, dachten de anderen. En ook Koen, in het dagelijks leven een dokter in de moleculaire biologie, kon het zich haast niet voorstellen. Smiddags bracht ik met Ferry en Jeroen Klein een bezoekje aan The Drag, het winkelcentrum nabij de University of Texas. Ik kocht er onder meer een t-shirt van de Hulk. Daarna weer terug naar Sixth Street, waar we in Iron Cactus, onze dorstlesten, met Shiner, een Pilsner uit Texas. Als je een paar van die flesjes op hebt, zei Jeroen, merk je helemaal niet meer dat je in Amerika bent. Dit gevoel werd nog sterker toen we ons later hadden verzameld bij het optreden van Dijzak in de Ruta Mea Coffee House. Het publiek bestond voor het grootste gedeelte uit de vijf Nederlandse bands plus aanhang, de Nederlandse pers en de mensen van het Nationale Pop Instituut dat deze week een groot gedeelte van de kosten van de bands voor haar rekening nam. Over koffiehuis gesproken, ik was hier in Austin al een paar keer in de Starbucks geweest om koffie te halen. Omdat je altijd je voornaam moet noemen in de Starbucks, zodat de starbucks die naam op je koffiebeker schrijft, zei ik de eerste keer, mind it. Say what? riep de starbucks Mijndert, zei ik een beetje opgelaten, toen de staartbusverkoopster mij nog steeds niet begrijpend aankeek. Mijndert! De beide volgende keren stelde ik mij in de Starbucks voor als John. En inderdaad, zoals verwacht, geen centje pijn. S'avonds, zei ik voor het eerst in mijn leven, een live optreden van de dijk. Giechelen om Daniel Johnston na het optreden van Daryl N. in een overdekte tent bij de Waterloo Brewing Company nam ik in mijn eentje een taxi naar 24th Street. Voor het eerst zou ik John Cale en Daniel Johnston live zien optreden. Vele avonden had ik op mijn slaapkamertje in Schruisterveen doorgebracht met het luisteren naar twee cassettebaantjes met erop Paris 1919, Fear, Helen of Troy... En Slow Dazzle, het kwartet melancholische en paranoïde prachtplaten dat Keel afleverde tussen 1973 en 1975, de jaren dat hij leefde op drugs en drank en tijdens een lange gitaarsolo nog wel eens een levende kip te wilde halen om het dier tot afschuw van het publiek de kop af te bijten. Van Daniel Johnston had ik nog nooit een lied gehoord, toch was ik al vijf jaar met hem verbonden. Peter Weening, de programmeur van pop-podium Vera te Groningen, had mij bij het uitkomen van mijn debuutsingle in 1995 gebombardeerd tot de Daniel Johnston van de Friese Wouden. Toen ik Kees vertelde dat ik nog nooit van Daniel Johnston had gehoord, vertelde deze dat Johnston uit Texas kwam, zijn halve leven in psychiatrische inrichtingen had gezeten en helemaal idolaat was van de Beatles. Zijn songs had hij net als ik opgenomen op goedkope cassettebandjes met heel veel ruis. Een andere overeenkomst was dat we beide niet zulke toonvaste zangers waren. De taxichauffeur liet me zien waar de gouverneur van Texas, George W. Bush, woonde. Aardig optrekje in een kleur die overeenkwam met het huis in Washington waar Bush zijn zinnen op had gezet. Het was hard begonnen te regenen. Toen ik de taxi uitstapte, snel sprintte ik naar Tower Records, om dat te kunnen uitzoeken waar ik precies moest zijn. Een jongen achter de balie vroeg of ik misschien zijn paraplu wilde hebben. I don't like umbrellas, but I've got one in my car. Do you want it? mijn nieuwe paraplu droogschuddend betrad ik de Texas Union Ballroom, waar John Keel net met zijn drie muzikanten onder een beschaafd applaus het podium opklom. John Keel was niet meer de wilde man van 25 jaar geleden, maar een zelfbewuste en beschaafde oudere heer. De New York So zette zijn oude klassiekers als Fear is a Man's Best Friend, Gun. En Cable Hook met drumcomputers en andere nieuwerwetse fratsen in een modern, maar ook wat steriel jasje. Daniel Johnston had net als Keel. Drie muzikanten meegenomen, maar verder kon het verschil bijna niet groter zijn. De geestelijke, labiele Texaan legde zijn hele ziel en zaligheid in elke noot die hij zong of spiegelde op zijn akoestische gitaar. Het was zowel een komisch als pijnlijk gezicht hoe Johnston na elk nummer uit zijn jaszak met trillende handen een waterflesje pakte, een paar slokken nam, waarbij het meeste water buiten zijn mond belandde en toen het waterflesje met veel moeite weer in zijn jaszak propte. Naast mij zaten twee Japanse of Chinese meisjes. Gedurende het gehele concert zaten ze tot mijn grote ergernis te giechelen om die vreemde, dikke verschijning zonder kunstgebit. De paraplu kwam goed van pas. Het hoosde buiten. Gaan we tot veel mensen doordringen? In het vliegtuig dacht ik met veel plezier terug aan de laatste dag in Austin. Dankzij de manager van Guide by Voices die serieuze interesse had om voor N in Amerika het management te doen als Happy Traum daar uit zou komen, stonden we op de gastenlijst van een feestje ter gelegenheid van het debuutnummer van het muziekblad Revolver. Deze meest gewilde party van de week in het Millennium Center betekende gratis barbecue, drank en twee bijzondere bands. De twee vrouwelijke leden van de viermansband... Nashville Pussy, een muzikale kruisbestuiving van ECDC en Southern Rock, straalde maar één ding uit: wilde vieze seks. De grote glanzende titten van de bijna twee meter lange bassiste Corey Parks puilden uit de witte bustehouder. Op haar basversterker stond een glas melk of pina colada. Zo nu en dan nam ze een teug waarbij ze in tegenstelling tot het onbewuste water. Marsen van Daniel Johnston twee dagen eerder, bewust het witte vocht over haar kin liet druipen. Vorig jaar op Blowlands was het ook al zo'n geile bedoeling. Ik presenteerde het programma op het Dommel's Openluchtpodium, waarop ook Nesvel Pussy achter de presence gaf. Backstage konden we allemaal zien hoe de over zijn gehele bovenlichaam getatoeëerde, zwaar bebaarde Rodi, cq vriend van Koji Paaks, haar na afloop van het optreden omhoog tilde en haar tegelijkertijd ontdeed van haar BH om daarna zijn mond aan haar titel te zetten. Corrie keek erbij of ze haar kind de bos gaf. Na Nesveld Poesie was het tijd voor Guide the Voices. Het zou het laatste optreden worden dat we deze week in Austin zouden zien. Hun vier sporen klassiekers B1000 uit 1994 en Alien Lane's uit 1995 met erop heel korte fragmentarische liedjes die in elkaar overliepen, waren voor mij een grote inspiratiebron geweest voor mijn debuutalbum dat ik met zes hobbyrockers met een vier recorder had opgenomen. De 42-jarige en al behoorlijk grijze Robert Pollard was ook een groot voorbeeld voor mij omdat hij al heel lang meeging. Guided by Voices debuteerde in 1986 met een EP. Zeer productief was, ze hadden tot nu toe 12 albums uitgebracht. En ondanks het feit dat ze van hun platen meestal niet meer dan 10.000 exemplaren verkochten, hadden ze een hele trouwe en fanatieke fanbasis opgebouwd. Als ik het lang zou willen uithouden als popmuzikant, zou het ook voor mij de enige manier zijn: hard werken, goede platen blijven uitbrengen, zoveel mogelijk overal spelen en een fanbasis opbouwen. Robert Pollard en de Sijnen rockten vanavond als oude Engelse punk en dat de combinatie met Pollards prachtige stem en popsongs maakte dat de hele tent uit zijn dak ging. Zelfs ik stond op een gegeven moment te springen op de muziek. De laatste keer dat ik dat had gedaan was in de jaren tachtig. Na afloop werd minutenlang de bandafkorting GBV, GBV gescandeerd. Toen we even later de Daryl, Ennis en ik buiten stonden, waren we allemaal verdoofd. Door het volume en door de magische sfeer die je zo heel af en toe treft bij een rockoptreden. Logboek Weer terug in Groningen plaatste ik vol goede moed een keyboard achter mijn portiersbalie, maar al snel bleek dat ik buiten een Ida had gerekend. Ida was ergens tussen de 50 en 60, droeg altijd kleurige hippie-gewaden en werkte als horeca-medewerker bij het kunstencentrum. Ida was niet blij met het functioneren van mijn persoon en vooral niet met dat van mijn directe baas Jochem, de geluidsman van onder meer Meyer en de Negro's. Hij was de vaste vervanger van Jan Herma en door Jan Pier aangesteld als beheerder van het kunstencentrum. Jochem en ik hadden weinig oog voor banale dingen als schoonmaken en opruimen. Dit en het feit dat er niet goed gecommuniceerd was, wat nu eigenlijk de taken van Jochem en mij waren, bleek Ida inspiratie te geven voor dagelijkse epistels in het logboek dat op de balie van mijn portierspletje lag. Zo schreef ze in het logboek op maandag 17 april 2000: Mijnet, er zit ook een knopje aan en uit op de printer. Je laat je namelijk altijd aanstaan. Moet Anje nou een schroevendraaier van huis meenemen om een slot te maken van de receptie? Jochem toch! Jochem, wil je de postsleutel nalaten maken voor Wim? Er is zo gepiept. Je kunt de steutel bij Wening laten maken en als je geen tijd hebt, dan stuur je Meijend er maar op af. Jochem en Meijendert, oefenruimte 3, was weer als vanouds heel erg vies. Al dus het chrombo-combo gisteravond. Lokalen moeten elke dag nagekeken worden en schoongemaakt. En niet wachten tot de schoonmakers komen. Jochem en Mindet, als de koffie enzovoort op is, dan kunnen jullie dit ook bijvullen. Waarom moeten Anja en ik altijd datgene doen wat jullie ook kunnen? Laat ook achter de bar alles netjes achter. Ik hoef het toch niet steeds voor te kouwen. Als jullie zo doorgaan, dan heb ik de neiging om op te stappen. Minded. Als jij om vijf uur weggaat, dan ga je de foyer afsluiten. Alles stond open. Als je de Schellingensteen je in het harnas wilt jagen, moet je zo doorgaan. Op de dag dat FC Groningen promoveerde van de eerste divisie naar de eredivisie, verhuisden de branches van Groningen naar een grote vrijstaande woning in het Friese Drastercompagnie. Waar we voortaan in de woonkamer zouden repeteren met de band. Mijn werkzaamheden voor de Volkskrant kregen een doorstaat in juni. Ik mocht vier columns schrijven over het Oerol-festival op de Schelling. Ik was hiervoor mede gevraagd omdat ik er zelf met de Negro's vier dagen zou spelen. Nick Niermans, de programmeuse van Oro kwam naar lezing en beluistering van Dam met Omahajo met het idee om de Negro's en mij een week te laten optreden in een suv wagen zo konden we beladen met onder andere vele zakken uien, wortels en aardappelen, ons Oranje EK2000 hutsportpakket voor de oerelgangers en muziekapparatuur, met een gangetje van zo'n 10 km per uur toeterend en wuivend over de Schellingreden. Onze suv wagen met elektromotor, gehuurd en door Nick opgehaald bij een Leeuwarden melkboer, werd ze nu en dan ingehaald door fietsers die vroegen of ze ook wat te drinken konden kopen. De volgende dag was onze eerste speeldag. Vlak bij onze geplande speelplek, een ophoging bij strandpaviljoen Kaaphoren, waar we twee setjes zouden spelen, raakte de SUV-wagen vast in het zand. De eigenaar van het strandpaviljoen probeerde de wagen met zijn ziep eruit te trekken, maar de wielen zakten alleen nog verder in het zand weg. Ook onze pogingen om de wielen uit te graven en de planken onder te leggen boden weinig soelaars. Er werd een boer gebeld die de S.V. wagen er binnen een mumper tijd uithaalde. Waar kan ik de rekening naartoe sturen? vroeg de boer. Ach, laat ook maar. Ik stuur hem wel naar de oerorganisatie. Dat kan mooi van een grote hoop. Dan maar de boel een eindje lager opgezet. Het was mooi weer, dus we gingen buiten spelen met de S.V. wagen als decor. Net toen we op het punt stonden van beginnen. Stond er opeens een vinnige vrouw van in de 40 voor mij. Ze riep luidkeels dat de S.V. wagen in de weg stond voor hun Jan-Precier. Een door enkele paarden getrokken en met toeristen volgeladen wagen, die terugkeerde van een rondje bosplaat en hier altijd langs reed. Die S.V. wagen weghalen duurt een half uur, zei ik. En we zijn al een half uur te laat. We moeten nu echt beginnen. Als je de te schelgels tegen je in het harnas wilt jagen, dan moet je zo doorgaan, riep de vrouw persnijdig. Spelen, riepen enkele aanwezigen. Aftikken maar, zei ik tegen Nick. Met een blik vol haat en verbijstering beende de vrouw weg en koos de Jan plezier voor een omweg. Na het optreden zaten we uit te hijgen toen mijn mobieltje ging. Ja, met mij het. Ja, mij heit. Shit. Hij belde mij nooit op mijn mobiel. Is er wat onderhoon? Laat kun je je voorstellen. Hij zei het op een toon die mij stelde. Iets echt heel ergs was het niet. Ik hoorde wat gesnuif. Dat was Mem aan de andere telefoon. We worden afgeluisterd, heit. Nee, dat is Mem, zei hij. Ja, mij mijnert, zei Mem. Aan haar stem hoorde ik dat er toch wat aan de hand was. Hoe is dat, Puro? vroeg Mem. E, ja, mooi, we hebben net ons eerste optreden achter de rug en. Ja, wij hopen dat je maar een mooie week hebt met je vrienden, onderbrak hij mij. Mem en ik zijn twee dagen bij jou in huis aan het werk geweest. Kut, ik was helemaal vergeten dat Mem gedurende de tijd dat ik op de schelling zat mijn huis schoon wilde maken. En hij had ook nog meegeholpen. Mem met een zere rug en hoofdpijn, viel hij uit. En ik had er s'avonds ook schoon genoeg van. Het moet ons van het hart dat wij een grote bende aantroffen. Ik heb het nog nooit zo meegemaakt, riep Mem. Alles hebben we van zijn plaats gehaald. Het is een vreemd spul. Alle dagen ben je thuis en laat je alles op een verschrikkelijke manier verslonden. Dat valt ons erg van je tegen. Ik was helemaal vergeten dat Mem zou komen om te schoonmaken. Als ik weet dat de visite komt, dan ruim ik van voren altijd even op. Het moet altijd opgeruimd zijn, riep hij. Zo hebben we het altijd gedaan, en zo hebben we het jou ook geleerd. Zo kan het toch niet meer. Je moet jezelf beter onder handen nemen, baas, overal slingen wat rond. Breng toch systeem aan in jouw spullen en neem elke week de boel goed door. Wij willen in elk geval zo niet weer. Het spijt me zeer. Maar de waarheid heeft nu eenmaal een schel geluid. Ja, zei Mem, en als je weer thuis komt, dan zul je aardig verrast zijn hoe mooi en schoon het eruit ziet. En alles staat niet zoals eerst, de apparatuur moet je zelf maar goed zetten. De rotzooi buiten moet ook opgehaald worden, zei hij. Het allereerste was nog toen we vannacht net om half twaalf weer terug waren in zijn huis te en Mem zei. Oh nee, we zijn vergeten om mijn zijn fiets weer naar binnen te zetten. Wat moesten we? We hebben verder ook geen telefoonnummers van jouw buren en het was ook te laat om vrienden van jou op te bellen. Ik had er smoor in en ik was helemaal kapot, maar ik ben toch weer naar Groningen gereden en verdikke me, jouw fiets stond er niet meer. Dat was een nieuwe fiets, riep ik. Ja, wat moet je met zo'n mooie nieuwe fiets in de stad? vroeg Mem. Je had je anders ook nooit. Ik nog jouw huis in zijn huid. Misschien dat we hem toch wel binnen hadden gezet, maar nee, geen fiets te bekennen. Ik met een nog slechter humeur naar de auto toen jouw buurman naar buiten kwam. Zoekt u een fiets, meneer Thelma? vroeg hij. Herman Leuker zeker? vroeg ik. Ja, die had gezien dat de fiets niet op slot stond en had voor de zekerheid de fiets in zijn hok gesteld. Een hele aardige jonge man. We hadden al een praatje gemaakt de vorige dag. En hij ziet er heel gewoon uit. Die had al een paar keer over hem verteld dat hij, dat hij zo ouderwets is en altijd een grijs vest aan heeft. Maar die had een heel mooi groen T-shirt aan. Ja, soms zet u ook wel eens wat anders aan. Ik heb ook nooit gezegd dat het niet een aardige man is. Wat dan ook, mijndert, zei hij. We hopen op één ding: dat je een keer wat volwassener wordt. Je bent nu 30 en 31, verbeterlijkheid. 31 jaar. We zijn om dit alles meer verdrietig dan boos, maar mijn batterij is bijna opzij. We moeten er een einde aan maken. Verdomme, vroeg ik in mezelf. Problemen? vroeg Janke. Ik mompelde wat. Wij hebben wel weer problemen, zei Janke, en wees naar boven. Een en al zwarte wolken. Het weer was helemaal omgeslagen. Even later viel de regen met bakken naar beneden. Zo snel als we konden, laadden we de apparatuur in de SV-wagen. En glasten ook maar meteen de tweede set af. Geen blote penis bij de Brandaris. De volgende dag moesten we spelen op het plein bij de Brandaris. We hoefden pas over anderhalf uur, dus ik lag lekker lang onderuit op het plein, onderwijl luisterend naar Cosje Bleu. Een chronische informatie Ben jij in mijn taal, ma? Hoorde ik een stem vragen. Ik keek naar boven. Twee jonge mannen keken mij aan. De ene had een vrolijk beetje bol gezicht, de andere droeg een bril en keek mij indringend aan. Ja, zei ik. Wil je dan even je lul uit je broek halen? zei de bril. Ik liet de vraag even op mij inwerken en zei toen: Waarom? Laat nou maar gewoon aan de mensen hier lul zien zei de Bolle met een steeds bredere grijns op zijn gezicht. Opeens zag ik het. De bril was de acteur die uit de kleren ging in Cooking with Elvis en die ik in mijn laatste oeralkolom voor de volkskrant enige moed had toegedicht omdat hij zijn afdakje en miserige wurmpje op de planken durfde te vertonen. Toen ik hem mijn herkenning meedeelde, zei de bril dat hij behoorlijk gekwetst was door mijn stukje in de volkskrant. Ik zei nog dat een penis in slappe toestand waarschijnlijk bij de meeste mannen niet echt een jovel gezicht was. De bril bleef echter een gekweste boze indruk maken. Hoewel, bij acteurs weet je zoiets natuurlijk nooit zeker. De laatste twee dagen traden we vanwege het koude en regenachtige weer in de SUV-wagen op. Mijn Fender Roos piano paste precies in de breedte van de wagen die steeds stampvol zat. Behalve de band pasten er dan ook maar zo'n 20 mensen in. Zo nu en dan, als het publiek bij de heftige nummers meest stond te bewegen, ging de wagen vervaarlijk op en neer. Weer terug in het kunstencentrum barstte de bom. Jochem schreef in het logboek van 26 juni: Het logboek gezeik loopt nu de spuigaten uit. Zie de vier pagina's van afgelopen dinsdag. Als er nog één keer zulk gezeik opgeschreven wordt, dan weiger ik voortaan het logboek te lezen. Jochem. Mijn werkzaamheden voor de Valskrant liepen nog steeds door. Ik was gevraagd om gedurende de zomer vier weken een column te schrijven over actuele zomerhits als The Real Slim Shady van Eminem en Cassie Cano van Jodie Bernal. Artist in residence. Ik vertelde Jochem de beheerder van het Kunstencentrum tijdens onze koffiepauze dat vannacht bijna het laatste uur voor Niek en mij had geslagen. Op de eerste dag van de Nijmeegse Walmierdaagse had het festival de Valkovalfaire plaatsgevonden. Omdat Janker de week daarvoor was bevallen van dochter Rudy, was ik samen met Niek naar Nijmegen getogen. Na ons optreden had ik met de langbenige Vlaamse zangeres van Vivre la Fête gesproken. die me vertelde. dat ze het liefste thuis met haar vriendje vree. want daar kon ze tenminste nog wat ramen openzetten. Midden in de nacht waren we doodvermoeid terug naar Groningen gereden. Vrouw chauffeur Nick was kapot. omdat hij altijd heel vroeg moest beginnen bij de Ikea. Langzaam dommelden we in. totdat Nick opeens wakker schrok. het stuur met een ruk naar rechts draaide. en luidvloekend constateerde dat we al een tijd lang. Op de linker rijbaan voor tegemoetkomend verkeer hadden gereden. Gelukkig was het zeer rustig en door de plotselinge, en door de plotselinge adrenaline stoot, hoefden we ook geen moeite meer te doen om bakken te blijven. Ik zie je vanavond de Vera, zei Jochem, ik ben heel benieuwd. Jo, zei ik, we zullen je niet teleurstellen. Terwijl ik naar mijn receptiehokje liep, ging de telefoon. Jan Brouwer, directeur van het kunstcentrum, met de vraag of ik even bij hem kon komen. Enigszins gespannen betraakte de kamer van Brouwer. We hebben je de afgelopen maanden gevolgd, het. zei Brouwer met zijn kenmerkende, zachte, bijna zalvende stem. Je geeft bijzondere optredens, je schrijft regelmatig voor de volkskrant, je staat veel in de belangstelling. Maar we hebben ook geconstateerd dat de functie receptionist-portier niet de meest geschikte is voor beide partijen. Brouwer pauzeerde even. Met zijn fijnzinnige gelaatstrekken, kalende hoofd en snor had hij ook zomaar Jacques Brasseur kunnen heten. Uh, ja, dat zou kunnen. We denken daarom aan een aangepaste invulling van jouw inleenplaats via Stichting Weerwerk in het Kunstcentrum Groningen. Ons voorstel is om je na de vakantie te ontheffen uit jouw baan als portier en te promoveren tot Artist in Residence van het Kunstcentrum, een ambt dat je twee jaar lang thuis kunt uitoefenen. Wat zou je hiervan vinden? Geweldig! Brouwer vertelde dat ik deel uit ging maken van de afdeling Podiumkunsten/schrijverschool. Mijn werkzaamheden als artist in residence zouden bestaan uit het schrijven van interviews en columns in het magazine van het kunstencentrum Groningen, dat vier keer per jaar uitkwam. Verder zou ik als huispianist de muzikale begeleiding verzorgen van de twee wekelijks literaire avonden. En tenslotte moest ik nog als kerstgeschenk een boekje schrijven van circa 20 tot 30 pagina's, dat als een speciale uitgave van het kunstencentrum Groningen zou worden uitgebracht. Moet het een bepaald thema hebben? vroeg ik. Jan Brouwer keek even naar een briefje die voor hem lag. Je mag het zelf weten, meindt het, maar ik zie hier het logo van een kunstcentrum op deze brief. Je weet wat het voorstelt? Een eenhoorn, wist ik. En zijn hoornen zijn hoornen des eenhoorns. Met dezelfde zal hij de volken te samen stoten tot aan de einde des lands. Deuteronium 33, vers 17, prevelde Brouwer. Weet je iets van eenhoorns? Dat ze nooit hebben bestaan? In elk geval zijn ze uitgestorven, zei de directeur, terwijl hij een pluisje uit zijn snor haalde. U wilt dat ik een verhaal over een eenhoorn schrijf? Dat zeg ik niet, zei Brouwer. Je bent helemaal vrij in het schrijven van het kerstgeschenk, maar ik zou het wel erg waarderen. De Return of the Hobbyrockers. Vijf jaar na de eerste Super 8-avond van de Stichting Hobbyrock in de Veren Kelderbar vond s'avonds in de grote zaal van Vera de tweede Super 8-avond plaats getiteld De Return of the Hobbyrockers. Met twee première's. Bon Appetit en Jack de Riepe, een door mij geschreven en geregisseerde film van 23 minuten over podiumkunstenaar Harry de Bruin, gespeeld door Kees, die als hij heel erg kwaad wordt, spullen vernielt. Mijn oude pc en piano werden door Adriaan helemaal in gruzelementen geslagen en veranderd in de obsessieve seriemoordenaar Jack, gespeeld door Adriaan, die het heeft voorzien op tennisspeelsters en als merkteken een exemplaar van de riepe straatkrant van Noord-Nederland op het dode lijf achterlaat. Psychologische oorzaak is een trauma dat Harry heeft opgelopen op de riepebaan, waar een stripper gespeeld door Alicia met een spectaculaire sensuele tennisact, hem een vernederend blauwtje laat lopen. De andere vertoonde films waren al op de Parade of Zon te zien geweest, zoals de Tarzan film van Adriaan, waarbij ik als aanvoeling een stripverhaal op Dias had gemaakt. Van plaatjes uit oude Tarzan boekjes had ik een nieuw Tarzan verhaal gemaakt. Net als vijf jaar geleden reageerde het publiek weer erg enthousiast en werd het een prachtige, hilarische zomernacht, waarin ook met een hooggeplaatste afgestand van het Noordelijk Filmfestival in Leeuwarden de deal werd gemaakt dat in november alle films op het festival zouden worden vertoond en dat mijn band na afloop een optreden zou geven. Je moet je kont erin draaien Vlak na de zomervakantie zat ik met Arian Kottenweg en Nicoline Baartman om tafel in het Voskantgebouw. Na mijn artikel over Sauber zout en de Oeral en zomerhitscolumns Wilde de cultuurredactie van de Volkskrant met mij van gedachten wisselen over het idee om een serie artikelen over regionalisme te maken? Maar zonder cultuuruitingen in Nederland het liefst op het platteland. Asterix, die in het Twens was vertaald, werd gegeven als voorbeeld. Ferry had me van tevoren nog gebeld. Je moet je kont erin draaien. Dit is je kans op een vaste baan bij de Volkskrant, een van de beste en bekendste dagbladen in het land. Van de muziek alleen zul je niet kunnen leven. Je bent geen berry hey. Bovendien zou je muziek er alleen maar meer bekendheid door krijgen. Ik wist dat mijn paard en baas gelijk had. Mijn weerwerkbaan als artist in residence was tijdelijk. En hoe vaak zou ik zo'n prachtige kans krijgen bij mijn favoriete krant van Nederland? Maar het gesprek verliep stroef. Ik kwam vaak slecht uit mijn woorden en had ook geen echte ideeën of plannen voorraad qua mogelijke onderwerpen betreffende het regionalisme. Misschien ook omdat ik het enthousiasme ontbeerde om zoveel tijd te spenderen aan het schrijven van dergelijke stukken. Ik wilde het liefst liedjes maken en romans en verhalen schrijven. Bij het afscheid werd er afgesproken dat we contact zouden houden over de regionalisme serie, maar dit bleef van beide kanten uit. Was het Volkskrant hoofdstuk voorlopig afgesloten? Wel waren er kansen ontstaan bij een grote Amsterdamse uitgeverij. Op 16 november was er een optreden in een grote zaal van Paradiso, waar De Negro's en ik met behulp van Daryl N-gitarist Anna Soldaat en een blazersectie onder leiding van Adriaan Yehi, zes songs van Hot Chocolate, ECDC, The Eagles, David Bowie, Creedence Clearwater Revival en Baccara ten gehoor brachten in verband met de boekpresentatie van Paradijs bij het Desbordlicht: verhalen van een vergane jeugd, waarvoor behalve mijn persoon, onder andere Tommy Wieringa, Tom Erbus en Kenny Dulfer, een verhaal bij een lied uit de jaren 70 hadden geschreven. Mijn verhaal was gekoppeld aan Hola de Rosie van ECDC. Jasper Henderson en Adrian Jegi, de samenstellers van het boek en beide werkzaam bij uitgeverij Thomas Rapp. Hadden tegen Verdi gezegd dat ze graag mijn volgende roman wilden uitgeven: Lola da Musica. Maar voordat er een nieuwe roman kwam, moest er eerst nog een nieuw album komen dat volgend jaar in de herfst zou worden uitgebracht. De nummers die ik had gemaakt gingen weer over verlangen en lust, afwijzing en mislukking. Verschil was dat het vorige album een plattelandsalbum album was. En dit vooral een stadsalbum. Met ook explicietere teksten over liefde en seks, waarmee ik nog wel steeds nieuwe ervaringen opdeed. Ik had achter elkaar drie verhoudingen met vrouwen uit de stad: een collega toetsenist, een systeemontwerper bij de KPN en een promovendus sociale psychiatrie. Het waren alle drie heel leuke dames, maar zwaar verliefd was ik niet geworden. Misschien dat ik het ook geen echte kans gaf omdat ik Alicia nog regelmatig zag bij haar thuis in het oude cassette en bij voorstellingen in het Grand Theater waar ze mij vaak op de gastenlijst zetten. Ik had een demo bandje gemaakt met erop zeven liedjes die ik had gemaakt op basis van Engelstalige teksten die Alicia jaren geleden had gemaakt voor een andere band. Begin volgend jaar zouden we samen een videofilmcursus gaan volgen. Stiekem hoopte ik dat er weer iets tussen ons zal worden. Die filmcursus had te maken met een brief die Alicia twee maanden geleden had gekregen van het clubje Beats Bumps, waarin ze verzocht werd de erfenis van haar vader en oma, ruim 3000 lp's en 78 toerenplaten, op te halen. Mijn idee om die hele onderneming te gaan filmen had Alicia geïnspireerd. Op een avond na een voorstelling van het Vlaamse gezelschap De Koe gingen we in het café van Grand Theater brainstormen over een documentaire film die we samen zouden kunnen maken. Alicia zei dat ze de platencollectie volgend jaar juli in een bus van coast to coast van L.A. naar New York City wilde brengen om deze in te schepen naar Nederland. We bedachten dat de bus voorzien zou zijn van een platenspeler en een geluidsinstallatie. In de daaropvolgende reis, die in totaal bijna zeven weken in beslag zou nemen, zouden we de meeste uiteenlopende locaties aandoen. Van toeristische trekpleisters tot aan plekken van de, de gewone Amerikaan. Er zouden plekken worden opgezocht in de grote steden, in kleine gehuchten, in de natuur, bij sportwedstrijden, musea, in cafés, bij barbecues, in ziekenhuizen enzovoort. Op deze locatie zouden we de platen draaien waarvan wij vonden dat ze bij de locatie of anders bij onze op dat moment heersende stemmingen zouden passen. Tijdens het draaien van de platen zouden we in contact komen met mensen die op dat moment aanwezig waren op die locatie, zoals lokale inwoners, bezoekers, zwervers, artiesten en toeristen. Onze twee uiteenlopende karakters, aan de ene kant was er de vaak drukke, en soms wel wat manische, extra vette 1,64 meter lange Amerikaanse, aan de andere kant de lange, introverte en vaak onhandige Friese reus, zouden zorgen voor een prachtig spel in de interpretatie van onze belevenissen op de reis. We zouden de reis zelf verslaan met een 3-CCD digitale camera. Hierdoor zou de film het karakter van een persoonlijk document krijgen. Het materiaal zou terug in Nederland worden gemonteerd. Tot een film met de lengte van tussen de 45 en 60 minuten, die geschikt zou zijn voor uitzending op televisie. Het filmen en monteren wilden we de komende maanden onder de knie krijgen op de filmcursus. Ik schreef een plan van ons filmvisioen en mailde dit naar Jan Pier, die het een geweldige kans vond en mij adviseerde om Ferry te mailen. Die had wel contacten met Lola de Musica. Het muziekdocumentaireprogramma van de VPRO. Ferry belde me een dag later terug met de mededeling dat Lola de Musica wel belangstelling had, maar dan wel met als voorwaarde dat het een journalistieke film werd, bestaande uit een vooronderzoek van de platencollectie, zodat je een planning kon maken om de roots van een stuk of wat platen op te zoeken. Gewoon op de Bonnefoy door de VS rijden vond Lola de Musica geen goed idee. Het Sprak ons niet echt aan, maar we besloten om hun journalistieke kant te volgen. We konden altijd nog apart ons maar eens kijken wat voor avonturen we beleven verhaal verfilmen. Er werd een bijeenkomst georganiseerd met Lore de Musica in Hilversum, waarbij David Kleiweg en Lotje IJzermans nog eens naar voren brachten dat we moesten terugkomen met een echt journalistiek verslag. De routes opzoeken van bijvoorbeeld een Moody Waters plaat. Alicia en ik maakten duidelijk dat het heel veel vooronderzoek vereiste en een grote interesse in oude muziek. Die hadden we op zich wel, maar we waren geen supergrote muziekfreaks of historici. Alicia vertelde ook dat ze er nu nog geen enkel zicht op had of de platencollectie wel echt iets voorstelde. Ik zag de gezichten van Kleiweg en IJzermans betrekken. Hou je stil Alicia, dacht ik. Maakte ze geen kans om haar ongemerkt een schop tegen haar been te geven. De bijzonderheid van de collectie viel ook nog te bezien, ging Alice verder. Haar oma verzamelde voornamelijk de hits van het moment en haar vader verzamelde doorsnede jazzplaten. Bovendien was het heel moeilijk om bij de platen te komen. De betreffende schuur waar de platen waren opgeslagen zat helemaal stampvol met andere troep. Dus het werd eerst heel veel sjouwwerk en troepenruimen voordat je bij die platen kwam. Dit is te weinig voor een Laura de Musica documentaire, concludeerde Kleiweg afgemeten. Alicia en ik knikten. We begrepen het. Korg Triton. Alicia en ik hadden afgesproken dat we in elk geval de cursus zouden doen volgend jaar. En dan zouden we wel kijken of het ons financieel zou lukken om onze film te maken. Voorlopig moest ik mij volledig concentreren op de muziek voor mijn nieuwe album. Dat kostte me weinig moeite, want ik had sinds kort een prachtig nieuw workstation tot mijn beschikking. Nadat ik mijn spaarrekening had geplunderd, kocht ik voor 6000 gulden de grootste aanschaf tot nu toe in mijn leven: een zilvergrijze kochtriton. Een nieuw instrument betekende voor mij altijd nieuwe inspiratie. Werd na lang aandringen van mijn kant door Heid met veel spijt ingeruild voor de Yamaha Electronen M10. Dit voor de eind jaren 80 hypermoderne keyboard met een 1-oktaafs voetpedaal had mij maandenlang helemaal in de macht. Ik was compleet verrukt van de mogelijkheden die mijn nieuwe keyboard bood met alle soorten ritmes, bassen en geluiden. Het leverde alle songs op voor mijn debuutsingle, eerste album. En heel veel onuitgebrachte demo's. De in 1998 door Jan Pier aangeschaft Roos piano, die lange tijd in mijn volgestaande woonkamertje stond, had veel melancholische liedjes opgeleverd, die terecht waren gekomen op Verhoerdoeker en Damen met Omahayo. Nu stortte ik me vol overgave op de Koch Triton. Dankzij de ingebouwde 16 sporen sequencer kon ik voor het eerst partijen gaan stapelen. Voor een liedje maakte ik nu opeens vijf pianopartijen die samen één geweldige partij opleverden. Voor het eerst had ik ook de beschikking over een karrenvracht aan gitaar, bas, drum, strijkers en synthesizer geluiden. En niet te vergeten een arpeggiator met heel veel rippenpatronen. Ik kon dus voor alle liedjes een bandarrangement maken dat ik vervolgens op floppy disks kon opslaan. touw voorkwam dat mijn gammelen... Vervaarlijk heilende boekenkast bovenop de Vespoornikorder viel waarmee ik mijn nieuwe songs opnam. Voetbal en seks. Op Damme met Omahaio en verhoerdoeker observeerde ik veelal andere mensen. Voor de nieuwe plaat had ik mezelf eens onder de loep genomen. Zo zong ik over mijn eerste afspraakje met Alicia. Ik had haar gevraagd of ze er moeite mee had dat ik haar echte naam gebruikte. Ze zei dat ze het een mooi nummer vond en dat het geen probleem was. In het titelnummer van het album dat Leverstumper zou gaan heten... was ik zelf de lieve Stumper, een dikke sukkel. In het Fries, want als ik op mezelf vloekte, ging dat in het Fries. Het lied gaat over het verlangen naar een meisje, het fantaseren daarover... en over hoe je, wanneer het uit is... Toch probeert weer contact te krijgen. Uiteindelijk had ik uit alle door mij geschreven nummers een selectie gemaakt die op het nieuwe album zou moeten komen. Zeven Nederlandstalige en vier freestalige liedjes. Net als op mijn vorige albums ging de muziek weer alle kanten uit. Eile, omvloerde ballads als Dreamfamke en Alicia gingen hand in hand met de velvet underground achtige rock'n'roll en warm bad. En de Sint-pop van de Renner en Roemenige. Dit laatste nummer was volgens mij het prijsnummer van de plaat. In Roemenige schets ik een beeld van een ontluikende puber begin jaren 80 op een eenzame zaterdagmiddag. In het eerste couplet wordt onverhoog gezinspeeld op een moment van celbevlekking. Een vrij zeldzaam onderwerp in de popmuziek. Soms als mijn ouders ergens heen zijn. En ik me wat depressief voel, omdat ik weer eens verliefd ben. Op een meisje dat ik goed ken. Ze kent mij ook en daarom wil ze niet. Geen meisje is ooit op mij verliefd. Dan pak ik mijn seksboekje, dat ik verstopt heb in mijn bureau. En trek ik mijn spijkerbroek uit, en dan ga ik liggen op mijn bed, en dan bekijk ik alle plaatjes, en dan lees ik de verhaaltjes. Die bedzijde wordt vervolgens uitgewerkt met een Engelstalig fragment waarin een dame haar seksuele fantasie vrijgeeft. Ik had een opzet hiervoor gemaakt, die door Alicia als Amerikaanse werd gefijntuned. Volgens mij denk je heel vaak aan seks, of niet? vroeg Alicia. Valt wel mee. Gewoon, denk ik. Volgens mij heb je heel veel seksboekjes, ging Alicia door. Valt ook wel mee. Ik moest een keer werken in Vera toen Fiertjes optrad. Hij had een ponenboekje bij zich en vroeg of ik met hem het boekje wilde lezen. En heb je dat gedaan? Uh, nee. Op een keer was Even Dando van de Lemonheads in Vera. Hij vroeg mij: Alicia, will you fuck with me? Ik zei: uh, No, Even, I don't think so. I just be your sister. En Even begon toen heel hard te huilen en bedankte mij dat ik zijn zuster wilde zijn. Ik wilde ook graag dat ze het in de studio zou inspreken, dan wel fluisteren omdat ik wist dat ze een heel verleidelijke stem kon opzetten. She arrived home from work feeling kinda hmm and in a mood for something, oh, you know. In the bathroom she slipped out of her clothes and let herself sink into the hot, bubbly water. She began washing her feminine form, sliding her soapy hand along her neck, over her firm breasts, her taut tummy and then down, between, her, oh. Stepping out of the warm suds she thought to herself, oh what's the use, it just makes me want him more. Back in the bedroom she had just two things on her mind, him and what she should wear tonight. She took out a black brassiere. Black stockings, slinky black dress, black heels, black panties. No, on second thought, no panties tonight. Hierna ging het verder met de jongen die beschrijft hoe hij koekjes eet zonder honger te hebben en op de ARD die Spazio gaat kijken. Als ik na een tijdje wakker word. Trek ik mijn spijkerbroek weer aan en dan ga ik naar beneden. Ik pak de koekjes trommel, ik heb geen echte honger, maar eet wel alle koekjes op. Ik doe de televisie aan en zet hem op Duitsland heen. Om zes uur begint de sportshow met Karl-Heinz en Karl-Heinz Förster en Hans-Peter Briegel. Na het gezongen Hans-Peter Briegel maakte ik ook weer een gesproken fragment dat bestond uit een collage van citaten van Duitse voetballers en trainers die ik in al die jaren bijeen had verzameld... Hetgeen resulteerde in een droogkomisch, Kruiviaans betoog over voetbal. Die sportshow hoorde vele jaren voor mij bij de zaterdagmiddag, als korfballen bij de Toekensmieters in Surhuizen of het wekelijkse bad. En ik was niet de enige. Als om kwart voor zes de sportshow-tune klonk, verstomden vele grasmaaiers in Nederland en werden de televisies aangezet. De Boendesliga stond dan bekend als de sterkste voetbalcompetitie in de wereld. Voetballers als Manfred Kals en Rudy Fuller bepaalden het voetbal, en Hans Joachim Rauschenbach en Bert Vastbender konigden eenvoudig en zakelijk een nieuwe wedstrijd aan. Die voetbalsamenvattingen waren in mijn herinneringen altijd enerverend. Dat kwam ook door de verslaggevers die enthousiast dingen riepen als Prima, das Duitsburger Publikum. Es ondersteunt die eigene manschaft. En je wist meteen wanneer je een doelpunt te zien zou krijgen, namelijk wanneer de commentator de speelminuut noemde. Ook voor dit fragment wist ik iemand die dit heel goed in zijn eigen taal kon inspreken. Jan Kloek, de in Groningen residerende muzikant van de dichters uit Epiberen. Ik denk. Het Geheimnis des Fußballs is der bal. Und der bal is rond. Wäre er eckig, wäre er ja ein Würfel. Wenn de Gegner den Ball hat, stelt zich die vraag, waarom hat er den bal? In voetbal is het wie bij de Liebe. Wat vorher is, kan ook zeer schön zijn, maar het is nur Händchen halten. Der Ball muss hinein. We zijn hierheen gevaren en hebben gezegd: Oké, wanneer we verliezen, varen we weer naar huis. En ik had er van her heer een goed gevoel. De trainer had ook gezegd: Wanneer ieder speler 10% van zijn ego aan het team abgibt, hebben we een speler meer op veld. Maar heute middag hadden we weer geen geluk, en dan kwam ook nog pech daartoe. We wilden in Hamburg geen Gegentor kassieren. En dat had ook bij zo'n gegentoor heel goed geklapt. Ik denk, we spelen het beste wanneer de gegner niet daar is. Wanneer geen gegner meer is, is voetbal richtig schön. Hè? Met de Koch-Triton maakte ik in de jaren 80 me bij Roemeningen en kleedde het lied verder, vooral in met synthesizers. Frans. Op een koude decemberdag werd ik wakker in een bed dat bestond uit twee tegen elkaar aan geschoven bankstellen. Na mijn ontbijt liep ik de trap af naar beneden. Behoedzaam, manoeuvrerend, langs allerlei versterkers en instrumenten, belandde ik bij de oude bruine valse piano. Het was kwart over twaalf. Als het aan mij lag, begonnen we elke dag om tien uur toen ik de deur hoorde rammelen wat meteen gevolgd werd door een luidscheurende stem dus meinderts waar is je keyboard frans mocht graag mijn noordelijke accent nabootsen hij moest ook altijd zelf weer lachen als hij weer eens de anekdote opdiste over die keer dat hij met de windschoten popgroep Benjamin B in een studio in Brussel was en Benjamin B drummer michel bij het aanschouwen van zoveel mooie, dure en geavanceerde apparatuur, zei... Wat een boel radio's, ja! Ik stond op van de piano en liep naar de controlroom... waar Frans met een grote, nog steeds niet grijzende krullenbal en een baadje van drie dagen al richting de telefoon was gelopen... om zijn dagelijkse belronde te doen. Ik deed de Triton aan en stopte een floppy disk in de drijf... Dit werd de tweede dag dat ik in Studio Enterprise met Frans alle sporen van de elf nummers van Leven Stumper inlaadde in Pro Tools. Het digitale audiomontagesysteem dat Frans een paar dagen geleden had gekocht en waarvoor hij ook een Splixprinter nieuwe Mega Apple computer had aangeschaft. Ook zong ik de bijbehorende Guide in. Als we daarmee klaar waren zou Frans een paar cd's branden van mijn opnames en zouden we met de band kijken wat we eraan toe gingen voegen. We wilden graag, en Excelso Recordings gaf ons ook die kans, ruim de tijd nemen in plaats van alle partijen in een week opnemen, zodat er ruimschoots geëxperimenteerd kon worden. Voor het eerst zouden we elk lied per spoor opnemen. Hierdoor had ik meer mogelijkheden om bijzondere geluiden en effecten in te voegen. Keerzijde was dat de drummer met een kliktrek moest spelen je het lijfgevoel van een spelende band miste en dat het gevaar draaide dat het wat klinisch ging klinken. We waren nu al geruime tijd bezig met de diverse drumloops van de renner. Terwijl Frans naar het scherm van zijn computer staarde en zo nu en dan wat intikte op het toetsenbord, graaide zijn rechterhand in een gestaag tempo in een grote zak met drop. Sinds vorig jaar toen hij op zijn 40ste vader werd van Koen, Tevens het jaar dat hij ophield met blowen, was zijn lichaam iets wat uitgedijd. Daar stond tegenover dat hij er een stuk gezonder uitzag. Toen het laatste dropje in zijn mond verdween, draaide hij zijn stoel mijn kant op. Appeltje S. Dit zei Frans heel vaak. Ik was de eerste artiest die hij in Pro Tools opnam en hij moest nog erg wennen aan het opslaan van de muziek op zijn nieuwe computer. Zeg maar mindert. Heb je ook zo'n honger? Zullen we niet te laat eten vandaag, om een uur of vijf? En misschien iets gezonds, dat ik straks even een uitgebreide broodmaaltijd in de supermarkt koop. Het was twintig over zeven toen de pizzakourier zijn pizzas afleverde. Ik liep met de pizzas naar boven en maakte twee borden en twee messen en vorken schoon uit de onmetelijke berg afwas. Na het eten... Zette Frans een pot sterke koffie en beantwoordde hij mijn vraag hoe hij in de tijd zijn studio had kunnen betalen. In 1982 heb ik drie maanden in Saoedi-Arabië gezeten. Samen met mijn broer en dertien Brabanders moesten we drie paleizen schilderen die speciaal gemaakt waren voor de Ramadan. Eentje voor de koning, een voor zijn vrouw en eentje voor zijn bijvrouw. We wijten aan een stuk door. Eén keer hadden we een vrije dag en toen zijn we met een paar mannen naar een oud paleis gereden. De weg naar dat paleis was speciaal voor de koning gemaakt. Op een gegeven moment werden we opgewacht door een steltje figuren, mochten we niet verder. Bij een van die drie paleizen werd ook een zwembad gebouwd door Pakistani. Er werkte heel veel Pakistani, het was echt een prachtig zwembad van marmer, ongelooflijk groot en mooi rond. Op een dag zou er een inspecteur komen. Meteen werd besloten dat er water in moest. Nu was water zeer kostbaar, zeker in Saoedi-Arabië, maar zonder blikken of blozen hebben ze toen vier dagen watervoorraad van een Pakistani in het zwembad gegooid. Nou, die inspecteur komt. Binnen vijf minuten had hij het wel bekeken. Nadat hij weg was, werd het zwembad weer leeggepompt en het water over de bergen gesmeten. Jo! Hadden die Pakistani vier dagen geen water. Zo. Dat vond ik zo erg. Maar ja, wat kon ik doen? Ik was er maar voor korte tijd. Met het geld wat ik daar verdiend heb, kon ik de studio betalen en natuurlijk een boel radio's. Nick verlaat de band. Het einde van een zaterdagnacht in maart. Vier mensen waren overgebleven op het verjaardagsfeestje van Ingrid. Met Ingrid en haar vriend Henks meegerekend zaten er zes mensen in de woonkamer. De zes kenden elkaar goed. Ingrid besloot haar feestje geen zachte dood te laten sterven, maar het een nieuwe impuls te geven. Laten we truth or dare spelen. Het dare element lieten we achterwege. Het was alleen vragen en antwoord geven. De vragen werden steeds persoonlijker. Hengst was aan de beurt. Hij wilde een vraag stellen aan Niek, die naast me zat. Hengs, die vroeger bij Niek in de band had gezeten als bassist, begon een verhaal over de muzikale kwaliteiten van Niek. En dat hij het gevoel had dat die al een paar jaar niet ten volle werd benut. Het bekroop mij een naar gevoel. Toen kwam de vraag: Niek, hoe lang zie jij jezelf nog spelen bij de Negro's? Ik verstijfde helemaal, even keek Niek me aan. Ik weet dat het verkeerd is om het nou te zeggen. Hierna ging zijn hoofd opzij en naar beneden. Zonder één spoor van twijfel in zijn stem zei hij dat hij de cd-opnames afmaakte, nog de tour deed en er dan mee stopte. Niemand zei wat. Het spel was afgelopen. Na verloop van tijd werd de kamer weer gevuld met stemgeluiden. Alleen Nick en niks zwegen. Ik was woedend dat ik zoiets moest horen op een feestje. Ik wilde hier niet langer meer zijn. Toen ik opstond, zag ik even het hoofd van Nick. Het maakte geen gelukkige indruk. De volgende zondag ebde mijn woede langzaam weg. Ik dacht na over mijn geschiedenis met Niek. Ik had hem leren kennen tijdens onze probodeuze geschiedenis. Niek was toen al een tijdje de zanger-componist van Diemp. Toen deze groep uit elkaar viel... Begonnen we samen een tijdschrift en het duo Brozius, waarin we samen elkaars liedjes speelden? In 1996 werd begonnen met de opnames voor mijn eerste album. Omdat ik nog geen band had om de cd te promoten, boden Jan-Pierre en Janke zichzelf eind 1996 aan, als respectievelijk drummer en bassist, om samen met Nick en mij de band Mijn Talme en de Negro's te beginnen. Voor Nick betekende dit. Dat hij, na jarenlang zelf de frontman te zijn geweest, nu de rol van begeleider kreeg toebedeeld. Er was geen broodjes meer dat zijn liedjes kon vertolken. Onze vriendschap werd anders. De urenlange gesprekken en schaakpartijen waren verleden tijd. Voor en na optredens was om stil en aanwezig. Vanaf 1989 had hij elk jaar tot 1995 een geluidsdrager, demo of album uitgebracht, maar... De laatste was alweer van zes jaar geleden. En zijn debuutroman was vorig jaar ook niet super ontvangen. Waar nog bij kwam dat onze boeken vaak met elkaar werden vergeleken. Dieptepunt was voor Niek ongetwijfeld de recensie van drie pagina's over Rosine Canin en het literair-fristalige tijdschrift Trotwaar, die voor de helft over mijn debuutroman ging en waarin mijn boek werd opgehemeld en dat van afgebrand. Niek had jarenlang gewerkt aan zijn freestyleige debuutroman. Ik herinnerde mij de mooie zomer van 1997 toen ik vaak ging zwemmen en schaken bij de Kadingerplas met dokter Anders Neus en Niek meestal thuis bleef om aan zijn boek te werken. Er verschenen al bitter weinig recensies van freestyleige romans, dus ik wist hoe pijnlijk deze bespreking voor hem was. Zowel Niek als ik maakten weinig woorden vuil aan het artikel, maar... Ik voelde wel zijn wanhoop. Ik kon me ook voorstellen dat het hem niet helemaal lekker zat. dat ik volgende maand zou beginnen met het schrijven van de kolom Talma tikt. in de weekendbijlage Sneu en Snijn van de Leeuwarden Krant. waarin ik elke week over mijn belevenissen zou schrijven. en wat mij een wekelijks bedrag van 400 gulden opleverde. Niet dat Nick het mij misgunde, maar hij zou prima zo'n wekelijkse kolom kunnen schrijven. Maar als frontman van een band die in de belangstelling stond, had ik nu even een streepje voor. Nick moest weer zijn eigen frontman worden. Misschien was het wel heel goed dat Nick en ik onze eigen wegen gingen en Nick een nieuwe solocarrière kon opbouwen. Na het Trude Order incident kwamen de moeizame gesprekken met Nick en de andere bandleden. Ik trek het niet meer was een zin die vaak over zijn lippen kwam. Nick zei dat hij het gevoel had dat hij aan mijn toekomst werkte, terwijl hij zelf stil bleef staan in zijn ontwikkeling. Een half jaar eerder had hij al bij een bandvergadering te kennen gegeven dat hij wilde werken aan een solo-cd en had hij gevraagd of wij hem hiervoor een pauze van twee, drie maanden wilden geven. Met enige reserve hadden we hierin toegestemd. Wij wisten, en ook Nick wist, dat hij naast de band genoeg tijd had om aan een solo-cd te werken, maar zo eenvoudig als het leek, was het blijkbaar niet. Niks zijn besluit kwam snel in de openbaarheid. Een drummer van een bekende chronische indie-formatie die onlangs was gestopt, bood zichzelf aan per e-mail. Jan Pier wilde ook wel weer volledig gitarist zijn in plaats van drummer/slash gitarist. Na een auditie in Dragster Compagnie zag ik wel mogelijkheden, vooral ook omdat het een sympathieke kerel en ervaren drummer was. Geen technische hoogvlieger, maar dat waren de twee andere negro's ook niet. De brandjes waren echter heel duidelijk. De drummer werd te licht bevonden. Jan Pier kwam met het idee om Ben Onderstein te vragen, de oude drummer van Planet Orange, die bekend stond om zijn expressieve, swingende drumstijl. Dit keer geen auditie. Dat was volgens jan Pier niet nodig, maar een gesprek met Ben en Jan-Pierre en Janke bij mij thuis. Ben bleek een charmante oud-leeuwadder die al in de veertig was en veel zin had om bij de Negro's te drummen. De Bransjes verlieten nadat we met Ben hadden afgesproken dat we hem morgen zouden opbellen over onze beslissing na een uur de woning. Ben vertrok even later. Binnen een minuut werd er aangebeld. Zeker iets vergeten, dacht ik. Tot mijn verrassing stonden een lachende Jampieren Janke voor mij. Ze waren in de auto gaan zitten en hadden gewacht tot Ben was vertrokken. Weer in de woonkamer waren Jampieren Janke heel enthousiast over Ben. Ook ik zag het wel zitten met een nieuwe drumstijl voor de negro's. We kwamen overeen dat ik Ben morgen zou opbellen dat hij de nieuwe drummer van mij en, en de Negro's was. Shit, derde is Kees! Gevoelsmatig is dit mijn laatste optreden, zei Nick toen we op stille zaterdag voor de derde keer in ons leven gingen spelen in het Limburgse muziekcafé Tom-Tom in Huidhuizen. Na de soundcheck aten we in de woonkamer een door Ine bereide maaltijd. Weer is wat anders dan de bekende bakken met afhaal Chinees die je bij de meeste popzaaltjes kreeg voorgeschodeld. Toen we het eten ophadden, gingen we bij Tom Tom op het grote L-vormige bankstel zitten. In 1998 was de toen 10-jarige Tom Tom nog een grote fan van ons en moesten we in een soundcheck zijn favoriete nummer Onze Johan spelen. Nu, drie jaar later, was hij driftig aan het zeppen en mompelde hij zo nu en dan een opmerking over wat hij op de tv zag. Opeens zei hij met duidelijk luidere stem... Het is kwart voor elf. Moeten jullie niet spelen? Volgens mij zouden jullie om tien uur al moeten beginnen. Ik begreep hem wel. Vreemde mensen die in jouw woonkamer steeds een beetje... in het rare vriese taaltje zitten te kallen, limbo's voorpraten... terwijl op sbs al een paar minuten... Pleasurecraft, een erotische SF-film aan de gang is. Tijdens het optreden lieten Frits en Ine, net zoals de beide vorige keren, de barwerkzaamheden over aan andere mensen, en stonden ze met zo nu en dan een brede glimlach op hun gezicht, intens te luisteren. Na het optreden was drinken geblazen. Om half vier kwam een lichtelijk aangeschoten Frits bij me staan. Mijn nut! Je hebt nog één minuut om de laatste plaat aan te vragen. Ik wist even niks te bedenken, maar omdat ik toevallig Jan Pier in beeld had, zei ik. No regrets van de Walker Brothers. Jan Pier vertelde me eens dat hij op een morgen nadat hij wakker was geworden, de radio had aangezet en toen een nummer hoorde dat hij zo mooi vond dat hij meteen naar de hippie van zinnenbeeld was gevist. Ik weet niet hoe het heet. En ik weet ook niet hoe de band heet, maar het gaat ongeveer zo, had Jan-Pier gezegd, waarna hij een paar maten begon te neurien. Hierna wist de hippie genoeg en kwam hij even later uit het magazijn terug met een oude verzamel-lp van de Walker Brothers. Oei, riep Frits. Ik zal eens even kieken. Even later kwam hij terug met een The Best Of CD van de Bewuste Broeders, waar vreemd genoeg niet het gewenste nummer op stond. No regrets, no tears goodbye, zong ik zacht toen we naar het hotel het anker waggelden. Een maand later mocht ik als ervaren presentator, ik had twee keer het Openlucht Punkpodium op Glowlands gepresenteerd, op een donderdag in mei het eerste Excelsior Recordings Lustrum presenteren in te Utrecht. Er waren optredens van Johan en de x groep een Excelsior superband met leden van onder andere Caesar en Daryl N., die ook Vers ondernemer onderhanden namen, en toespraken van Peter de Bos van Clawbus en staatssecretaris van Financiën Wouter Bos. Alle bands die de afgelopen vijf jaar een CD hadden uitgebracht op Excelsior Recordings kregen een medaille uitgereikt door de staatssecretaris. Vanwege zijn naderende afscheid mocht Nick onze medaille. In ontvangst nemen. Veel aanwezige muzikanten van andere bands lieten merken dat ze het heel erg jammer vonden dat Nick de Negro's verliet. Janke reed ons diep in de nacht naar hun huis in Draste compagnie, waar Nick en ik zouden blijven slapen. De volgende dag oefenden we voor de laatste keer met Nick in de woonkamer van de Branches. Om kwart voor drie arriveerde gluidsman en buschauffeur Jochem, die inviel voor Jan Herma in zijn blauwe Mercedesbusje. Na veel files kwamen we om half zes bij Artak in Enschede aan. Soundcheck, eten, wachten. Nick zag er moe en gespannen uit. En zo voelde ik mij ook, terwijl ik zat te mailen op een computer in de kleedkamer. Hing Nick wat uit het raam. En ineens riep hij: "Shit, Daar is Kees!" Webmaster Kees, de broer van Nick, was helemaal vanuit Schanen Gautum, een dorpje vlakbij Sneek, naar Enschede gereden. Om 11 uur was het showtime. Vanaf het begin werd duidelijk dat dit een goed concert zou worden. Ik vertelde de aanwezigen dat dit het laatste optreden van Nick was en dat hij qua haardracht altijd de enige echte Negro was geweest. Ik vergat te zeggen dat Nick met zijn rachfijne gitaarpartijen en Jesse Drumberg ook altijd de subtielste muzikant van ons vieren was geweest. Als hij na Jan Pier ging gitaar spelen, moest de gluismaan altijd de schuif omhoog doen. En als Nick na Jan Pier ging drummen, eveneens. Ik zong mijn nieuwe lied Blond uit de flesje, waarin Nick een paar keer met naam wordt genoemd. Na anderhalf uur spelen en een eerste toegift was er enige consternatie. De mensen wilden nog meer horen. Ik wilde nog wel een paar nummers spelen, maar Jan Pier was onvindbaar. En een van de organisatoren zei dat we vanwege geluidsoverlast eigenlijk niet meer verder konden. Ook Nick kwam bij me staan. Hij wilde graag nog even het podium op om ons wat te overhandigen. Toen Jan Pier weer gevonden was, klommen we alle vier nogmaals het podium op. We kregen van Nick ieder een gesenseld boekje. dat Nick nog afgelopen week snel in elkaar had geknutseld. Het boekje bestond uit een chronologische lijst van onze optredens, aangevuld met wetenswaardigheden en zeer veel foto's die Nick vanaf 1996 had gemaakt. Want behalve een goede muzikant waren we ook de fotograaf van de band kwijt. Van ons kreeg Nick het zwarte pak dat we vorig jaar vlak voor Oerol, hadden gekocht op kosten van de stichting 100 punten en een stuk of wat VVV-bonden, omdat Nick veel van bonden hield. En van VVV-bonnen in het bijzonder. Zondaar. Nick en ik mochten daar niet meer samen in de band zitten. We zagen elkaar nog vaak genoeg. Zo waren we druk bezig met het redigeren van ons interviewboek met levensverhalen van bekende en minder bekende vriezen die in ons tijdschrift De Blauwe Verde hadden gestaan. Een van de mooiste verhalen was dat van de nu 34-jarige Sibbel Hietkamp uit Kalmerswaag. Van Heid, maar vooral van zijn broers Oma Hendrik en Oma Gerrit, had ik altijd veel sterke verhalen gehoord over Sibbel, die ook wel bekend stond als de Bonte Hond, omdat hij de meest aparte en vrijgevochten boer uit Kalmerswaag en omgeving was. Als jongetjes kwamen Heid en zijn broers al bij Sibbel. En er was het altijd dikke pret, want bij Sibbelen mocht alles. Ze sprongen rond in zijn grote hooischuur. En als de baas zelf even weg was, reden ze om in de auto's die bij hem op het erf stonden. Tijdens het interview met Sibbelen op een warme augustusdag in 1996 was omer Gerrit er dan ook bij om ervoor te zorgen dat Sibbelen de mooiste verhalen niet vergeten zou. Dat was volgens omer Gerrit niet helemaal gelukt. Na afloop zei hij. Jullie weten lang niet alles van deze man. Daarom waren Nick en Nick op een maandagmiddag in april nog even bij oma Gerrit om wat aanvullende informatie over Sibbele te krijgen. Je mag het er even inzetten, zei oma Gerrit, dat ik geen grotere zondaar is, maar dat ik een beste kerel is. Nou, dat mag net zitten, riep Tante Anneke ontzet. Er is geen grote zondaar in Sibbele zeer oma Gerrit, maar hij is ook een beste keel. Ja, dat moet er even in. Dat vind ik niet goed. Ja, hij was altijd een plezierig man. Er is altijd een gezellige sibbel geweest. Je kon nooit kwaad op hem worden. En hij werd ook nooit kwaad. Hij kon ook nooit kwaad worden, want hij had altijd vee op een anderse land. Kijk, dan kun je ook niet kwaad worden. Ja, maar we hoeven het hier niet over zondaren te hebben. Maar dat zijn we allemaal. In jouw ogen hoeven we het er niet over te hebben, maar in mijn ogen wel. Maar er is voor ons allemaal vergeving. We gaan de kant van paasen uit. Ja, dat is ook zo. Dat, dat zegt Sibbele ook. Sibbele zit bij de christelijke griffermeren. Omer oh, Gerrit keek mijn kant op. Griffermeren waaien alle kanten op. Dat zie je bij jou wel, minder. Ik geloof nu wel een beetje, zei ik aarzelend, geloof ik. Ja, en wel een beetje, maar er blijft weinig van over. Het verwatert. Jouw heid en omahajo zijn heel anders. Dat zijn serieuze figuren, vrome mannen. Als jongetjes zijn ze een keer samen op huisbezoek bij een paar oude mensen geweest. Hebben ze daar voor die oude mensen gebeden? Maar toen waren dan maar een paar van die jongetjes, een jaar of zeven, acht, dat zaten er meteen in. Jouw ja, de mensen hebben er aardigheid aan gehad, haha. Ja. ja, zei ik. Maar zo vroom als Hajo zal hij het nooit worden. Nee, dat is ook zo, zei Gerrit. Zo vroom als Hajo is er maar één. Vroeger ging Hajo nog wel eens op vakantie naar het buitenland. Zo is hij nog eens naar Israël geweest. En toen is hij daar eens in een kerkje in zo synagoge geweest. Dat heeft de oude dominee Maut mij wel verteld. Hij zei: daar trof ik je broer Hayo. En dat kijkje, dat was zo stampvol. Er moesten zeer veel mensen staan. Maar er bleef één stoel leeg. Die moest leeg blijven, want diegene die wordt terugverwacht. Hè? Maar Hayo die plof neer op die stoel van Elia. En toen kwam er een man op Hayo af die zei dat hij uit die stoel moest gaan. Nee, zei Hayo, ik ga hier niet weg, want er is hier geen plek meer. Maar Elia wordt terugverwacht, zei die man. Nou, zei die komt vandaag toch niet meer. Garagehoofd Een paar geïnterviewden moesten voor het blauwe verderboek nog wat beter op de foto. Daarom maakten Niek en ik met Henks, alweer een paar jaar professioneel fotograaf, begin mei een rondrit door Friesland. We begonnen in Koos Tille. Een dorpje ongeveer 10 kilometer vanaf Sruijsdeveen. Daar woonde de Friese Heino, die, nadat het hem 20 jaar niet was gelukt om een LP uit te brengen, vijf jaar geleden een CD had gemaakt met Nederlandse vertalingen van liedjes van zijn grote held Heino. Het leek het me wel aardig, zei Henk tegen de Friese Heino, als ik van boeten een meidje en als toe dan even terug het raam sjorst. Eerder wat, maak ik even dwan? vroeg de frisse Heino verbaasd. Komt er wel op de foto trog het raam heen, Ja, ik fotografeer dwars door ramen heen, zei Hens. Nee, kijk, ik heb er een filtertje op, dan kan je het raam laten verdwijnen. Dat was nog beter, vond de frisse Heino. Ja, dat geloof je niet, hè? dacht de Hanks. Nee, zei de frisse Heino en wees naar een Jezusbeeld in de woonkamer. Daar moet je op vertrouwen. Op die man moet je bouwen. Het is wel apart, zei ik. Ze hebben sinds het jaar nul miljoenen beelden gemaakt van Jezus... maar hebben ze hem wel ooit wel één keer goed op de foto gezet? Nee, natuurlijk niet, riep de Frisse Heino Ward uit. Maar het valt ook niet mee om beroemdheden op de foto te zetten, hoor. Ik zal het je eerlijk zeggen. Ik ben bij Heino geweest in zijn hotel in Duitsland... Want ik wilde altijd nog eens met Heino praten en hem op de film zetten. Maar we waren daar op een donderdag en de vrouw achter Bali zei dat Heino meestal alleen in het weekend kwam. Ik bad, heere God, ik wilde wel dat Heino hier straks was. Wij bleven wachten. Heino is nog immer niet gevaren, zeiden ze in het hotel. Biete, biete, zei ik. Maar hij kwam niet. Op het laatst ben ik met mijn vrouw en kinderen maar weggegaan. Maar toen kwam de baude juffrouw mij achterna. Sofort zurückfahren. Deer Heino is daar. En verdikken. Toen kwam hij eraan in zijn Porsche. Ik was zo blij. Ik ben met hem op de film gekomen en ik zal je zeggen een hele gewone vent. Je kunt er ook niets anders krijgen als drinken en gebak. Dat is Heino's vaste recept voor de mensen daar. Had hij de zonnebril ook steeds op, vroeg Hengst, die ondertussen ongemerkt de ene naar de andere foto van de Friese Heino maakte. Ja, knikte de Friese Heino. Maar ik heb hem wel even stiekem achter de glazen gekeken, een beetje van opzij, en hij heeft hele grote wat roodachtige Albino-ogen. Toch wel, hè? zei ik. Ja, en toen kwam nog het mooiste. Mijn herr heino, zei ik. Ik heb een cd. Toen heb ik hem mijn CD overhandigd. Hij nam de CD mee naar achteren en zette hem op. Even later kwam hij bij mij. Hij zei: Zijn stime is geweldig. 100% goed. Aber die muziek kan beter. We namen afscheid van de Friese Heino en reden net binnen een uur naar Pinyum, waar Henks Simone Scheffer van Omroep Friesland op de foto zou zetten. Ik ken nooit Leidje als ik op de foto kom, zei Simone. Heeft het niks, zei Henk. gewoon McGowan is altijd joost. Henks knipte zijn foto's en hierna konden we naar oud voetbaltrainer Attebauma en Heerenveen. We liepen naar de Fort Sierra van Nick, maar daar aangekomen bleek dat hij de autosleutels in de auto had laten liggen. Ah, nee, verdomme, vroeg Nick. Ik heb het ook een keer gehad, zei Henks, nadat Nick enigszins was gekalmeerd. Het gebeurt je één keer, maar dan ook nooit weer. Met deze geruststellende gedachte liepen we weer terug naar Simone, waar we aan een grote keukentafel gingen zitten. Nick belde de, de bij zijn Garage op in Witmarsum. Ze zouden een maandje sturen. Hierna was het wachten geblazen. Mag ik misschien een sigaretje van je draaien, Simone? vroeg Henks. Ik weet nou hoe het komt dat jij en ik zo roken. Ik zelf heb ook een tijdje gewerkt bij OogTV, de stadsomroep in Groningen. En daar was het ook altijd wachten, wachten, wachten. Nick belde ondertussen Atte Bouwman op dat het wat later werd. Zo te horen verliep het gesprek wat moeizaam. Wat hard, Atte? vroeg ik. Hij wilde dat we een foto van hem en zijn gezin zouden gebruiken, die op zijn homepage staat, maar het heb ik hem uit zijn hoofd gepraat. Er parkeerde een auto voor het huis van Simone. Daar zal je hem hebben, zei ik. We liepen naar het raam. Nee, zei Simone, het is buurman Sieger. Ja, zei Hengs, ik dacht al. Deze man heeft niet echt een garagehoofd. Postbode Hitler Nadat Adriaan op een zaterdagmorgen in mei als laatste was gearriveerd in een stinkhok van Kees, hoorden we wat de bedoeling was. De film heet dus magmaal Pauze, zei Adriaan, en het is het tweede deel van mijn rendezvous trilogie betreffende 2000 jaar chaos. Een vervolg op Tarzan, man van de apen, vroeg ik. Geen vervolg, zei Adriaan. We hebben nu te maken met vier nieuwe personages uit de wereldgeschiedenis. Adriaan lachte even, nam een slok van zijn koffie en zei Kort gezegd gaat de film over Adolf Hitler, die als een rustige, vriendelijke postbode in Groningen leeft en als zijn dagelijkse bestelgronden in zijn huisje bezoek krijgt van zijn vrienden Albert Einstein, Frits Korbach en een soldaat van Oranje. Die vrienden moeten morgen aan de bak. Vandaag ligt de volledige focus op Adolf Hitler. Wie speelt Hitler? vroeg Kees hoopvol, omdat hij een grote fascinatie had voor de vurer en diens grote bijdrage aan dit zwarte gedeelte uit de moderne geschiedenis. het, zei Adriaan met stellige stem. Waarom moet ik Hitler spelen? vroeg ik enigszins ongerust. Daar is toch veel meer iets voor Kees, die kan Hitler heel goed nadoen. En ik ben toch veel te lang? Hitler was vele koppen kleiner dan ik. En waarom is hij nu een rustige, vriendelijke postbode geworden? Ja, zei Adriaan. Je zet Hitler neer als sympathieke postbode. Het kan eigenlijk niet, maar je doet het toch. En als je een film hebt, dan gebeurt het gewoon. En dan is dat zo. Hierna legde Adian uit dat hij de persoon Hitler wilde demythologiseren. Verder beschouwde hij de film ook als een ode aan het Groninger landschap. Met een zwart plaksnorretje onder mijn neus, een zwartharige pruik en in een te klein oud grijs PTT-uniform fietste ik door de prachtige gele koolzaadvelden bij Winsum en Kleinwetsingen. Ik had één scène waarin Hitler even uitrustte van zijn fietstocht. Gezeten aan een slootkant moest ik een hardgekookt ei tegen mijn hoofd kapot slaan en vervolgens opeten. Hierna moest ik een blik Schultenbrouwbier openen en opdrinken. Na de opnamen kregen de figuranten Kees, de Daddy Olola en Niek bij wijze van catering ook een hardgekookt ei van Adriaan, eieren die waren gelegd door zijn eigen kippen. Van waar deze verkleedpartij? Nadat we een dag hadden gefilmd, gingen we nog even boodschappen doen in de EDA in Winkelcentrum Parpoel. Vol bravoer paradeerde ik nog helemaal in mijn rol als Adolf Hitler, met een Hitlersnorretje, pruik en P.D.T-uniform door de supermarkt. Net op het moment dat Adriaan met ons winkelkarretje dat was gevuld met een tree Schultenbrouw, twee emmertjes haring, drie droge worsten en een fleisdrangia in de rij voor de kassen wilden gaan staan, kwamen er ineens twee personeelsleden van de Eda op ons afgesneld. Snel riste ik het plaksnorretje van mijn bovenlip. Van waar deze verkleedpartij? Vroeg de dikste aan mij. We zijn een super artfilm aan het maken, antwoordde ik naar waarheid. Filmen jullie ook in deze winkel? Vroeg de dunne. Nee, ik heb wel gezien dat je dat stortje hebt afgedaan, hoor, riep de dunne. Ik wil dat jullie nu meteen deze winkel verlaten en het geld voor het gehele winkelcentrum. Vreemd genoeg zei hij tegen Adriaan. Meneer, het spijt ons, maar we hebben een paar rechtsextremisten in de winkel. U kunt gewoon afrekenen, hoor. U hebt hier niks mee te maken. De middenstander in hem kwam klaarblijkelijk toch weer even naar boven. Adriaan... Hield zich wijselijk stil en ook wij besloten daarom om maar niet al te hard tegen te sputteren. Een man van de beveiliging escorteerde ons naar buiten en attendeerde ons er nogmaals op dat we niet meer welkom waren in de EDA en dat het trouwens voor het gehele winkelcentrum parrepoel gold. Even later kwam Adriaan met zijn karretje de parkeerplaats op Nou, smale Kees, meneer de regisseur komt er maar weer mooi vanaf. Met de boodschappen gingen we naar het stinkhok waar we nog even zouden vergaderen met de stichting Hobby Rock, en waar de Crazy Gerry ons al stond op te wachten. Na het openen van de eerste blikken bier, als ook de vergadering, vroeg Kees in zijn hoedanigheid van voorzitter of er behalve de zojuist genoemde agendapunten nog meer op de agenda moest. Ja, zei de derde odelaar, ik heb een vraag voor de penningmeester. Wat voor vraag, vroeg Adriaan, die al tien jaar de boekhouding van de stichting deed. Ik zou wel eens willen weten hoe dat zat met de betaling van de boodschappen in de EDA. Hoe bedoel je, vroeg Adriaan. Wie heeft dat betaald, vroeg de daddy. Welk pasje heb je gebruikt? Dat van de stichting, zei Adriaan. Het betrof hier namelijk stichtingskosten. Maar dat kan toch niet, riep de daddy uit. Dat kan prima, dacht ik, zei Adriaan. Maar is dat wel eerlijk? vroeg de daddy. De stichting drijft op de inkomsten van voornamelijk de Kronjoen Devils. En van die band zitten er nu drie bier te drinken. Twee bandleden zijn er hier niet bij. En zo gaat het veel vaker. De crazy Geddy knikte instemmend. Kees en jij doen alles op eigen houtje, ging de daddy door: een nieuwe film, een nieuwe hobbyrocker, de catering. Er wordt allemaal mede betaald door de muzikale inbreng van Jan, de Crazy Gerry en Nico, en die profiteren er veel minder van dan wij. Jullie moeten vaker overleggen als het gaat om stichtingszaken. Jullie doen altijd alles maar op eigen houtje. We hebben verdomme recht op informatie. Die film kost ons de wereld aan geld, en de regie is trouwens ook knuider met de ritje. Het moet veel meer profi. Er viel even een stilte na deze korte tirade van de Daddy. Dus we hebben hier uh, een duo eigen houtje, probeerde ik de lucht een beetje te klaren. Ja, riep de daddy, duo eigen houtje, dat kan je wel stellen ja. Nou als jij het zo goed weet dan moet jij maar ponghouden worden, riep Adriaan kwaad. Ik lever hierbij vandaag nog de hele bliksemse boel in. Na twee blikjes bier en een emmertje haring was Adriaan nog steeds een beetje bozig... En wilde hij niet langer meer penningmeester zijn. Nu ging hij binnenkort met Annemiek voor een paar jaar naar Zambia. Dus hij was toch al van plan om deze taak over te dragen aan de daddy. Zo beroerd kwam dit geschil daarom nu ook weer niet uit. Maar Adriaan had zich zijn afscheid toch heel anders voorgesteld. Om na zo'n tien jaar besturen door de leden van de stichting afgeschilderd te worden. samen met de voorzitter. als duo eigen houtje? Dat pik ik niet. Dat snap ik, zei Nick. Kritiek hebben is altijd makkelijk, maar bestier zelf maar eens zo'n stichtingsboekhouding. We moeten morgen weer de hele dag samen filmen. Laten we hier proberen uit te komen en dan drinken we er nog een, dacht ik. Dat dachten de andere stichtingsleden ook. De boel werd bijgelegd en de daddy zei toe de taken van Adriaan over te nemen. Hij schudde de hand van Adriaan, die hem symbolisch het sigarendoosje als zijnde de stichtingskas overdroeg. Er kon gelukkig weer gelachen worden. We dronken nog een paar blikken bier. En Kees maakte nog een beste pan met macaroni. En toen was de lucht ook wel weer geklaard. En dat was me goed ook, want de volgende dag zouden we nog een paar scènes op moeten nemen in het centrum van de stad. S'avonds ging ik, hoewel de filmerij en het bierdrinken tijdens de vergadering er aardig in hadden gehakt, nog met enkele hobbylokkers naar Vera. Waar Green Hornet in de kelderbar speelde. Aagje. De volgende ochtend, het was bijna twaalf uur, werd ik wakker toen ik een hand op mijn piemel voelde. Ik was er vrij zeker van dat het niet mijn eigen hand was. Goedemiddag, heer Talma, zei een hoge en hese vrouwenstem. Waar was ik en bij wie? Deze en andere vragen bekropen mij en het duurde niet lang, of de vrouw die naast mij lag kroop op mij. En terwijl ze mijn pinteren pookje naar binnen bracht, dacht ik: Oh ja, ik ben bij Aagje. Aagje was mijn buurvrouw. Ze woonde aan de bezemenweg 103. Ze had lang, pluizig, zwart haar en een mooi poppengezichtje. Ik was haar vannacht in storm, de danskroeg aan de speelsluizen tegen het lijf gelopen, en van het ene was het andere gekomen. Een uur later deed ik de radio aan en Aagjes woonkamer, Aagje noemde het zelf kamertje, werd gevuld met de donkerbruine stem van een oude legende wiens muziek een mengeling was van country, folk, blues, gospel en rock. Muziekkenners noemden zulke muziek tegenwoordig Amerikanen, maar dat moesten ze zelf weten. Wie is dit ook alweer? vroeg Aagje. Ze was al 27, maar sprak voortdurend in verkleinwoorden. Ze noemde me mannetje, terwijl ik ruim twee meter ben. Weet je dat echt niet? vroeg verbaasd. Ik kom er even niet op, zei je. Ik zal een omschrijving geven, zei ik. Het is een oude, dikke, invloedrijke muzikant uit Nashville, die vaak ziek is en niet vies van drank en drugs. Hij heeft altijd zwarte kleren aan en wordt daarom ook wel man in black genoemd. Ik weet wie het is, zei Aagje pijnzend, maar ik kom er maar niet op. Ik zou je een tweede omschrijving geven, zei ik. Hij is en was een voorbeeld en rolmodel voor onder meer Elvis Presley, Bob Dylan, Nick Cave, Leonard Cohen, Gerde Haventong, Bono, Patricia Bay, Adam Curry, Barry van Aarle, Bettine Friesenkoop, Fred Emmer, Saskia Ansesje, Piet van Dijken, Ivo Nieuwe, Linda de Mol, Sean de Mol, Willem Ruys, Willem van Hanegem, Wilbo Okkels, Tineke de Nooi, Boris Becker, Maas Wielander en Pat Cash, om er maar een paar te noemen. Ja, hou het domme schaapje maar voor de gek, lachte Aagje. Maar die laatste naam deed bij mij een belletje rinkelen: Johnny Cash. Wie zat ik als eerste in het stinkhok van Kees. Hoe is het, mijn jongen? vroeg Kees terwijl hij uit de keuken kwam met twee mokken koffie. Ik pakte de koffiecreamer. Ik dronk mijn koffie altijd zwart en sterk, maar de koffie van Kees was altijd dusdanig sterk dat ik mijn schrap moest zetten om niet tegen het plafond te schieten. Prima, zei ik. Ik was vannacht nog in storm en daar kwam ik de buurvrouw tegen. En ik ben met haar meegeviesd naar huis en toen ben ik ook maar meteen bij haar blijven slapen. Oh ja jong, bij de buurvrouw? En was het wat? Ik nam een slok van mijn koffie en zei toen, ja het was wat. Ja, was het wel wat, ze Kees. Wat was het dan? Ik ging opeens rechtop zitten. Ja, weet je wat het is? Fysiek was het allemaal geweldig. Ze ruikt ook nog eens ontzettend lekker. Dat is mooi meegenomen, ze Kees. Een gezonde poes moet een beetje stinken, maar het moet niet uit de klauwen lopen, natuurlijk. Maar wat markeert er dan aan? De praterij wil vanmiddag niet zo goed, zei ik. En dat was me ook al opgevallen bij vorige gesprekken. Wat ik bedoel, ik erg me aan de verkleinwoorden die ze gebruikt. Ze gebruikt ze in elke zin. Je wordt er helemaal gek van. Ja, jongens, zei Kees. Hoe heet die buurvrouw van jou trouwens? Aagje. Zelfs haar naam is een verkleinwoord. Ze heeft alleen maar vriendinnetjes. Vanochtend vroeg ze of ik ook mijn tandjes wilde poetsen met haar reserve tandenborstel. En daarvoor een vrouw van 27. Een vrouw van 27 heeft toch ook recht op een vriendje met schone witte tanden? Op haar werk heeft ze alleen maar collegaatjes, negeerde ik de vraag van Kees. Zelfs als het een man is. Ze had het er zelfs over dat een collegaatje van haar een chemokuurtje onderging en een kennisje... Lag aan een infuusje. Ja, ik heb ook een verrekte hekel aan die kleutertaal, knikte Kees. Muzikanten in het Nederlands spelen in een bandje. Precies, zei ik. Onlangs werd ik bij een optreden in Burgum aangekondigd als. Mijn taal zal een peer liedjes, jongen. Liedjes, riep Kees. Het klinkt zo mogelijk nog dommer en kleiner dan liedjes. Weet in een koekje bij een kopje koffie. En s'avonds drinken we een sapje, een frisje, een wijntje of een biertje. Terwijl het helemaal niet kan, zei ik. Koffie is koffie, sap is sap, fris is fris. Wijn is wijn en bier is bier. Of het nu één glas is, een liter of een hele oceaan vol. In het Engels en Frans heb je zulke verkleinwoorden niet. Waarom bij ons wel? Ja, misschien omdat Nederlanders alles tot een overzichtelijke schaal willen terugbrengen. Veronderstelde Kees. Een probleempje... Is een minder groot probleem dan een probleem. Nederland wereldkampioen voor klein worden. Waar een klein land nog kleiner in kan zijn, grapte ik. Toen iedereen was gearriveerd, dronken we uit onze blikken bier en bespraken we wat we nog moesten filmen. Gaan we nog met Hitler de grote markt op? vroeg de derde orla. Ja, dat is wel het idee, knikte Adriaan. Er is veel politie, zei de daddy. In verband met FC Groningen. Daar valt wel wat mee, zei ik. Ik zit niet zo in over een ingreep van de politie. Ik heb het vannacht aan een paar mensen in veren verteld en die vonden het allemaal een prachtig idee. Ja, zei de daddy. Maar mensen die in veren komen, werken doorgaans niet bij de politie. Dat moeten we filmen, riep ik opeens enthousiast: dat Hitler wordt opgepakt door de politie. Dan krijgen ze een mooie wending. Als aan het einde van de Holy Grail van Morty Python. Maar dat is allemaal in scène gezet, zei de daddy. Die politieagenten waren acteurs. Oh ja, dat is zo, zei ik. Er zijn heel wat mensen in elk geval, zei de daddy, die er duidelijk niet gerust op was. Speelt Groningen nou in de Eredivisie? vroeg Kees. Ah, jongen, riep ik smalend. Dat kun je niet maken, lachte Adriaan, dat je dat niet weet. Mijn excuses. Verontschuldigde Kees zich. Wat we zouden kunnen doen is een bord maken met erop een verklarende tekst. En het een van ons dat bord steeds in de buurt van de actiescènes omhoog houdt. Precies, zei Adriaan. Een bord met erop de, de tekst. Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personen berust op blauwte toeval. Kun je doen, zei de daddy. In elk geval, met die tarsenfilm hadden we ook al heel veel bekijks. Ik wil een bod wel even maken, zei Adriaan. Heb je hier nog ergens een grootste karton liggen, Kees? Duo Eigenhoutje had een rijke historie wat betreft het maken van borden. Aan het einde van de jaren 80 en begin jaren 90, toen beide heren nog filosofie studeerden, hadden ze voor de lol in menig demonstratie meegelopen. met zelfgemaakte borden waarop universele slogans stonden als: Protest en Actie! Alleen als Kees bij een massale protestactie tegen kruisraketten een bord omhoog hield waarop stond. Stop de zinloze moord op kleiduiven! Zag je bij de collega-demonstranten wel wat vragende blikken. En als Adriaan tijdens een grote demonstratie van studenten. naar de verhoging van de collegegelden en het verkorten van de studieduur. een bord omhoog hield waarop stond. Ik rem voor niemand, ik heb geen eens remmen. dan zag je ook wel eens niet begrijpende blikken. Van de demonstranten. De bedenkelijk kijkende grond Kende Groningen de Stichting Hobbyrock? In Tilburg zetelde de Bond tegen humor. Vier mannen van mijn leeftijd die ook een stripperiodiek uitbrachten: De bedenkelijk kijkende grond Ik kwam met de vier Tilburgse striptekenaars Gumba. Pseudoniem van Gerdjaan van Leeuwen, Ivo van Leeuwen, Jeroen de Leijer en Stefan de Weert in aanraking toen ze in 1998 tijdens een optreden op de parade in Amsterdam een bedenkelijk kijkende grondheekhoorn kreeg van Ivo, omdat, zoals hij zei, alle vier de eekhoornmannen grote fans waren van mijn muziek. Dat had ik te danken aan Michael Hall, de Gronse kunstenaar, die voortdurend mijn eerste CD 100 punten kocht. Ik schat een stuk of 25 en die vervolgens weggaf aan al zijn vrienden onder wie Ivo. Ik had een keer jouw eerste cd opstaan, zei Ivo. En toen was mijn moeder op bezoek en die zei, wat een gevoelige muziek. Die is vastgemaakt door negers. Ik zei toen, ja mam, dit zijn mijn etalmen en de negro's. Dat is Engels voor negers. Zie je wel, zei mijn moeder toen. Ik was op mijn beurt onder de indruk van de strips en de absurde verhalen in de eekhoorn. Gumba kende ik van zijn tekeningen in de volkskrant en Jeroen van Eefje Wereldteefje. Maar ook Ivo en Stefan bleken mooie aanbachtelijk getekende absurde strips te maken. Bij een optreden in juni 2000 met de Negro's in 013 te Tilburg maakte ik voor het eerst kennis met Gumba. Het ene liedje van jou, hobbydrinker, zei hij. Dat krijg ik maar niet uit mijn hoofd. Ja, dat kan heel vervelend zijn, zei ik. Ik vroeg niet of hij zelf een hobbydrinker was, maar dat hij er niet in spoog had ik wel al in de gaten. We konden niet verder praten, omdat we werden gesommeerd te beginnen met spelen. In december 2000 moesten we weer in Tilburg spelen, ditmaal in het muziekcafé Kullezak. Deze avond had ik een langer gesprek met Gumba. Hij zei. Wat ik zo mooi vind aan jouw liedjes is dat mededogen en die liefde voor iets alledaags als de S.F.V. man. Je verloogt je dorpse afkomst niet. De meeste Nederlandse popmuzikanten doen het wel. Neem nu de Golden Earring met hun Another 45 Miles. Wij hebben hier helemaal geen mijlen. We hebben kilometers. Dankjewel, zei ik, maar ik moet in dit specifieke geval wel even tegenwerpen dat Barry Hay, de zanger en tekstschrijver van het lied, een Schotse vader had, namelijk kolonel Philip Hay, waardoor hij perfect Engels sprak. Bovendien was de Golden Earing de enige band uit Nederland die regelmatig toerde in Engeland en Amerika. Maar je hebt wel gelijk, ik krijg ook altijd kromme tenen van een Nederlandse zanger die voor zijn landgenoten liedjes staat te zingen in een vreemde taal die hij eigenlijk niet beheerst. Nu ik in gesprek was met Gumba, dacht ik opeens: verdomd. Ik zou hem kunnen vragen of hij het aardwuk voor mijn nieuwe CD zou willen maken. Deze man, die dagelijks het menselijke onvermogen in vaak schrijnend typerende tekeningen op papier wist te krijgen, was geknipt voor alle ploeteraars en underdogs op Leven Stumper. Tot mijn vreugde zei Gumba dat hij dat wel wilde, maar dan het liefst met zijn drie stripvrienden van de bedenkelijk kijkende grond ik hoorde. Om tien uur s morgens arriveerde ik op een bewolkte junidag op het station in Tilburg. Ivo en Jeroen stonden mij al op te wachten. Beiden droegen grote zwarte hoornenbrillen. Ivo droeg erbij ook nog een PTT-uniform omdat hij nog niet zoals Schumba en Jeroen van een striptekenen kon bestaan. Met z'n drieën Liepen we naar het huisje van Gumba, waar Stefan reeds was gearriveerd. Het huisje van Gumba, dat voor drie kwart was gevuld met boeken uit de wereldliteratuur, bleek te klein voor een serieuze vergadering en daarom werd besloten om naar café Bierlinks te gaan. Tot voor kort wekte daar Boudewijn, vertelde Ivo, de meest saaie man van de wereld. Boudewijn stond daar achter de bar en maakte opmerkingen als. Raar hè? Die twee planten daar. Die ene in het kleine potje daar. groeit harder. maar ze zijn even oud. Twee weken geleden is Boudewijn overleden. Hij was nog maar 57 jaar. Hoewel het half elf ochtends was. was café Bierlings al goed gevuld. Na twee Belgische biertjes. was het zover. Tussen alle verhalen en anekdotes door. had ik begrepen dat de vier mannen bij elk liedje een tekening wilde maken. En die hoes, dat kwam ook wel goed. Ik gaf aan elke tekenaar een pakketje bevattende de twaalf zongteksten... die op Leven Stumper zouden komen. De vier gingen meteen lezen. Ik werd er een beetje ongemakkelijk van. Zo nu en na nou werd er gelachen. De vier Friese nummers leverden soms enige moeilijkheden op. Wat betekent Leven Stumper? Vroeg Gumba. Lieve stumper, het is een beetje zo'n Friese uitdrukking, antwoord ik. Zoiets als och arme, raadde Stefan. Er is bijna Haagse Harry, zei Jeroen. Puber van satijn, begrijp je dat goed? Ik uh, lachte, nee. Puber van Sontjen, dat betekent puber van zeventien. Het blijft vreemd volk, die Friese, lachte ook Stefan. De opa van mijn opa woonde in Tilburg maar hij was een Fries. Eén keer in de zoveel tijd ging hij terug naar Friesland. Als hij daar was, was hij alleen maar aan het drinken. Na twee weken kwam hij alweer terug. En dan at hij alleen maar aardappels. Hij kon niet schrijven, maar als het buiten ijs lag, ging hij schaatsen. En dan kon hij op het ijs met zijn schaatsen en mooie sierletters zijn naam schrijven. Ik zie hier tot mijn grote vreude... Dat de Heere Jezus ook nog even voorbij komt in een lied, zei Gumba. En vertelde hierna dat hij toen hij een jaar of tien was eens in zijn eentje aan de keukentafel zat te tekenen. Zijn ouders zaten in de woonkamer. Op een gegeven moment hoorde hij een stem: Heel zachtjes. Maar het was duidelijke stem. Gumba dacht dat het de Heer Jezus was en begon meteen te bidden. Even later trok hem en kwam hij erachter dat het de radio was, die heel zachtjes aanstond. Wat volgde die dag waren vele Belgische biertjes en het luisteren en kijken naar steeds maar wilde associerende en tekenende jonge mannen. Toen ze mij tegen zessen, we waren allemaal dronken, naar het station brachten, riep Stef, mind it, heb je wel eens Dazai gelezen? Dazai, herhaalde ik twijfelend, een Chinees? Nee, een Japanner. Osamu, daar Dat moet je echt lezen, mijndert. Hij was een beetje de Japanse Bukowski, maar dan heel anders. En met heel veel zelfmoordpogingen. De laatste werd hem vertaald. Oké, okay, zei ik. Daar Ik zal proberen te onthouden. Nee, zei Stef, je kijkt hem gewoon even mee. En dan geef je hem maar eens terug als je weer in Tilburg komt of zo. Je hebt hem toch al uit, Gerdian? Gunba knikte. Dus we gingen weer naar het helemaal met boeken volgestouwde huisje van Gimba en na enig zoeken vonden we het boek zelfportretten van Osamu Dazai. Weg uit Istanbul Ik had Dazai's zelfportretten speciaal bewaard voor de vakantie. Drie jaar achter elkaar was ik met Nick, Nico en Hobbe op vakantie geweest. In 1998 naar Londen en Brighton. In 1999 naar Londen en Ierland en in 2000 naar Barcelona. Voor de komende vakantie had Nick zich afgemeld vanwege een verblijf bij studievriend Donald, die sinds kort in Madrid woonde. En Nico zei dat hij de hele zomer ging doorwerken en daarna misschien een georganiseerde wandelvakantie wilde boeken in een ver exotisch land. Hobbe, sinds een maand werkzaam bij de informatiebeheergroep en ik besloten daarom om samen op vakantie te gaan en wel naar Istanbul. Na acht dagen in Istanbul hadden Hobbe en ik, naast de vele nepvrienden, Hey my friend, you basketball player, you wanna buy nice carpet? ook een paar echte Turkse vrienden gemaakt. Dit mede dankzij Alicia, die vorig jaar in haar eentje naar Istanbul was gegaan. Op haar tweede dag in Istanbul... Raakte ze toevallig verzeild bij een openluchtconcert van een symfonieorkest. Omdat ze zelf geluidstechnicus was, streunde ze een beetje rond bij de techniek en raakte zo in gesprek met Hussein, een van de geluidsmensen. Hussein bleek een hele aardige en gastvrije man, die haar de volgende dagen veel mooie dingen en goedkope kroegjes van Istanbul liet zien. Voor mijn vertrek naar Istanbul gaf ze me een foto en het telefoonnummer van Hussein. Op de foto stond een jonge man met een grote zwarte baard en vele kralen om zijn nek. De derde dag van ons verblijf in Istanbul belde ik Hussein op. Behalve zijn baard die veel dunner was geworden, bleek Hussein ook van baard veranderd. Bleek Hussein ook van baan veranderd. Hij was na maanden reizen in onder meer India en Jemen... Nu samen met een vriend een CD-winkeltje begonnen genaamd Karga Muziek, dat gespecialiseerd was in wereldmuziek. Het was een sfeervol winkeltje waar Hob en ik verschillende avonden zouden komen. De muziek stond er altijd keihard aan. Door de bezoekers, behalve Hoezijn's vriendin, voornamelijk vrienden van Hoezijn, werd raki en bier gedronken en gedanst. Hussain liet ons de prachtige islamitische mystieke Soefi-muziek horen en zei dat als moslims nu zouden zien dat hij bier dronk, terwijl hij deze muziek op had staan, hem weinig goeds stond te wachten. Hussain vertelde dat het momenteel geen pretje was om in Turkije te leven. Met de economie ging het zo slecht dat er geen enkel toekomstperspectief was. Hij had deze CD-zaak ook alleen maar om weer een nieuwe wereldreis te kunnen bekostigen. Om elf uur s'avonds sloot Hoezijn de winkel en gingen we het nachtleven in. We begonnen meestal in Beirut, waar voornamelijk Turkse underground muziek te horen was. Tijdens onze eerste regenachtige avond in Beirut vroeg Hoezijn of ik thuis in Nederland ook een liefje had. Ik sloeg mijn raki achterover en antwoordde dat ik vrijgezel was. Ah, zei Hoezijn. A man in a relationship has one woman. A free man has many women. I am happy when I'm alone. En I'm happy when I have a girlfriend. Op een gegeven moment stond ik naast een Turks meisje met nat geregend haar en een Engelse naam dat er nogal uitdagend en aangeschoten uitzag en mij ook zo aankeek. Ze vertelde dat ze vanavond al voor de vijfde keer haar mobieltje had verloren. En dat het met de Duitse economie zo slecht ging, en dat ze vanavond dansen in het dark had gezien, en dat von Trier wel een feminist moest zijn. I am the same like all the women in his films. They are giving, giving. Here the men are owner of the women. Always so jealous. Ze nam me mee aan de hand, mee de trap op naar boven, waar ze in een donker hoekje vroeg of ik haar sexy vond. En of ik met haar wilde trouwen, zodat ze weg kon uit Istanbul en een nieuw leven kon beginnen. Ik zei dat me dat niet zo'n goed idee leek en begon haar te kussen, terwijl mijn handen haar lichaam verkennen. Ze draaide haar tong in de rondte en slaakte kreetjes. Opeens was er een harde mannenstem. Snel bracht ze haar tieten weer terug in een hemdje en sleurde me nu mee naar het damestoilet, dat ze meteen op slot deed zodat we ongestoord in het felle licht en te midden van de vele rondvliegende vliegjes even weg konden zijn uit Istanbul. Toen ik na een half uurtje Hobbe weer tegenkwam in het cafégedeelte van Beirut en hem vertelde over mijn avontuur, reageerde hij op de hem typerende wijze. Ah jongen, doe best hartstikke gek, de was dochter nergens meer, maar jongen en alleman, was mijn hier ziekte de ziektewertuus Nee, natuurlijk wilde ik geen enge ziektes oplopen. Ik was dan ook heel even benauwd, maar na een paar rondjes Raki was ik niet bang meer. Er was niks meer aan te doen, het zou wel een beetje meevallen. Norizon. De zomer werd afgesloten met het grootste zomerfestival Noorderzon. Negen avonden spelen in een SUV-wagen in het Noorderpassoen. Elke avond vier optredens bestaande uit een korte set van nummers van ons aanstaande album. Met elke avond een andere geestverwante gastartiest of band. En tussen de optredens door elke avond ook een andere DJ. Op vier avonden zou ik ook bij de voorprogramma's aan de bak moeten. Ik had voor vier dichters uit de stad liedjes gemaakt bij enkele gedichten. En de bedoeling was dat we die samen zouden zingen. De zaterdag voorafgaande aan onze noordenzon negendaagse vertelde Jan-Pier op de verjaardag van zijn vrouw Janke dat hij zich al weken ziek en moe voelde, waarschijnlijk overwerp was en zich genoodzaakt zag om niet mee te doen aan Noorzon. Erg jammer voor ons, maar vooral erg sneu voor Jan-Pier, want hij had het hele gebeuren op touw gezet. Na kort overleg met Janke en Ben... Die op Noorderzon zou debuteren als drummer van de Negro's, vroeg ik aan de ook aanwezige Niek, die drie maanden geleden in Enschede nog officieel afscheid van de Negro's had genomen, of hij voor je een pier wilde invallen. wist was diens antwoord. Na negen dagen optreden in onze SV-wagen op het Noorderzon-festival, hoorde ik van verschillende mensen dat ik er verlopen uitzag. Ik voelde me ook erg moe. De combinatie van vier shows per avond plus de bier drinken en pas om vier uur ochtends weer in je bed kruipen begon zijn tol te eisen. Maar het was het waard. Elke keer weer pasten er een enig proppen dertig mensen in de SUV-wagen. De mensen die er niet in konden, gluurden door de ramen naar binnen of bleven allemaal zitten luisteren op ons terrasje waar ze een blikje drinken konden kopen en in de pauzes luisteren naar de DJ's die buiten hun plaatjes draaiden. De laatste avond braken we de boel af en reden we naar compagnie waar Nick en ik om ongeveer drie uur s'nachts konden blijven slapen omdat we de volgende dag om half negen naar Lowlands moesten waar ik om twaalf uur een verhaal moest voorlezen in de echo tent en we later op de dag met de band naar Amsterdam moesten doorreizen voor twee optredens op de Uitmarkt. Het was vreemd om na tien dagen intensief spelen weer afscheid van Nick te moeten nemen. Ellen. Na Noorderzon vond er nog de laatste bandopnames plaats voor de nieuwe plaat. December 2000 hadden in de studio van Frans Hagenaars de eerste opnames plaatsgevonden van Lever Stumper. Nu tien maanden later ging ik met drie datbandjes naar Brussel voor de mastering. Om 12.10 uur 10 kwam ik met de trein aan op het hoofdstation. Nadat ik mijn overnachting had geregeld, Wenkte ik een taxi? Om vijf voor twee arriveerde ik in Rue de la Chanterelle. Er stond een groot hek voor Electric City. Ik drukte op een bel. Even later werd de deur van het hek opengedaan. Een paar trappen later bevond ik mij in de relaxruimte van de Masterstudio. Ik schudde de hand van Alan Ward, een grote, dikke, bebrilde Engelsman van de jaren vijftig. Hij had een wollen zwarte trui aan. Ook de rest van zijn kleding was zwart. Zijn lange grijze haar werd in een staart bijeengehouden door een bruin-wit geblokt zakdoekje. -What kind koffie of do you want? vroeg Ellen, terwijl hij naar een groot koffiezetapparaat in de keuken liep: Espresso, cappuccino, koffie. Ik twijfelde. Yeah, in life it's about making choices, lachte Ellen. Shit, riep ik. You want shit, coffee?" No, I've got shit on my shoe. Ik liet hem de onderkant van mijn schoen zien waar een beste plak honigstront aan vast zat. You can clean it in the bathroom, zei Ellen op rustige toon. De gemixte nummers die op mijn drie meegenomen digitale muziekassetten stonden... Moesten door Ellen zoveel mogelijk worden opgekrikt. Daarbij moest hij er ook op letten dat de nummers allemaal hetzelfde geluidsniveau hadden. Ellen was ontzettend geconcentreerd aan het luisteren. Ontelbare keren liet hij een nummer voorbij komen. Als Ellen een nummer had gemasterd, liet hij mij op zijn stoel zitten. Door op een knopje te drukken kon ik het verschil horen tussen de mixversie en zijn masterversie. Dat verschil was beduidend groot, tenminste dat hoopte ik, want bij het zesde nummer hoorde ik het verschil niet meer. Om kwart over elf waren alle nummers gemasterd. Nu was het aan mij om ze in een goede volgorde te zetten en te bepalen hoeveel ruimte ertussen de nummers moest of dat ze in elkaar over moesten vloeien. Terwijl Ellen de master cd liet kopiëren, zaten we een beetje bij te komen in de relaxruimte. Ik vroeg hem hoe hij hier als Engelsman in Brussel terecht was gekomen. Ellen vertelde dat hij in 1976 de zanger was van de Londense punkband Bastard. Daarin speelde ook Brian James, die later de gitarist werd van The Damned. Elk zaaltje in Engeland had hij wel gezien. Het was zeer armoedig. Vaak moesten ze in het busje op hun eigen apparatuur slapen. En als hij een beste fluim naar de lelijke harses van een Hells Angel spoog, kneep hij hem soms best. Maar als zanger van een punkband hoorde je je publiek in hun gezichten te spuren. Om een beetje bij te verdienen begon hij te werken als Tea Boy in een Londense studio. Hij kreeg steeds hogere functies binnen de studio. Toen er een vestiging van een studio in Brussel kwam, greep hij zijn kans. Met de band vestigde hij zich in Brussel. Bastard ging al snel uit elkaar. Ellen richtte Elton Motello op, waarmee hij in 1977 Jet Boy, Jet Girl opnam. Hij nam ook een Franstalige versie van het liedje op, dat gezongen werd door de Brusselaar Plastique Bertrand. Sa plan pour moi werd een grote hit. Van het geld dat Ellen hiermee verdiende, kon hij twee eigen albums betalen. Op een gegeven moment werd hij voor de keuze gesteld. Of een tournee van drie maanden in de VS, in kleine clubs, of in de studio blijven werken. Als ze een hit hadden gehad, had hij zeker gekozen voor de tournee. Maar een hit was er niet. En het feit dat hij een lief Brusselse meisje was tegengekomen, met wie hij al snel een kind kreeg, maakte de keuze nog gemakkelijker. Ellen wees lachend op zijn dikke buik. The rest is history. De Blauwe Vedde in Kolmerswaag. Voordat Leven Stumper werd gepresenteerd, stoten Niek en ik, zo voelde ik het tenminste, onze Blauwe Vedde periode af. Met de presentatie op een vrijdagavond in september van de Blauwe Vedde in Peteer, verhalen van 15 Eigenzinnige Vriezen in de Treedwarpen Dwarpen in Kolmerswaag. Ik had mijn handen qua schrijven meer dan vol met mijn wekelijkse column in de Leeuward Courant. En ik moest ook nog volgend jaar een nieuw roman afschrijven. Doorgaan met de verre zat er niet meer in. De zaal zat tot de toe vol alsof het een Dorpsfeest of Bruiloft was. Met onder meer het Friese Popprijsgeld dat ik drie jaar geleden had gewonnen, was het boek gemaakt op zwaar papier en met Sibbele Hitkamp op de kaft. Het eerste exemplaar was ook voor de 83-jarige Sibbelen, die met een chaise door oma Gerrit van zijn oude boerderijtje naar de het Treje Dwarpen was gebruikt. De avond werd geopend door Menno Bakker, vroeger het podiumbeest van de punkband Koperschat naar Appelscha, nu VVV-directeur in Leeuwarden. Hij luisterde een verhaal voor uit zijn muziekverleden dat zo vol Engelse termen zat dat Frans Waastra. De boerenknecht van sibele, luid opriep: Ik, Jo, we zitten hier op Mars! Na optredens van Geert van der Velde van de psychedelische band Children of Jubel, mijn oud leraar Engels Klaas Bruinsma en de Friese Heino, liet sibele Hietkamp zich door Nick en mij verleiden om a cappella de oude bladen te zingen die hij tijdens ons interview in 1996 ook had gezongen. Servie maar los! vroeg Sibbelen, die voor de gelegenheid in pak was gestoken. Sommigen van jullie kennen het liedje al, maar er zit ook wat vreemd volk bij vanavond. Nadat onze eregast met niet al te veel tanden meer in de mond de boer en de koopman had gezongen, zongen Nick en ik op onze beurt mijn lied over Sibbelheidkamp. Hietkamp. De volgende morgen arriveerde ik om half twaalf bij mijn woning. Toen ik het huis binnenging hoorde ik de telefoon overgaan. Met mijn dut? Ik hield mezelf altijd voor om als ik de telefoon opnam, gewoon met mijn te zeggen. Maar toch kwam er altijd weer ongevraagd een vraagteken achter. Ja, mijnheid, wie is dat wekker? Ja, ik ben kijk weer om in Ik hoorde wat gesnuif. Hoi, mijn dut. Ja, hoi, ma'am. Waar heb je vannacht aan geslapen? vroeg hij. Bij Nixen Mem in Noordburgen. Nick en ik moesten vanmorgen nog de geluidsinstallatie terugbrengen. Ik zag nog dat Nixen Mem aan Nick een bakje met daarin een paar stukjes kaas gaf, zei Mem. Ja, dat was voor Tienes Dauma. Alle mensen die in het boek staan kregen een stuk oranjekoek bij de koffie, maar omdat Tinus alleen maar rauw eten eet, had Nick hem gevraagd wat hij dan wilde hebben. En toen zei Tienes dat hij wel genoeg had aan een paar stukjes kaas. Ik heb ook een stukje oranje koek gehad. Ik wist helemaal niet dat wij op de plek van de gasten zaten. Dat was niet zo mooi van hem. Moesten jullie die oranje koek betalen? Nee, dat was van de Friese pers, de uitgever. Ik heb je het stukje in de Leeuwarden krant ook gelezen? Ja, mooi stukje. Gerrit kon het mooi opzeggen, stond er in zijn huid. Ja, maar toen Nick en ik gistermiddag nog bij Oma Gerrit waren, zei hij tegen mij: Voor jullie is het veel zwaarder. Wij hebben te maken met beesten. Jullie moeten met mensen omgaan. Ja, daar moet je wel een beetje voor oppassen, zei hij. Het was een prachtige avond. Je wordt ook steeds beter in je spreken en zingen. Maar houd altijd oog voor kwaliteit. Niet altijd van die seksteksten zingen. Kom die ook op de nieuwe CD? vroeg Mem. Ja, waarom dan? vroeg men met een licht wanhopige stem. Elke zaterdagochtend was men weer bang vanwege mijn column in de Leeuwardenkrant. Mijn vader moest de krant altijd eerst lezen en pas als hij zei, dat kinderen mij terug, begon ze aan mijn column. Weet ik niet, ik hoorde nog van neef Henkie dat men maar kwaad aan mij aan het kijken was onder sommige nummers. Ja, al die talmers waren steeds alleen maar naar mij aan het kijken hoe ik reageer zou op jouw teksten. Ik ben zo gespannen en rood om het hoofd als jij je liedje zingt. Zo'n Pieter Wilkens zei hij, met zijn knoopjes. Over zulke dingen zou je meer moeten zingen. Niet altijd dat puberaal gepraat. Jouw liedje over sibbel was wel heel mooi. Samen. Ja, dat was een prachtige blade. Dit is wel echt jouw leven, he, het artiesten bestaan. Deze vraag had hij mij sinds het de laatste tijd wat beter ging, misschien wel 200 keer gesteld. Maar ik wist dat ik net zoveel geduld zou moeten hebben met hen als zij met mij hadden gehad. In de loop van de jaren hadden ze zich er geleidelijk aan neergelegd dat ik niet veel anders kon en ook niet veel anders wilde dan het maken van muziek en schrijven van verhalen. Zo opgewekt mogelijk zei ik dan ook: Ja, hij, dit is wel echt mijn leven. Doe things dat het komt. De blauwe verder impeteer werd heel goed ontvangen in de pers. En ook over de verkoop hadden we niet te klagen. Binnen een één maand was er een tweede druk nodig. In de recensies kwamen twee levensverhalen met name naar voren. Dat van Simple Hietkamp en dat van Arthur Bauma, die we vorig jaar oktober hadden opgezocht in Heerenveen. Ik kende hem al mijn hele leven omdat ik al van jongs af aan artikelen over hem had gelezen in de Leeuwarden Courant. Bouwman werd in 1975 trainer van Eerste Divisieclub Cambuur. Met zijn onorthodoxe aanpak en lange haar was hij een aparte vogel in het betaalde voetbal. En dat bleef hij ook toen hij in de jaren 80 in het amateurvoetbal verzeild raakte en zijn jas in werd, een leerling van Bagwang. Tegenwoordig was hij yogaleraar en vertelde hij ons onder meer over zijn paken atten Iemand die in tegenstelling tot zijn kleinzoon helemaal niet het spirituele zocht. Pake Atte was een overtuigde socialist die zijn hele leven had gestreden voor een hogere levensstandaard voor de arbeiders. De laatste keer dat Atte zijn opa zag was in 1985 toen Pake Atte op zijn sterfbed lag. Kleinzoon had nooit een warme band gehad met zijn afstandelijke, meestal zwijgende opa totdat Pake Atte op zijn welkomstgroet de woorden prevelde, Doe dat het komt, maar het komt nooit. Dat fragment kwam in alle recensies terug en toen ik het verhaal zelf weer teruglas, merkte ik dat de tekst zich heel goed zou lenen voor een lied met als logisch refrein die woorden van Pake Atte. Het schrijven van de couperten ging heel snel, het enige wat ik nog moest doen, was het verhaal van Pake Atte en zijn reflecterende kleinzoon in goede, metrische coupletten zetten. Ik pakte een potlood, kraste woorden en zinnen weg, draaide wat woorden om en klaar was de tekst. Dat wie voor mij een heel duidelijke les, aldus Attenbaume. Als je leeft in het hier en nu, als het leven zelf het doel is, dan zit je niet te wachten op wat komt, want het hier en nu, is er altijd. Dat is het kwaliteitsverschil. Dat is fabelachtig. Ons contact was minimaal en toch wilde hij mij dit doorgeven, zodat hij niet voor niets had geleefd. Bauma probeerde al dertig jaar volgens dit inzicht te leven. Mij ging het met mijn kop als historicus vaak in het verleden wat moeilijker af. Als een kip zonder kop op een schoen en een sok. In twee liedjes van de nieuwe plaat werd de Veren Club genoemd, zodat het niet onlogisch was dat we Leven Stumper en Veren gingen presenteren. Dat hadden we bij de vorige drie CD-presentaties tenslotte ook al gedaan. Ik was erg benieuwd wat het zou worden bij de CD-presentatie in Vera en hoe het met het album zou gaan. De voortekenen waren gunstig. De vier Tilburgse tekenaars hadden beloofd te komen. En Gumba wilde wel een kort optreden verzorgen als voorprogramma. Van Jan Pier hoorde ik dat er tien dorpsgenoten uit de Rastel Compagnie zouden komen. En ik had nog een telefoontje gekregen van Fris Vissers, eigenaar van de Tom-Tom-club in Haidhuizen, Die zou komen met een paar Limburgse vrienden Ja Boos van de VPRO had hem deze week op Radio 3 al als de JaBo-plaat. En we hadden al een eerste recensie te pakken, een lang stuk van wening in een Verenkrant, dat begon met: Eigenlijk hoor ik het er nog niet over te hebben, maar ik draai hem de hele dag. De vierde plaat van mijn Language de Negro's getiteld Leer We gingen zondag bij de presentatie de nieuwe plaat integraal spelen en daarom moest er nog even flink worden geoefend in de compagnie. De woonkamer van de vrijstaande eengezinswoning vergeerde al enige tijd als onze oefenruimte terwijl de kleintjes Kingen en Rudy, de derde werd begin januari verwacht, boven lagen te slapen. Ze waren eraan gewend, ze werden pas wakker als er geen muziek meer klonk. Ik zette mijn Yamaha steeds piano en een kocht triton neer. Drummer Ben worstelde met de breeks de onvoorspelbare stopjes in de nummers. Je drumt als een zak aardappelen, zei een pier met een bemoedigende glimlach. Janker zei het maar moeilijk te hebben met het geluidsvolume, dat de laatste tijd toenam. Zachter kon het niet, we raden Janker oordopjes aan. De avond voor de presentatie ging mijn telefoon. Met mij niet. Ja, hallo met Gerdjan. Shit, dacht ik, die belt om te zeggen dat ze niet komen. Ik stoor het toch niet? vroeg Gimba. Nee, hoor, zei ik. Vind je het erg als ik rook? Uh, nee, geen probleem. Maar je belt me toch niet op om mij te zeggen dat jullie mogen niet komen? Nou, eigenlijk wel een beetje. Het lukt Jeroen, Stefan en Ivo helaas niet om er morgen bij te zijn. Of ze vinden de reis van Tilburg naar Groningen gewoon, gewoon veel te lang. Dat zou natuurlijk ook kunnen. Maar het goede nieuws is dat ik er wel bij ben. Dat is inderdaad goed nieuws. Weet je al wat je gaat doen? Nou, ze Gumba... Ik weet niet hoe het komt, maar ik schrijf de laatste tijd nogal veel gedichten. Ik zou daarom, om de feestvreugde een beetje te temperen, wel een paar gedichten en een ultrakort verhaal kunnen voordragen. Is dat misschien wat? De CD-presentatie begon en eindigde in een chaos. Na urenlang wachten vanwege een defecte geluidsinstallatie konden we eindelijk soundchecken. Veel tijd werd ons niet gegund. Ferry en Jan-Pier sleurden me mee naar de hotelkamer van Vera waar een door Ferry bedachte persconferentie plaats moest vinden. In de kamer stond een ziekenhuisbed. De persconferentie werd door twee Noordelijke verslaggevers, TV Noord en Nieuwsbouw van het Noorden, bijgewoond. De hoop van Ferry dat grote landelijke kranten een journalist zouden sturen kwam niet uit. Groningen bleek weer eens een te lange reis. Na een half uur haalde Jan Pier me weer op. Het voorprogramma van DJ Keu had ik gemist. Ik viel in het einde van Gumbas optreden en schrok van de hoeveelheid mensen in de uitpuilende zaal. Ik hoorde vaniek dat er niemand meer bij kon. Er waren A3 papieren met uitverkocht opgehangen, omdat het anders te vol zou worden, zodat er net als bij onze vorige sleeppresentatie zodat er, net als bij onze vorige sleeppresentatie in de kelderbar, weer enkele mensen teleurgesteld naar huis moesten. Omdat het een presentatie betrof, was het gratis entree. Men hoefde alleen een maandkaart van 2 gulden te betalen, die nog tot het eind van de maand geldig bleef. En ze konden ook nog deels gratis drinken, want de Stichting 100 Punten had om de feestvreugde enigszins in goede banen te leiden, enkele flesjes jonge jenever voor de bezoekers beschikbaar gesteld. Naast de jeneverflessen stonden tevens schoteltjes met pepermuntjes voor de frisse adem en omdat het zondagmiddag was. Na het optreden van Gumba moesten de Negro's en ik aan de bak. Bij vorige presentaties hadden we nooit de gehele plaat gespeeld, altijd een combinatie van nieuwe nummers en een paar bekende gouden ouders. We hadden nu besloten om vanmiddag alleen Lever Stumper integraal te spelen. Wel in een andere volgorde. We begonnen met De Renner, een lied over een matige wielrenner die meedoet aan de Prof. Rondes de Veen. Waarbij op het album Finster Andries Nieuwenhuis, de vaste speaker van Prof. Rondes de Veen, lijfverslag doet van het criterium. Andries Nieuwenhuis was aanwezig in Vera, maar doet helaas niet mee tijdens de presentatie om de eenvoudige reden dat ik hem niet gevraagd heb. Zo kondigde ik, ik in het openingsnummer aan tot hilariteit van de zaal. Maar ik besefte terwijl ik het zei dat het een grote gemiste kans was. Nieuwenhuis had een geweldige show kunnen opvoeren tijdens de instrumentale brug. Nick deed een paar nummers mee, omdat hij natuurlijk op bijna alle nummers van Lever Stumper had gespeeld. Mijn ouders waren er, de ouders van Janke en alle gastmuzikanten en gastsprekers die op de plaat hadden meegespeeld, behalve dus Nieuwenhuis, deden mee. Ik had al snel door dat de geluidskwaliteit en monitoring veel te wensen overliet. Ik kon mezelf wel voor de kop slaan. Had ik in plaats van die fucking perspresentatie maar een goede soundcheck gedaan. Toch werd er nog geschreeuwd om toegiften. Terwijl ik weer het podium opklom, merkte ik dat de zool van mijn rechterschoen een beetje was losgeraakt. Ik ging zitten op mijn pianokrukje, scheurde de zool er helemaal af en gooide deze plus de resterende schoen het publiek in. Een van de toeschouwers deed een de schoen zonder zool op zijn hoofd. Hij leek zo op een Franse soldaat uit de tijd van Napoleon. Na het optreden terwijl DJ Kezen over zijn orgel en accordeonplaten draaide, liep ik als een kip zonder kop op een schoen en een sok door de zaal heen. Mensen wilden handtekeningen op hun cd-boekje en een op de jonge wietke van Dort lijkende vrouw wilde hem op haar been. Dat gaat er zo weer af. Protesteerde ik. Je kunt hem beter laten tatoeëren. Mem kwam op me af, gaf me een paar zoenen en zei. Hij krijgt een heel houden voor Tevenoord. Ze willen mij en Marta ook al vragen stellen, maar we zijn hard weggelopen. Nadat een paar mensen op mijn voet zonder schoen waren gaan staan, besloot ik de kleedkamer op te gaan zoeken. Daar rookte Gumba een sigaar. Jan-Pierre trok met een gelukzalige glimlach een sixpack uit de koelkast. Terwijl hij me een blikje bier gaf, zei hij, twee snaren gebroken, maar wat heb ik lekker gespeeld. Binnen een minuut werkte ik het blikje bier naar binnen. Gumba pakte uit een plastic tas vier boekjes van eigen hand en gaf die aan mij. Ferry en Jeroen hadden ook al een sigaar in de mond en zeiden dat ze tot de conclusie waren gekomen dat Gumba mee moest op tour, samen met de kift. Drie eigengereide ex uit drie hele verschillende regio's. jan Pier vond het een mooi plan en Gunn en ik zagen ook geen bezwaren. Dit zouden we vaker moeten doen, verzuchtte Peter W. in de afloop. Van die concerten op zondagmiddag. Gezellig. Een week later was er bij Noord Achtergrond op TV Noord een reportage van zeven minuten te zien over de cd-presentatie in Vera met daarin een grote rol voor mijn vader. Single. In de week van 19 tot en met 23 november was Lever Stumper bij de VPRO-radio op 3FM de Discpop de la semaine, wat betekende dat hij elke avond zou worden gedraaid op Radio 3. Vijf dagen later waren we live te horen bij Ja Boots in zijn Radio 3FM-programma Club Black. Ook Lever Stumper kwam, net als Dammer met om in een moordlijst wat elke week Airplay opleverde. Vooral Roemenige werd opgepikt. Het was een mortale hit van de week. En sterfde de Weert, een van de Eekhoorn tekenaars, belde me uit mijn nest om te zeggen dat Studio Brussel al een paar keer Roemenige had gedraaid. Onder andere in het programma Select van Luc Jansen, een Vlaamse DJ die ook bij de VPRO radio werkte. Ferry had geïnformeerd bij V2. Studio Brussel draait Rummenigge, zei het niet in de playlist. Wordt er soms ingegooid s'avonds, Radio 1 speelt hem nu ook soms. Verder berichtte Ferry dat hij net twee CD's naar Ancienne Belgique, de concertzaal in Brussel, had laten sturen en dat 42 Records in België een promo-mailing had gedaan. Peter Verstralen was bezig met het opzetten van shows in België, waarbij hij ook keek naar combis, onder andere met de heel snel populair geworden. ...West-Vlaamse zanger Flip Kaulier. Ik mailde Ferry terug dat een combi met Gorky of Mauro Poloski ook een mogelijkheid zou zijn. Luc de Vos van Gorky had ons gezien op het Virusfestival in Eindhoven... ...en Mauro had mijn eerste drie platen en was zelf verklaard fan. Op het Oude Meukfestival in Sittard, waar we beide vorig jaar hadden gespeeld... ...vertelde Mauro dat hij mijn naam al een paar keer had laten vallen in interviews met Belgische kranten, maar... Dat de journalisten dit nooit in hun stukken meenamen, waarschijnlijk omdat ze nog nooit van mij hadden gehoord. Over hun Nederlandse collega's mochten niet klagen. De landelijke pers was eensluidend positief over Leven Stumper. Het zat mij dwars dat na mijn debuutsingel 20 jaar Muzikale fruitmand in 1995 er wel vier albums waren verschenen, maar geen enkele single meer. Versmobiel Ondernemer was wel op verschillende compilaties deze gekomen en er was een videoclip bij gemaakt, maar Excelsior Recording zag er geen single in. Begin december mailde ik met Ferry en Jeroen van Excelsior over de mogelijkheid om, gezien alle reacties in Nederland en België, Roemendige als single uit te brengen. Jeroen, een single commercieel uitbrengen lijkt mij geen goede optie. Misschien wel een kortere versie op CDS herden, Ferry? Ferry? Nee. De programma's die je draaien doen het sowieso wel. En het is thinking dat 3 fm hem zou playlisten om over verkoopmogelijkheden nog maar te zwijgen. Onze achterbaan koopt geen singles. Sterker nog, kan je geen singles kopen, want de Pop Speciaalzaken hebben geen singles helaas. Voor je information van DNL N brengen we ook geen single uit. Johan is de uitzondering die de regel bevestigt. Wat ik nog wel eens graag zou willen, is een 7-inch, maar dat moet er wel zo bijzonder zijn dat we er zeker te weten 500 van verkopen. En zelfs dat is vaak al heel moeilijk. Spinazie Geen single dus en ook een videoclip. Maar daar zou verandering in komen. Op een zondagmiddag haalde Jan Pier mij om 4 uur op van de bushalte bij de Tiara in Drachten. Er zou een videoclip gemaakt worden van het nummer Roemenige, de eerste videoclip in vier jaar na nou, Vestmobiel ondernemer. Ik wilde al een tijd lang een clip bij onze radiohit en het liefste zo snel mogelijk. Er zat een duidelijk filmisch verhaal in Roemenige. Het meest logische zou zijn om een één op een clip te maken. Maar er kwam heel wat bekijken. Onder andere een sexy dame en een jongen van een jaar of 13, 14 die de hoofdrol zou moeten spelen. Maar zoiets goed en speciaal te maken vergt de tijd en geld. En Excelsior Recordings had al gezegd dat er geen budget was voor videoclips. Een danschoreografie was ook een mogelijkheid, maar dat was ook niet zomaar voor elkaar. Een clip van een spelende band en mijzelf zingend vond ik niks. Toen kwamen de Bransjes met een, een idee dat geheel los stond van de songtekst, maar dat misschien wel iets zou kunnen zijn. Rudy, de jongste van hun twee dochtertjes, zou met een Super 8-camera worden gefilmd terwijl ze een bord spinazie aan het eten was. De Bransjes zeiden dat Rudy zeer van eten hield, vooral van een bord met klederige diepvriesspinazie. Van deze tractatie wist ze altijd een prachtige smeerboel te maken. Daarbij kwam het Rudy er met haar anderhalf jaar heel vertederend uitzag. Ze kenden een paar woordjes, Janke hield het allemaal bij in een schrift. Op dit moment waren het er honderd. Was zeer aanhankelijk en nog niet beland in de zuurfase van de wat oudere peuter. Ik was zelf niet helemaal overtuigd of dit een mooie clip zou opleveren. Het lied duurde 4,5 minuut. Dat leek me nogal lang voor een clip die alleen zou bestaan uit een spinazie-etende baby... Maar het was allicht het proberen waard. Herman Selstra was de cameraman. Deze jonge filmer uit Leeuwarden had afgelopen jaar de documentaire De vrouw van mijn Talma gemaakt voor Omroep Vriesloorn, die ook op Nederland 2 was uitgezonden. Hiervoor had hij mij twintig weken gevolgd, maar, en dat tekende de goede documentairemaker. meestal merkte ik niet eens dat hij met zijn kleine digitale videocamera aanwezig was. Daarom leek Herman ons ook een hele geschikte kandidaat om Rudy te filmen. Rudy zat in een kenniszitje tegen de witte muur. Ze had een wit hemdje aan zodat haar mollige armpjes goed te zien waren. Twee bouwlampen zorgden voor voldoende licht. Herman had precies zes minuten twee super 8-filmpjes de tijd om Rudy te filmen. Om vijf uur plakte de hoogzwangere Janke de spinazie met aardappels en kaassaus klaar. Gisternacht had ze, na ons optreden in het paard op hal, nog drie uur op een matras boven in het blauwe Mercedesbusje van Jochem gelegen. Terwijl de Bransjes, Herman en Rudy in de keuken waren, moest ik, Kingen, de bijna driejarige zuster van Rudy, in de woonkamer bezighouden. Ik begon een verhaal over Sinterklaas, die smoor verkouden was. Sinterklaas moest heel erg proesten. Ik trok een heel vies gezicht. Ha! Hatsjoe! Nog een keer om mijn meidertje, kraaide kingen. Zo noemde Jan Pier me vaak en kingen had het overgenomen. Nadat ik vijf keer had geproest, mocht ik weer verder gaan met vertellen. Sinterklaas ging in zijn stoel zitten. Hij nam het dikke rode boek op zijn schouder en zei, Is, hotse <laughs> Jansma er ook? Ja, die is hier wel, zei een oud krommannetje. Zou Hotze Jansma dan even naar voren willen komen? Ik heb niet zulke goede berichten over jou gehoord, Hotze, zei Sinterklaas toen Hotze bij hem op schoot zat. Ik lees hier dat jij laatst je geweer uit de kast haalde en dat je een ha ha -hatschoo! haas wilde schieten. Harakrammetje, riep Hotze, ik zit er helemaal onder. Nog een keer om mijn mijnertje. nog een keer. Kingen was nu helemaal buiten zinnen. Nadat ik weer zo'n vijf keer had geproest, zei Kingen: Om mijn ik moet plassen. Wetende dat het potje in de keuken stond, zei ik: Ik haal het potje wel even op. Nee, ik wil daar plassen. Nee, kinger, ik haal het potje op en dan vertel ik daarna hoe het met Sinterklaas afliep. Nee! Het was duidelijk. Kinger rook onraad. Wat gebeurt daar in de keuken? Waarom mag ik daar niet zijn? Ik zat te dubben. Ik kon kinger nu wel tegenhouden, maar dan was het krijzig geblazen en dan zou het zeker afgelopen zijn met het eten van Rudy. En er waren nu ook al minstens vijf minuten verstreken. Ze moesten toch al aardig wat gefilmd hebben. Wat doe je nu? riep Jan kwaad. Sorry, ik kan haar hier niet houden. Rudy begon te huilen. We zagen er al behoorlijk schoon uit. Wat doen jullie? vroeg Kinge. Hoe gaat het? vroeg ik. Ze eten netjes, lachte Janke. Ik ben bang dat ze de laatste weken geleerd heeft hoe je netjes moet eten. Ik zelf was niet in zo'n lachstemming. Hier zouden we nooit een clip van kunnen maken. Überhaupt hadden we hier nooit een clip van kunnen maken. Wanneer leerde ik nou eens om de regie te nemen en zelf de beslissingen te nemen die nodig waren? Er komt een dag. Hij en ik zaten in de auto naar buiten post waar ik verder zou reizen met de trein naar Groningen. Mijn zus, haar vriend en ik waren de eerste kerstdag en een gedeelte van de tweede kerstdag bij mijn ouders in Schruijsdeveen geweest. Meestal keuvelden hij en ik wel een eind weg als we in de auto zaten, maar nu was het stil. Ik kon zien dat hij ergens op zat te broeden. Ik wachtte af, lang kon het niet duren. Hij was in tegenstelling tot mijzelf geen binnenvetter. Na nog tien seconden nam hij het woord. Meent het? We waren blij dat jullie met z'n drieën na lange tijd weer eens thuis waren. Ja. Toch zijn er na afloop gemeende gevoelens achtergebleven. Dat heeft met name ook met jouw doen en laten te maken. Ik, Mem, het goed uit te leggen zonder verkeerd begrepen te worden valt niet mee. Nee, wat ik eigenlijk wil zeggen, Meindert, Mem en ik hebben zorg over jou, hoe jij jezelf verzorgt, de verzorging van jouw huis, jouw houden en dragen als je zo bij ons bent. Je sluit je zo gemakkelijk af. Hij pauzeerde even. Een auto spoot ons met een rotvaart voorbij. Jouw opvattingen over normen en waarden, zoals je die soms in liedjes en in jouw schrijven tot uiting brengt. Wij vinden het vaak moeilijk om jou te bereiken. Net of je in een hele andere wereld leeft. En misschien is dat ook wel zo. Misschien begrijpen we jou vaak wel niet goed. Probeer ons dan wat meer uit te leggen wat jou bezielt en bezighoudt. Nu? Ja, of later als we wat meer tijd hebben, een keer met memmen bij. Uh, Probeer ik. Ik wil gewoon doorgaan met wat ik doe, muziek maken en schrijven en daar mijn geld mee verdienen. Dat weet ik minder. En we hebben best wel respect voor jouw creativiteit in muziek en schrijverij. Maar laat het positieve en goede het toch winnen van negatieve uitingen over bijvoorbeeld geloof. Seksualiteit en zo. Probeer rekening te houden met een ander zijn normen en waarden. Ook al zijn het die van jou misschien niet altijd meer. Ja. Ja? Dat is het enige wat je kan zeggen. Ja, ja, ja. Hij probeert zichzelf te kalmeren. Je zegt wel altijd ja, maar we hebben het gevoel dat het bij jou het ene oor ingaat en het andere oor uit. Ik kan aan je hele gezicht zien dat je het gezanik en gezeur vindt. Maar dat is het niet meiden. Nee. Want het zit Mem en mij hoog dat we zo aan elkaar groeien. Wij hebben geprobeerd met vallen en opstaan jou en Martha ook zoveel mogelijk geestelijke bagage mee te geven voor het leven, jullie getracht voor te houden en te leren dat het niet alleen om jezelf gaat, maar dat je ook vooral rekening met elkaar en de medemensen om jullie heen houden. Bijna wilde ik weer juist zeggen. Maar ik hield op het laatste moment mijn lippen op elkaar. Je bent nu alleen en dan kan men maar doen zoals het jezelf uitkomt. Kritiek van naasten is er dan niet en correctie heeft elk mens nodig. Jij net zo goed als wij ook? Ja, antwoordde ik voorzichtig. Uiteindelijk is wat ik wil zeggen heel simpel, mijns. Ga eerlijk en oprecht door het leven. Ook al is dat lang niet altijd makkelijk in deze tijd. Wat je hiervan vindt. Weet ik niet geheel, en misschien kom ik het ook wel nooit te weten, maar weet dat het uit zorg en liefde voor jou voortkomt en niet omdat wij alles zoveel beter zouden weten. Probeer je ook wat voor ons open te stellen en houd toch ook wat rekening met ons als jouw heid en mem. Dat mogen we toch wel van elkaar vragen? Misschien kunnen we later eens wat beter en makkelijker over praten. We zijn bijna in buitenpost. In de trein dacht ik na over de woorden van Heid. In de afscheidsbrief van Jan Pier als mijn manager twee jaar geleden had hij het terecht een beeld van mij geschetst als onvoorspelbare draaikomt. Nu, twee jaar later, kwam ik in Heids woorden naar voren als een egocentrische figuur die in zijn eigen wereldje leefde. Geen fijne constatering, maar het zou wel zo zijn. Wilde ik zo zijn? Nee. 33 jaar en nog altijd die domme nukken vertonen als hij naar zijn ouders gaat. Ouders die hun 33-jarige zoon nog nooit tijdens de kerstdagen hebben gezien met een vrouw aan zijn zijde. Doe things dat het komt. Een mooie en lange carrière in de muziek. Een vrouw van wie je kon houden. En zij het liefste ook van mij. Een aardiger kerel worden. Misschien zelfs soms een beetje sympathiek. Maar niet te sympathiek natuurlijk. De onsympathieke meijer Talma liet de cel weer op zijn grondvesten schudden. Een gezin? Ik kon me niet voorstellen dat ik ooit kinderen zou krijgen. Eerst meneer samenwonen voor mijn veertigste. Maar het komt nooit. Misschien zou het wel helemaal niet komen.